Welkom, dames en heren, en mensen en mensinnen en appels en ander fruit. Welkom bij de stream. We zijn vandaag gewoon weer live. Wow, het is gewoon alsof het is de eerste livestream. Ja, de eerste livestream van dit jaar. Ik moest heel even denken, maar ja. Welkom allemaal, leuk dat jullie er zijn. Edootje, ik hoop dat jullie er zin in hebben. Edo in ieder geval wel. Wij gaan gelijk de gaming heaten. En zoals gewoonlijk zien jullie het gelijk in plaats van een zwart beeld. Het zou zo slecht zijn als jullie nu zwart beeld zagen. Kijk, gelukkig zien jullie de game. En ja jongens, het is zo vet. De sneeuw, die is gewoon weg. Kijk, ik heb weer een gamerkapsel. Dus vandaar dat mijn headset iets naar achter zit. En dan is het iets minder gamerkapsel. Maar ja, de sneeuw is gone. Het is verdrietig. We zijn allemaal aan het huilen met elkaar. De sneeuw is weg. Ik weet het, verdrietig. Maar op zich, ik vind het eigenlijk best wel leuk. Ik vind het oprecht best wel leuk, want nu kan ik gewoon weer normaal rijden. En nu kan ik gewoon weer normaal mijn ding doen in plaats van dat... Het eindigt altijd met een crash en... Ik heb nog 2 sneeuwballen, jongens. Deze ga ik bewaren. Jongens, ik heb nog 2 sneeuwballen. Dat zijn de laatste. Die bewaar ik altijd. Die zou ik nooit wegdoen. Ik wist niet dat ik die nog had. Want ik kan geen... Kijk, sneeuwballen oppakken is helaas geen ding meer. Dus je kan nooit meer sneeuwballen op elkaar gaan gooien. Maar ik heb nog 2 sneeuwballen, jongens. Dus die gaan we bewaren. Die gaan we verkopen voor ziek veel geld. Want ja, dat is nu zoveel waard natuurlijk, een sneeuwbal. Want die kan je niet meer krijgen. Maar we hebben ze, jongens. We hebben de sneeuwballen. We hebben hem. We hebben hem. Maar ik ga even kijken. Het ritueeltje, ik ben net begonnen. In ieder geval, we hebben al bijna 1100 mensen die kijken. En we zijn pas 3 minuten live. Dus welkom allemaal. Leuk dat jullie er zijn. We gaan vandaag de donatie van Jordi krijgen. 3 euro. Zonder bericht. Maar toch wordt het enorm gewaardeerd, Jordi. Dankjewel voor de 3 euro donatie. Dankjewel. We gaan speciaal voor jou iets wat doen dat ik eigenlijk ook sowieso al van plan was. Maar nu ga ik gewoon zeggen dat het komt door jou. Ga ik kijken wie er... Oh, kijk jongens, ik heb iets geleerd. Het blijkt, dus als je de dingetjes hier ziet. Je ziet Appie, Cobra, Dani, Shakalaka. Al die mensen, die hebben een rood dingetje achter voor hun naam. Een rood bolletje met een eerste letter erin. Dat betekent dat ze niet online zijn. Hebben ze nou een groen bolletje, zoals Kale Henk hier, dan is hij online. Heb je nou Opa Gerard hier? Die is gewoon online, dus laten wij daadwerkelijk even gaan kijken wat de Opa Gerard allemaal van plan is. 1200 mensen, leuk die er allemaal zijn. Edootje, ik hoop dat jullie zin hebben, ik in ieder geval wel. We gaan kijken tot in hoeverre Gerard aanwezig is in het wilde leven. Even kijken hoor. Zo, wat staat mijn voice chat audio zacht of zo? Holy shit, of ligt dat aan mij? Maar maakt niet uit. Gerard, kom aan. Neem op. Gerard, kom aan. Kom aan, Gerard. Kom aan, Gerard. Ah, hij heeft niet opgenomen. Hij heeft gewoon niet... Ik ga hem gewoon nog een keer bellen. Ik ga hem gewoon nog een keer... Hij heeft gewoon niet opgenomen, jongens. Opa, Gerard heeft gewoon niet opgenomen. Daar word ik echt verdrietig van. Echt enorm verdrietig van, jongens. Echt waar. Dat breekt mijn hart gewoon. Laten we gelijk even mijn auto pakken. Even hopen dat hij in de garage staat. Ik denk het wel. 9 van 10 keer eindig ik wel dat ik mijn auto in de garage zet. Maar we gaan even kijken. We gaan in Vies kijken. Het gaat morgen misschien sneeuwen bij mij. Ja, als het in het echt gaat sneeuwen nu. En Roeveen heeft dan de sneeuw gewoon weggehaald. Dat zou helemaal, helemaal prachtig zijn. Is dit nou weer? Is dit nou weer? Nou, Gerard neemt weer niet op. Daar hebben we ook niet zoveel aan. Daar hebben we ook niet zoveel aan dat Gerard weer niet opneemt. Hij wil gewoon een auto nakken, die gast. Wat een viezerik. Hij wil gewoon een auto nakken. Zo, mijn Mercedes, hij staat in de garage, dus we kunnen hem pakken. Gerard is gegijzeld. Is Gerard gegijzeld? Ja, maar jongens, dat mag ik eigenlijk helemaal niet weten door op deze manier. Maar nu weet ik het al. Jullie spoileren altijd alles, jongens. Ik vind het helemaal niet erg, hoor, want ik ga het toch niet gebruiken. Maar dat verklaart wel waarom meneer Gerardus, Pagardus, niet op heeft genomen. Omdat hij dus blijkbaar ontvoerd is. Maar ja, hè. Dat, ik zou niet weten waar. Oké, jongens, ik zou niet weten waar, legit. Maar, ik heb niks gelezen, jullie hebben het sowieso volgens mij niet gezegd. Maar het zou me niks verbazen als het bij de Ebertijn is. Dus ik ga heel even krasloten kopen. Maar het zou wel weer bij de Ebertijn gebeuren. Alles in staat, die gebeurt altijd bij de Ebertijn. Maar ik wil serieus krasloten kopen. Dat is serieus het begin van mijn stream tegenwoordig. Ik kies nu de Ebertijn. Kijk, dat ik deze onderliggende informatie weet, hè. Ja, daar kan ik ook niet zoveel aan doen, hè. In ieder geval 1400 mensen. Leuk dat jullie allemaal zijn. Welkom bij de stream. We gaan deze stream de 92.000 abonnees gaan we zelfs halen. En dat is best een dingetje, want dan zitten we nog dichter bij die 100.000. En ik weet zeker dat we dat gaan halen, want het is echt zeg maar nu nog maar 9 abonnees, ja. En nu iets meer. Maar komt zo goed, komt zo goed. En nu iets minder. Kijk, ik kan het gewoon allemaal zien terwijl ik naar mijn game kijk, jongens. Hoe kan dat nou, hè? Dat heet ooghoeken.
Maar we gaan even krassloten kopen bij de Epitijn. Krassloten bij de Epitijn. Het zou me legit niks verbazen als die hier gebeurt. Er gebeurt altijd sensatie bij de Epitijn. Standaard. Maar nu gewoon niet. Dit is de eerste keer dat het gewoon niet hier gebeurt. Dit is de eerste keer dat het gewoon niet hier gebeurt. Het zal dan op de Dam gebeuren of zo. Zoals gewoonlijk. Dat zie ik ook nog wel eens eerder gebeuren. Op de Dam. Nou joh, hey, verder maakt het allemaal niet uit. Verder maakt het allemaal niet uit. Laat ik in ieder geval even de krassloten kopen. Heb ik genoeg zakgeld? Nee. Ido, jij hebt niet eens krasloten in jouw winkel. Wat heb jij een slechte winkel. Ido heeft niet eens krasloten. Een vieze Ido, jongen. Zonder krasloten in zijn winkel. Ido is gewoon skeer. Hier, dan gaan we deze. Vind ik ook helemaal prima. Je zult vast wel krasloten hebben. Dan gaan we gewoon hierheen. Oeh, oké, there you go. Nou, dan gaan we daar maar krasloten kopen, jongens. Jullie weten dat ik heb een keer door René 33.000 euro gewonnen. Door een kraslot. Dus dat is een soort van mijn nieuwe ritueel om mijn streams mee te beginnen. 3 of 4 krasloten kopen. Hey joh, Mogol! Gek joh. Is een Luma. Lelijke auto. Dan laten we maar hier. Nee, dat meen je niet. Jongens, dit heb ik oprecht... Als dit hier echt zo is. Ik heb dit oprecht niet gezien. Niet in de chat gezien. Maar dit vind ik wel heel grappig. Gerard's autootje staat hier. Ik ga niet menen dat ze hier zijn. Hallo? Hij is hier gewoon niet. Nee, hier is hij niet. Daar ga ik ook niet te ver in, want dat zijn allemaal vies plaatjes. Nou, dan ga ik alsnog krasloten kopen. Ik heb wel Gerard's auto gevonden, jongens. Woehoe! We hebben zijn auto te pakken. We hebben zijn auto te pakken. En we hebben krasloten te pakken. Dus laten we maar gelijk 4 kopen. Ik had natuurlijk niet het geld bij. Oh, hier kan ik ook niet pinnen, natuurlijk. Oh, jongens, hier hebben we niet over nagedacht. Gerard, jongen. Ik heb zijn auto gevonden. Jongens, zijn auto is gevonden. Staat hij op slot? Tuurlijk staat hij op slot. Ik moet alleen heel even pinnen. Oké, maar we moeten eigenlijk detective spelen. Maar jullie gaan het allemaal spoileren in de chat. Dus ik wil niet de chat lezen op het moment. Dus dat gaan we ook niet doen. Maar waar zou die heen zijn gegaan? Nou, sowieso in het noorden. Dat weet ik eigenlijk 100% zeker. Dus je hebt kans dat hij dit winkeltje wordt neergezet. Of juist een van deze twee. Dat hij ergens... Ik hoor in een auto. Ergens daar wordt neergezet. We gaan hem gewoon opsporen, jongens. Opsporing gezocht. Hoe heet dat programma ook alweer? Gerard gezocht noemen wij het. Hij is... zijn auto is gevonden. Oké, okay, dus wij we gaan sowieso even bijschenken. Even een colaatje. Ik zie alleen maar zeggen, hij is op niet spoileren, niet spoileren, niet spoileren. Jongens, voor de moderators, jullie hoeven niet de berichten te verwijderen als er wordt gespoilerd. Dat hoeft niet, joh. Dat maakt helemaal niet uit. Ze bedoelen het allemaal heel positief altijd. Dus dat hoeft niet. Kopen een vuurwapen. Ja, dat is nog even moeilijk, jongens. Dat is nog echt even moeilijk. Ja, ik ga melding maken, jongens, dat Gerard is verdwenen. Ik ga melding maken dat Gerard is verdwenen. Laten wij even een melding maken daarover. Zo. Even een melding maken. Gerard is verdwenen. We gaan 112 heel even bellen. Telefoon. 112. Hoppakee. Politie. Mijn opa is vermist. Zijn auto staat nog voor een winkel. Maar hij is volgens mij ontvoerd. Hoe weet ik dat? Big brain. Maar we gaan niet worden gebeld. Appie! Oh, dat vond ik heel onverwacht. Dat vond ik onverwacht. Hey, Appie! Heel homo. Hey, hoezo homo? Wat is er? Ik weet niet, voor je lang niet gedaan hebt. Hey, hoe is het, man? Hoe is het met je? Gaat op je heel goed. Liam, dankjewel voor het gemiddelde noot. Allemaal even een hype in de chat voor Liam. Welkom bij de gang. Thomas is weg. Ja, hij is verdwenen. Hij is... Ja. Van weer, denk ik. Hoezo? Is hij dood of zo? Misschien. Oké, okay, ja, weet jij waar Gerard is? Die, Nee, ik sta bij zijn auto, maar hij is er zelf niet. Dus ik vind het heel apart allemaal. Oh ja. Wij hadden vorige nieuwe jaar hadden wij nog afgesproken. Jij zou met mij komen praten. Ja, klopt. Praten. Ik zou je, nog... Nee. Helemaal niet goed willen doen met jou. Wil je dat nu doen? Even praten? Ik kan dat. Ja, ik wil wel even praten hoor, als je dat wil. Ik moet eerst even mijn auto vinden. Moet ik even naar een locatietje komen ofzo? Ik heb jou een tijdje niet gesproken, Appie. Ja, is waar. Ik ben eventjes... Je bent wat? Ik ben eventjes onder radar gaan leven, maar... Ik weet niet of het gezocht nu of wel, ik weet niet. Nou, volgens mij is het op het moment wel rustig voor jou, toch? Ja... Wat wel lekker is. Ik zoek auto, maar ik krijg geen auto te vinden. Mijn auto staat in een pandje, goed voor jou. Ik word altijd mezelf bij jou, Appie. Als jij je stemband open hebt. Echt? Ja. Goed. Ik weet niet of je dat op kan lossen. Dat is wel makkelijk. Dat zou fijn zijn. Ik weet niet. Als het niet kan, is het overigens niet erg. Misschien zo beter? Hallo? 1, 1. Ja, ik hoor mezelf niet. Nou, kijk eens aan.
Ja, komt mijn oren stonden een beetje hard. Oh, je gehoorapparaatje. Ja. Oké, okay, hey, dan stuur maar de locatie jullie af spreken. Ik moet even met de politie praten hier. En dan over het Gerard ontvoerd is. Dus ik bel je zo terug, oké? Okay? Ik dacht al, jij niet met de politie praten. Nee. Stuur maar een locatietje zo. Oké. Okay. Joe. Tot zo. Goedendag meneer. Heeft u de melding gemaakt? Ja, goeiedag. Ik heb zeker de melding gemaakt. Hier staat de auto. En nou, ik ken opa Gerard. En die laat nooit zomaar zijn auto, tenminste met zijn motor aan, voor een winkel staan. Dat klopt. Hij neemt ook zijn telefoon al niet op. En die lag ook niet in zijn auto, dus ik denk dat hij die wel bij zich heeft. Oké. Ik ga even een notitieblad pakken uit mijn auto. Oké, prima. Kom, we gaan even een meldingetje maken dat Gerard gewoon is ontvoerd. We moeten hem echt even vinden. 1730 mensen kijken al naar de stream. Welkom, leuk dat jullie er allemaal zijn. Check of je geabonneerd bent. Je naam komt boven in beeld. We kennen het allemaal. Hij komt daar boven in beeld. Daar helemaal cool. Dus, in het midden. En that's it. Heeft u voor mij een naam van de persoon? Ja, je kent hem wel. Opa Gerard. Opa Gerard. Even je kent hem wel. Opa Gerard. Ja. Heeft u een persoonsbeschrijving? Hoe die eruit ziet? Ja. Hoe opa Gerard eruit ziet? Ja. Volgens mij, ik hoop dat hij inmiddels zijn roze haar al heeft weggedaan. Dus grijs haar gaan we vanuit. Ja. Hij draagt altijd een geruite shirt. Dat is dan altijd een beetje rood geruit. Korte broek draagt hij altijd. Of hij draagt zijn kerstoutfit nog. Maar ik denk het niet. Wacht, een geruite hemd? Ja, meestal geruite hemd. Maar ja, het kerst is voorbij. Dus misschien dat hij zijn kerstoutfit nog aan heeft. Hè? Weet ik niet. Geen idee. Rood naar wit? Ja, hier is plaksnoor, jongens. Is dit? Jullie kennen hem allemaal. Het is echt leuk dat jullie dat kennen. Plaksnoor. Zo! Nog bepaalde kleur. Zo, die rijdt even tegen mijn auto aan. Hij draagt meestal korte broek. Maar het kan ook dat hij, zoals net zei, zijn kersttrui. En daar staat een rendier op. Een witte broek. Ja, korte broek. Korte broek. €3 van Jones. Ha, gelukkig nieuwjaar. En gelukkig nieuwjaar jij. Jones. Dankjewel voor €3 maatje, man. Het kan zijn, Is hij, het kan ook zijn dat hij weer kaal is. Besef ik nu, trouwens. Okay. In mijn heel veel stemmetjes in mijn hoofd. Jullie helpen er allemaal mee dat hij ook kaal kan zijn. Ja, die man die is kaal en die had laatst een pruik genomen. En hij verandert telkens van pruik. Dus het is heel moeilijk om te ontschrijven. Oh, ik weet al wie het is. Dat was die opa van een van die Outer Angels leren, of niet? Opa Gerard? Ja, opa Gerard stond hier net met motorbanden. Oh, oké. Oké, dat wist ik niet. Chino Games, €3, gelukkig nieuw. Hey, Chino Games, jij ook gelukkig nieuwjaar, man. En dankjewel voor de €3 donatie. Je bent als het goed is nu te zien hier onderin. Dankjewel, man. Ja, goed normaal. Hij was inderdaad kaal. Ja. Hij had ook een bruine schoen. Als het niet. Ja. Zo, er doet iemand even wheelie met zijn auto hier. Zag je dat? Ja, ik zie het inderdaad. Zo, idioot. Ik wil hem wel. Ja. verder, hebben we een kenmerk van de persoon dat we de persoon kunnen herkennen? Gerard of degene die het ontvoerd hebben? Opa Gerard. Een kenmerk. Hij is oud, hij loopt krom. Meestal met een stok. Hij is niet echt heel snugger meer. €1 van Jordi zonder bericht. Nou Jordi, dankjewel voor de €1, man. Dat is goed, ben je top donator. Ja, je bent serieus top donator, man. Daarom. Top, dankjewel. Is niet meer snugger, of wat zeg je? Ja, hij is altijd een beetje wazig, weet je. Hij denkt dat hij nog alles kan. Hoe kan ik hem het best omschrijven? Ja, ik weet dat ik hem... Hij was daarnet ook verward. Ja, meestal is hij ook verward. Hey, meneer. Ja? Ik heb trouwens een collectie van iets en ik weet niet of je het wil kopen van mij. Het is heel bijzonder. Je hebt ze niet meer tegenwoordig. Een sneeuwbal. Nee. Ze zijn, hoe langer ik ermee wacht, hoe duurder ze worden. Hè? Je kan ze niet meer verkrijgen tegenwoordig. Ja, dat heb ik begrepen, want de sneeuw is weg. Ja, daarom. Ik ga hem bewaren, deze. Die gaan we bewaren. Die gaan we bewaren, nee, jongens. Kijk, ik heb het hier een moment doorgegeven. We gaan ermee aan de slag. Oké. Okay. Zodra u meer van ons... Ja, nee, dat is prima. Wat horen dan, de criminelen kennen, weet ik dat ze heel veel naar het noorden gaan. Want ik, alles wat ik altijd op het nieuws zie of in films, zijn de bergen altijd de beste optie voor die mensen. Ja.
Hebt u voor mij een telefoonnummer waarop ik u kan contacteren? Ja, zeker. Ik zal hem even een suggestie geven. Zo. Hoppakee, zo. Dank u wel. Dan ga ik daarmee aan de slag. En zodra ik hem gevonden heb... Kunt u mijn nummer dan ook geven dat ik niet door onbekend word gebeld? Want ik heb wel eens dat mijn nummer uit het niets oppopt. Alsjeblieft. Top, dan ga ik in het contact zetten. Suggesties. Plaksnor. Plaksnor, hè? Ja, dat dacht ik al. Inderdaad. Plaksnor. Jongens, we hebben hem. We hebben hem. We hebben hem. Plaksnor. We hebben hem in contact. Nou, die gaat er helemaal in. Hij staat erin, hoor. Plaksnor. Alsjeblieft. Ik ga je op de hoogte, ja? Ja, is goed. Dan ga ik ook even, weet ik veel, weer mijn ding doen. Je mag meezoeken, maar houdt wel gepast. Hè? Ja, dat sowieso. Ik ga niets geks doen. En als u iets weet, mag je me altijd een berichtje sturen. Ja, dat zal ik gelijk een berichtje sturen. Top, dankjewel voor de samenwerking en voor de medewerking. Ja, en jij, dankjewel voor het helpen. Geen probleem, succes. Jojo. Nou jongens, we hebben Plaksnor in de contactenlijstje staan. Laten wij Gerard maar heel even gaan zoeken en kijken of we hem zelf kunnen vinden in de meanwhile. Want misschien is dat een optie. Wat een bericht. We gaan ook even Appie terugbellen. Nu kan jij bel. Kalenk. Het gaat goed met opa Gerard, we zorgen goed voor hem. Daar kan je mij op. Je kan me langer dan... Je kent me langer dan vandaag. Heb jij opa Gerard? Ben je een streamsniper dat je dat weet? Dat ik hem zoek of zo? How do you know, man? How do you know, Kale Henk? How do you know, Kale Henk? Ik ben heel benieuwd waar hij is, jongens. Ik ben zo benieuwd. Ik ga Appie even terugbellen. Want ik was met hem midden in gesprek toen de agent kwam. Plaksnor is van mij. Rick is ook online. Maar we gaan eerst even met Appie gaan we bellen. Wat hij allemaal te zeggen heeft. Hij wilde nog afspreken namelijk. En we hebben 2000 mensen die kijken. Jongens, leuk dat jullie er allemaal zijn. Welkom bij de stream. Ben je nou nieuw? Check of je geabonneerd bent. Hey, jij, ik ben klaar. Hij moet ready om af te spreken even. Oh, is goed. Waar moet ik heen komen? Ik weet niet. Ik krijg een soort voor kontje. Oké. Okay. Kom maar naar de Quick Fit tegenover de AMB. Weet je wat ik bedoel? Is die onder Piemelbrug. Onder die brug, ja. Die Quick Fit. Ja, ik denk ik weet. Ja? Ja. Ben je er al dan? Of? Ik ben, ik rijd nu voorbij zo'n winkel. Wacht, er rijdt hier namelijk iemand anders. Kom maar onder die brug. Dus niet bij de Quick Fit zelf, maar echt onder die brug tegenover de Quick Fit. Onder de brug over Quick Fit. Want er rijdt net iemand Quick Fit in. Ja, maar dan wel echt onder de brug. Dus dat je eigenlijk naar beneden gaat bij Quick Fit. En dan in plaats van naar links de Quick Fit in, bij ga je... Pakhuis, die. Ja, en dan wel echt onder de brug. Oh. Kom maar heen. Hey, homo! Godverdomme. Ben je er bijna? Ik ben bij Pakhuis. Nou, onder de brug sta ik. Oh, daar ben je. Kijk, top. Godverdomme, okay. Jarek. Godverdomme. Oké, okay. Nou jongens, Appie wilde afspreken. Ik ben benieuwd wat Appie wilt. Zo, ja, heb ik echt een tijdje niet gezien, man. Wat je hebt gedaan, joh. Je bent lekker stink. Ja, ik heb lekker gecashed, hè. Hé, hey, maar ik zoek opa Gerard. Ja, meteen douche hier. Ja, ik dacht ik sta wel lekker hier zo onder de douche. Dit is mijn huis trouwens, welkom. Hier is mijn woonkamer. Dit is mijn bed of zo, hier slaap ik. 3 euro, doe een koprol, zegt Juri. Niet op het moment, vraag dankjewel, maar dankjewel voor de 3 euro donatie. Wacht 2 seconden, heb je echt dat heel even zo? Mano, 3 euro, waar is Gerard? Ik weet het niet, jongens, ik weet het niet. Maar dankjewel voor je 3 euro donatie, we gaan hem vinden, we gaan hem zoeken. Oké, Appie, wat wou je zeggen? Jij wilde wat heel graag tegen me zeggen. Kijk, weet je, hele lange tijd. Wacht, nee, nog 2 keer, nog heel eventjes. Echt heel eventjes, sorry Appie. Sofietje, Nico Den. Yo Makkers, je bent een beste YouTuber ooit, blijf zo doorgaan. Ik kijk je al sinds de tijd van Henky, echt lof naar jou. Hey Sofietje, dankjewel voor de 3 euro donatie. En Lorenzo daarna, hallo Makkers, hallo Lorenzo, dankjewel voor de 3 euro donatie. Jongens, dankjewel voor alle donaties die er zijn geweest. Je mag, je kan. Yo, kijk, ik heb al hele lange tijdje. Mm-hmm. Heb ik al wat leuks in mijn appartement liggen. Wat heb je dan? Iets wat andere mensen die jij kent ook hebben. Voor Volkswagens? Misschien. Mm-hmm. Oké, okay. Hoe kom jij aan een Volkswagen? Kopen. Oké. Ja. Wat nog meer? En wat wil je ermee doen? Oh ja, en ik weet niet of jij wist. Ik kreeg gisteren Thomas omleg, joh. Wat kreeg je? Ik kreeg gisteren Thomas omgelegd, hij was Gerard omleg, dus ik heb hem omleg. Je hebt Thomas vermoord? Misschien. Oh my, oké. Okay. Nee, oké. Okay. Dat vind ik, ik deed bijna niet meer zoveel met Thomas, maar het is wel even een dingetje om te horen. Ja.
Oké, heftig, arme Thomas. Ja, maar dat zijn andere zaakjes. Ja, dat zijn andere zaakjes. Ja. Dat zijn andere zaakjes. Maar dan heel even tussendoor. Gerard is op het moment ontvoerd. Dat wil je doen, man. En ik weet niet waar jij meestal... Hij is volgens mij door Henk. Ik weet niet of je hem kent, die kale Henk. Van de motorgang. Oh ja, hij moet dood, joh. Stinkdieren zijn hem, joh. Dat wil je doen, man. Ja, maar hij heeft volgens mij dinges ontvoerd. Gerard. Ja. En ik weet niet waar. Dus we moeten hem eigenlijk even vinden. Ik weet niet of jij kan helpen daarmee. Ik heb ogen als Arend. Hm? Ik heb oogkast als Arend. Ik versta niet wat je zegt. Ik oogkast van Arend. Ik oogkast van Arend. Zo, ik explosie. Ja joh, van de schoelen zat je. Oh, ik verstond je legit nog steeds niet, hè? Oogkast als Arend. Oogkast als Arend. Bedoel je? Ja, Isa, John Millishow, ja, oké. Okay. Isa, dankjewel voor de coolere noot. Welkom bij de gang. Doe allemaal even dikke hype in de chat voor Isa. Die is de coolere noot geworden. Welkom. Dikke hype in de chat voor jou. En we hebben de 92.000 abonnees, jongens. En bijna 2200 kijkers. Check even allemaal of je geabonneerd bent. Je naam komt boven en midden in beeld. Deze gaat omhoog. En we gaan naar de 92.100 abonnees. Dankjewel voor het abonneren. Dankjewel, Isa, voor het lid worden van mijn kanaal. Hey, zullen we gaan dan? Even zoeken. Ik weet niet wie dat is. Maar wie is dat nou weer? Wie is dat? Ik ga even kijken hoor, wie dat is. Heb jij geld? Heb ik geld? Jij hebt geld, chief. Hoezo? Ik heb geen geld. Nou, stap maar gewoon in, of ik weet niet of jij aan je eigen auto achter me aan wil rijden. Maar dan gaan we nu. Als je wel in mijn auto gewoon niet zet in. Mano, ja, is prima joh. Mano, hey Max, heb je dezelfde naam als kennis van me? Ja, hey, leuk om te horen. Dankjewel voor iedere euro, Mano. En Max is een best algemene naam. Hey joh, wat is dit nou weer? Er is hier iemand gecrashed, nou het zal wel. Oké, we gaan even de auto in de garage zetten van Appie. En dan gaan we samen even Gerard zoeken. Kijken of we Gerard kunnen redden. Of we hem kunnen helpen. Wie is dit nou weer? Hallo meneer? Hallo? Ben jij net in die auto gecrashed? Nee. Oh, laat maar dan. Fijne dag. Laat maar dan. Joe. dan is er niks aan de hand. Oh, Appie die lekt. Oh, Appie mag niet rijden. Appie die mag niet rijden. Zijn auto gaat alle kanten op. Dus we laten we zelf lekker rijden. 10 euro van Rodney Roosterrood. De beste wensen voor het nieuwe jaar. Nu zoeken naar die oude lul. Opa Gerard zonder haar. Hey, ik vind het helemaal top hoe jij altijd je rijpjes voor elkaar krijgt. Rodney, dankjewel voor de donatie. En jij bent echt een donatie legend als het gaat. Vooral om de rijmpjes. Vooral om de rijmpjes is echt insane. Dat is echt... Rodney, dankjewel voor de 10 euro donatie. En we gaan die kale bats gaan we even zoeken inderdaad. Iedereen is tegenwoordig kaal volgens mij. Ik heb het kale van me afgezet, want iedereen werd kaal. Dus toen was het zeg maar niet meer speciaal om kaal te zijn. Dat rijmt ook. Kaal speciaal. Dat is een broodje van frikandel speciaal. Heb je ook kaal speciaal. Dat is kaal met baard. Je hebt kaal. Dat is gewoon kaal kaal. En je hebt kaal speciaal. Dat is kaal met baard. Dus... Weet je, het was niet meer zo speciaal om kaal te zijn. Ik denk nog een beetje sneeuw onder mijn bandje. Godverdomme. Ja, jij ging alle kanten op, hè? Oh, we kunnen beter hieruit, zo. Waar gaan we heen? Waar gaan we heen? We moeten Gerard vinden. Ik denk Gerard stinkt. Hij moet douchen. Hoezo, hij moet douchen? Hij stinkt. Ja, maar we moeten hem even vinden. Ik wil hem gewoon even vinden, want hij is gewoon ontvoerd. Maar waar? Jij kan hem bellen. Ja? Huh? Kan jij bellen? Ja, ik kan hem wel bellen, alleen dan kan hij niet meer echt rijden. Dus dan wacht even. Tegenwoordig gaat het zo moeilijk. Oké, dan gaan we even kijken. Jongens, kunnen we bellen? Oh ja, dat is een ding. Opa Gerard. Wacht, ik bel hem wel, komt goed. Nee, ik bel hem al joh. Ik bel hem inmiddels al. Als je zeg maar je mobiel dan weer weglegt, kan je weer verder rijden. Wat? Oh, ik ben zo benieuwd waar die man uithangt. Ik weet het niet jongens, ik wil ook de chat niet kijken. Aan de andere kant, ik denk misschien in een stripclub, ik weet niet. Waar? In een stripclub, joh. In een stripclub. Nou, dat denk ik niet. Ik wil niet naar de chat kijken, want dan ga ik mezelf spoileren. Hij neemt weer niet op. Ik weet dat Kale Henk hem heeft, dus ik ga Kale Henk even bellen, oké? Ik ga die Kale Bats even bellen. Dus wij kunnen ook Kale Bats hebben. Ja, daarom. Ik wil even met hem praten waar hij is. Even Kale Bats bellen. Nou jongens, daar gaan we. We gaan Kale Bats gewoon overvallen. Ja, ik bel hem nu. We gaan Kale Henk bellen, want hij blijkt waarschijnlijk Gerard te hebben. Hey, Marcus. Hey, Kale Bats. Waar ben jij met Gerard? Ik, Marcus, je weet, ik kan dat niet zeggen. Je weet dat. Hoezo niet?
We hebben hem even nodig, hè. Marcus, je weet toch, ik heb jou toch ook gewoon safe gehouden. Dat weet je toch? Ja, maar waarom neemt hij niet op? Wat zei je? Waarom neemt hij niet op? Ja, omdat je weet, we moeten zijn communicatie afpakken. Dat weet jij. Jij weet als geen ander hoe het zit. Jij weet als geen ander dat we hem even nodig hebben. Weet je, ik had een deeltje met hem, jou maken. Oké, ja. Als wij klaar zijn, stuur ik jou de locatie waar hij is. Ja? Dus wat zijn we hier dan aan het doen? Dat kan ik niet zeggen, Max. Dat kan je niet zeggen ook, de radio. Dat zijn geheime zaken, dat weet je wel. Dat hij heeft hem, ik weet het nu wel. Dus, ja, jij hebt hem gewoon, natuurlijk. Dat weet ik inmiddels wel. Ja, laat ik het zo zeggen. Hij is zo hier en daar. Hij is zo hier en daar. Ja, daar heb ik nog steeds niks aan. Nee, precies. Ja, hoe lang duurt het dan voordat jij Gerard los kan laten? Ik denk dat het zo'n kleine 2-3 minuutjes is en dan denk ik wel dat hij los is. Dan denk je wel dat hij over 2-3 minuutjes. Ja, zal ik jou al eens even dat belletje geven als hij los is? Dan krijgt hij alles weer terug en dan... ik geloof me, hij zal veilig blijven, dat is beloofd. Hij zal veilig blijven. Hij zal veilig blijven, dat beloof ik je. Ik weet dat het is jouw opa, dus ik doe zo zeker. Ik vertrouw op je woord dat je hem over een minuutje, minder dan 5 minuten, wil ik in ieder geval een belletje van hem verwachten. Ja, is goed, dat kan ik je beloven. Binnen 5 minuten krijg je waarschijnlijk wel een belletje. Minder dan 5 minuten wil ik een belletje. Minder dan 5 minuten. Ik zal even kijken of ik de jongens even daar op de hoogte van kan brengen. Ja? Oké, prima. Nee, doe maar. Oké, hey, rustig aan, hè, Marcus. Alright. Oké, jojo. Oké, Appie. Ja? Die kale Bats, die heeft hem. Hij zegt dat hij er niks mee gaat doen. Dat ik over minder dan 5 minuten een belletje kan verwachten van Gerard. Hey, Nurof van Koekie, Walnoot, hoe heb je Roy leren kennen? Walnoot. Wat gaan wij doen? We gaan heel even langs de motorclub, wat je zei. Ja. Misschien dat ze daar zijn. Ik heb al zo lang niet meer in de chat kunnen kijken, jongens, want ik weet dat jullie het aan het spoileren zijn. En ik heb nog niet gekeken waar. Wat zei je? Ik mag hem niet, Amasje. Jij mag Kale Bats Henk niet? Ik mag die hele club niet. Oh ja, de motorgang is dat, hè? Ja, stink hier. Kijk, bijna niks. Stink allemaal niet. De motorgang die is hier verderop, toch? Hier, bij het taxi. Dit is de motorgang. Ja. Zouden ze hier zijn? Nee, hè? Ik zie wel een motor staan. We kunnen even naar binnen klimmen. Ik weet niet of dat handig is. Of dat juist... Oh, boeit niet. Ik ben niet bang voor hem. Oké, wacht. Ik pak in mijn auto even aan de overkant. Oké, jongens. We gaan even bij de motorgang naar binnen kijken. Hier zijn we... Ben ik nog nooit geweest. Dus ik parkeer even mijn auto hier, dat ze het niet zien. Ik ben nog nooit bij de motorgang zelf geweest. Hoe heb je Roy Likker? Kom ik zelf? Isa, ja, ik ben de coolere noot voor duidelijkheid. Ik ben een jongen. Oh, top. Nou, leuk dat je er bent, man. Dankjewel voor je euro en dankjewel voor het lid worden. Shoutout naar jou. En hoe heb ik Roy leren kennen? Via vakantie, 8-9 jaar geleden. Wat is het? Best een lange tijd geleden heb ik Roy leren kennen. Via een vakantie. Dat was hartstikke leuk. Oké, Appie. Moet wel voorzichtig zijn, hè? Ik heb geen zin in problemen. Ja, die deur zit op slot. Oh. Die deur zit op slot. Denk hoor. Oké, we moeten oppassen. Was dat nou Gerard? Nee, toch? Ik ben heel benieuwd. Ik heb geen zin in een probleem. Dus jij wilt hier weer weg? Nee. Ik heb juist zin in een probleem met deze. Oh, je hebt juist zin. Kijk, die motors staan er ook, hè? Van een. Zie je? Links en rechts staat er één. Ja, er zijn er meer, hoor. Ik hoor een garage opgaan. Ja, kijk eens. Hebben ze die niet op slot gedaan of zo? Ah, wacht. Ik word gebeld door iemand. Door Henk Overman. Henk, hoe is dat kale Henk? Wow. Wat ben jij op om... Zo, ik hoor in één keer weet ik veel wat allemaal voor gekke shit. Gekke motors hier allemaal, weet ik veel wat. Jongens, dit is dus de motorgang clubhuis. het clubhuis. Even kijken hoor. Ik wil niet betrapt worden op hun erf, want dan krijg ik weer problemen en daar heb ik ook allemaal geen zin in. Maar op zich boeit het me ook weer niet, weet je. Op zich boeit het me ook weer iets niet zoveel. We hebben in ieder geval 2500 mensen die naar de stream kijken. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Welkom bij de stream. Check zeker even of je, als je nieuw bent, of je geabonneerd hebt. Het is helemaal gratis.
Je naam komt bovenin het midden in beeld. We brengen deze naar de 92.100 abonnees. Dat is een hele kleine moeite om even te checken. En dan kan je al de volgende streams kan je ook volgen. Hoe leuk is dat? En video's en weet ik veel wat. Want de feestdagen zijn voorbij. Ik heb weer genoeg tijd. Oh, je staat op luidspreker, Appie. Ik hoor hem. Maar ik zou een belletje verwachten van Gerard. En ik heb die eigenlijk nog niet gekregen. Dus dat vind ik wel heel verontrustend dat ik nog niks heb. Ik heb iets ophalen. Hallo. Huh? Ik heb iets ophalen, jij de lul. Wie zijn de lul? Wat dan? Ze dagen mij uit. Ze dagen jou uit. Jij wilt zeker je Volkswagen ophalen? Misschien. Even uit de garage rijden. Oké, kom maar. Kom. Ja jongens, we gaan even dus het wapen pakken van... wacht even, wat hoor ik? Wacht even, wat hoor ik? Ik hoor een klappend iets. Ik zag een blauwe auto staan. Ik ga even kijken, kom. Oké okay, jongens, we zijn dus waarschijnlijk het wapen gaan we even ophalen van Appie. Want die is dus een beetje een soort ruzie met de motorgang, heeft hij. Is even misschien, iets anders dan een bij kijk, van hier jou. Links staat iets. Wat is dit? Oh, dat is gewoon een taxibedrijf, dat, toch? Wat is het? Oh, dat is Rick. Wacht even. Ik heb bijna Rick nodig. Mano, dankjewel voor de 3 euro donatie, man. Dankjewel voor de 3 euro donatie, man. Helemaal top, welkom. Rick. Hey, hoi. Hoe is het, jongen? Ja, goed. Hey, zijn we open Gerard? Ik weet dat het jou niet, misschien niet zo heel veel interesseert, maar het is die kale bats Henk van de Motorgang. Ja, kent kale Henk toch wel van de Motorgang, of niet? Ik heb oprecht geen idee. Oh, nou, kale bats, die heeft Gerard te pakken. En die zou zorgen, die zou zorgen dat ik Gerard terugkreeg, maar ja, ik heb nog niks gehoord. Ja. En ze dagen Appie uit, dus Appie wil hem eigenlijk neerschieten. Ik denk dat is wel de sensatie die hij mee wil maken. Als getuige, zeg maar, als medeplichtig. Nee, niet medeplichtig. Gewoon kijken. Gewoon, ja, daarom. Een beetje kijken. Kijken, niet kopen. Hè? Dus wil je bij ons instappen of... Ja, ik moet nog heel veel naar mijn huisje toe. Dan kom ik zo... Oké, okay, nou, we spreken af gewoon hier weer. Naar jouw huis, okay? Want mijn huisje is naast jouw huis. Oh, ja, nice. Dan rijd ik achter je aan. Oké, hey, jongens. Dinges gaat meedoen. Rickert gaat meedoen. Oh, Appie is gewoon bij hem ingestapt ook echt. Appie is gewoon bij hem ingestapt. Dat is heftig. Als ik ze nu niet volg, dan raak ik ze kwijt. Want ik weet niet waar ze wonen. Dus ik moet ze volgen. Maar oké, voor de duidelijkheid, ik leg het net een beetje op de vraag om die aan elke rest uit te leggen, krijg ik een donatie zoals dit. Tigo, 5 euro, ben er weer bij met een robotgezicht. Hey Tigo, dankjewel voor de 5 euro. En ja, 5 euro donatie. Dankjewel voor de 5 euro donatie, man. Welkom bij de stream, leuk dat je er bent. En veel plezier met kijken, vooral veel plezier met kijken. 2500 mensen kijken weer gezellig mee. Het slaat ook nergens op aan die getallen de laatste tijd, jongens. Dat zoveel mensen elke stream tegenwoordig gewoon meekijken. Dat gewoon het standaard is wat we halen nu. Dat is gewoon echt het standaard wat we halen. Wonen we helemaal daar? Waar zijn... Oh, hun appartement is helemaal in het noorden. Nee. Helemaal daarheen. Dat ga ik trouwens niet redden qua benzine. Ik zeg wel gewoon dat ik hier op ze wacht. Ja, ik zeg wel gewoon dat ik hier op ze wacht. Dat ga ik qua benzine niet redden. Dat vind ik ook zonde van mijn benzine. Dus wacht even. Wacht even. Jongens. Laat mij even praten. Rick. Oh, hij hoort me ook gewoon niet, hè, die gast. Hij hoort me ook gewoon niet, want hij is helemaal in het noorden en daar wil ik niet heen. Dus ik ga de eerste dichtbijzijnde plek omkeren. Maar hij is ook gewoon aan het gasten, die jongen. Penny Meis, ik ga zo je donatie bekijken, want ik ga nu veel starten om voor te lezen. Maar ik ga hier omkeren. Penny Meis, 3 euro, hey makkers, ben er weer lekker stream aan het genieten. Ga zo door in het nieuwe jaar. Hey Rick, dankjewel voor de... Rick, ik heb het over Rick. Penny Meis, dankjewel voor de 3 euro donatie. Er zijn hier 2 gasten verder in op weg, dat vind ik wel een beetje eng. Zeg het eens. Hallo? Wat zijn jullie zo op de weg aan het doen? Kunnen we mee naar het ziekenhuis? Kunnen we mee? We zijn net uit, ja, we zijn net uit de gevangenis. En we moeten naar het ziekenhuis. Wacht even hoor. Ryan? Yo. Ik ga vast terug naar de stad. Dat is zonde van mijn benzine om mee te rijden. Oh ja, is goed. Jullie komen toch zo meteen weer deze kant op, ja, toch? Ik kom zo weer die kant op. Ja, oké, okay, prima. Ja, jongens, stap maar in, joh. Ik moet toch terug richting de stad. Dankjewel. Maar dankjewel, Penny Meis, voor je 3 euro donatie. Sorry. Nee, ik zat niet in. Ja, de deur staat op slot, sorry. Stap maar in. Oh, oké, okay. Nee, geen wel. Probleem. Zo. Top. Hoppakee. Hey, heb jij een tip om goed geld te verdienen? Niet in de gevangenis terechtkomen. Ja, nee. Dat is een goede tip die je kan gebruiken. Gewoon niet daar terechtkomen. Maar wij zoeken nog wel een gang, dus misschien. Ja, misschien je eigen ding oprichten. Dat is altijd het best. Je hebt wel dan... probeer niet zoveel te kloten met andere gangs. Want dan 9 van 10 keer is je gang gelijk ten einde. Ja, ja, ik denk dat ook wel. Dan ga je altijd ten einde. En ja, in een gang komen, dat is heel moeilijk. Dat is echt heel moeilijk. Om daar nog in terecht te komen.
Ik weet niet met hoeveel man jullie zijn altijd. Ja, wij al met drie soms. Maar met meestal drie. Met twee. Maar wij zijn broers. Hoe heet jullie? Ik ben Sam, achteraan. Oké, wacht even. Johnny. Ik moet heel even een belletje opnemen. Oké. Hey, Marcus. Heb jij al een bericht van gekregen? Van, ik heb nog niets bericht gezegd. Ik verwacht een belletje. Ja, belletje, berichtje, die jongens. Ik heb nog niks dan. Nee, dat is ook. Oké, er was even net een dingetje dat wij even een, ja... Maar ja, wat goden wat tegen ons aanspraken waren. Dus het kon even wat langer duren, als je begrijpt. Ja, oké, dat begrijp ik. Ja, dus ik zal zo snel mogelijk hem wat laten even jou bellen en dan hoor je van me, ja? Ja, prima. Oké, tot zo. Tot zo. Oké, jongens. Blijkbaar was dat het excuus, die gekke taxi hier. Ja, we hadden gisteren een OV'tje gedaan. En, ja, gelukt? Of, maar, we hadden zo een... Nee. Een vriend van ons had een geweldig plan om te verkleden als bouwvakkers die daar gingen werken. Oh, slim. Maar wij hebben nu een aantekening gekregen op ons paspoort. Blijf even zitten trouwens, jongens. Ja, dat is goed. Okay. Dan voor de, puur voor de tank hoor, anders hebben we weer een probleem ermee. Ja, maar ja, dat is best wel slim hoor, om als dingetje te gaan zitten. Ja, maar... Als bouwvakkers. Niet te zonder dat... hebben aantekening. Ja, de aantekening is wel wat jammer inderdaad. Dat is nou weer jammer. Ja. Hij is op. 2700 mensen, leuk die er allemaal zijn. Welkom bij de stream. Check of je geabonneerd bent. Je naam komt boven in het midden in beeld. We gaan deze naar de 100 brengen. Ja, jullie zijn kwamen net uit de gevangenis? Ja, ik nee, dat was niet daarvoor. Nee, oké. Maar als je een aantekening hebt, wat houd je nog tegen om dan alsnog crimineel te gaan zijn? Ja, dat wel. Maar gewoon via bouwvakker. Als we nog één keer dat doen, dan komt het niet goed. Oh, een aantekening in de, van de goden bedoel je? Ja. Oh, zo? Ja, dat mag niet. Omdat, een bepaald voorbeeld dat daar voorgedaan en dan doet iedereen dat en dat mag niet. Oké. Ja, nee, dat is lullig. Ja, ik weet niet, daar kom je gewoon met goed gedrag denk ik wel vanaf hoor. Ja. 10 euro voor Rodney Roos en Rood Ippie blijft ook in 2020 geflopt. Nu die Volkswagen ophalen en dan die motormuisje kogel door hun kop. Rodney, dankjewel voor je 10 euro donatie. Rijp. Doe maar even een hype in de chat voor Rodney, die vind ik wel leuk. Een dikke hype in de chat voor Rodney. Hij heeft al een mooie auto, ik heb maar een Audi. Dikke hype in de chat voor Rodney, jongens. 10 euro, in totaal 20 euro. Dik verdiend om even een hype te doen. Zo, jullie moesten naar het ziekenhuis, hè? Ja, ik wel. Kan iemand even een navigatiepuntje zetten? Dan? Ja. Ik riem los. Volgens mij is deze kant op, hoor, maar voor het verkeerd rij. Ik was bezig met een zaakje voor Eduardo. En die zat achter mij. Was niet het beste. Oh, de politie was in één keer te plaatsen met Eduardo zaakjes. Ja. Ja, dat is lullig hè, als dat gebeurt. Ja, daarom, ik werk ook niet meer met Eduardo tegenwoordig. Je moet politie... ergens... Zijn er andere dingen? Ja, eigen dingen hè, zoals een overvalletje. Maar dan... ja, moet je even een manier bedenken hoe dat lukt. Want het is moeilijk, want gijzelaars helpen meestal. Maar dan moet je altijd wel echt een goed plan hebben hoor. Ruben, 3 euro. Jammer, ben ik weer een film gemist. Ik kon er niet aan het begin bij zijn. Maakt niet uit, Ruben, maar dankjewel voor je 3 euro. Leuk dat je er bent, man. Leuk dat je er bent. Je moet echt wel een groepje hebben. Exact. Oh, ik word gebeld. 2 seconden. Oké. Dat is een belangrijk belletje. Hey, ik kan Marcus. Hey, luister. Als het goed is, kan je hem nou bellen. Als het goed is, kan ik hem nu bellen. Ja, als het goed is, kan je hem nou bellen. Want ik heb begrepen, mijn mannen die hebben mij net een bericht gestuurd dat ze weg zijn. Oké, dan ga ik even proberen en zo. Oké, hey, fijne dag, Marcus. Hetzelfde. Doei. Nou, jongens, jullie kunnen het. Ja, dankjewel. Graag gedaan. Volgens mij heb ik het succes vlot gedaan, of niet? Oh. Ja, ik denk wel. Marcus. Hey! Meneer, veel succes nog. Ja, hetzelfde. Joejoe. Ben je taxi-service geworden? Wat? Ben je taxi-service geworden? Ik? Ja, ze vroeg even of ik een afwilter zetten. Even jullie klanten stelen. Oké, jongens, we gaan even Gerard bellen. Het is zover. Kijken of hij daadwerkelijk vrij is. Kijken of Gerard daadwerkelijk vrij is. Laten we hem even bellen. Ik weet niet wie we hier hebben. Even kijken hoor. Kunnen wij opa Gerard bellen? Oh, door wie word ik nou gebeld? Van Plaksnoor. Plaksnoor belt me. Of Karl Henk! Huh? Oh, wel Plaksnoor. Hey, hallo, Plaksnoor. Ik had hier de Plaksnoor. Ja, dat makkelijk. We hebben opa Gerard aangetroffen. Oh, ja, ik... persoon wordt op dit moment wel verzorgd door de ambulance. Door een collega. Opa Gerard wordt verzorgd. Ja.
Is er iets met hem aan de hand? Hij heeft een vermoedelijke hartstilstand opgelopen. Hartstilstand opgelopen? Ja. Oh, dat meen je niet. Ik stel voor dat u naar de winkel De Mun komt, in het noorden van de stad. Hè. De Mun? De Mun. De Mun, oké, kom ik heen. De Mun, De Mun. Ja, De Mun, De Mun. Ga ik ja, oké, De Mun dan. Noorden van de stad, blijf wel even oppassen als u ja, er bent. Ja, is goed. Dat ga ik doen. Top, succes. Top. Dankjewel. Geen probleem. Fuck yo, rij jij zo voor mij naar binnen, man? Ja, hello. Oh, hey, is dit voor me? Hallo? Ja, man. Oh! Ik de hele tijd achter je aan. Ja, joh, weet ik veel. Ik denk je bent een of andere stalker of zo. Je kent ze wel, hè? De luchtstalkers. Ja, zo goed zijn. Wie is deze man met helm? Wie is deze man met helm dan? Wie is deze man met helm? Hij deed net zijn nummer sorteren. Hé, maar ik weet Gerard waar die is. Ik weet waar die is. Jawel. En ze hebben me een hartstilstand gegeven. Althans gegeven, waarschijnlijk veroorzaakt. Oké. Dus ik weet niet wat jullie willen doen. Wie? Hey. Ik moet heel even naar hem toe eerst. Zijn dit jouw zaken? Hé, ik ga weg, joh. Wat? Zijn dit uw zaken? Nee, de Mun in het noorden. Moet ik weggaan? De Mun in het noorden. Okay. Laten we daar even naar binnen rijden. Dan kan je Mun in het noorden. Jongen. Waar is die? Hé, hey, hier rechts even naar binnen rijden. De Mun. Helemaal daar. Oh. Oké, okay, jongens. Gerard, ik word sowieso geholpen door de ambulance. Of ik er nou bij ben of niet. Dat komt sowieso wel goed. Maar we gaan even kijken wat het plan is wat we gaan doen. Appie die is erbij. Dat vind ik ook wel een keertje leuk. Appie is erbij, dat is ook een keertje nieuw. Oh, pas op joh, gek. Oh! Oh, daar ging ik weer bijna. Oké, we gaan even kijken wat we kunnen fixen. Hoppakee. Op slot, zo. Ja, oké, jongens. Die kale bats van de motorbende, volgens mij heet ze RV Angels, is het? Mm-hmm, ja. Die hadden Gerard ontvoerd. En nu heeft hij een hartaanval gehad. Ze zeiden dat ze hem goed ging achterlaten. Nou. Dat is dus niet gebeurd. En ik weet niet hoe nog verder het jullie het boeit dat het Gerard is. Maar mij in ieder geval wel. Nee, maar wij hebben ook wel wat te schillen met RV Angels. Ja, ik ook. Oké, ik weet niet hoe Piet hierover denkt. Ik denk hetzelfde. Hey, Piet? Piet denkt er emotieloos. Oké, nee, dat maar is genoeg. Maar je kan het beter. Als even maar we weten wat hun dinges is. Ik kan zo met Henk afspreken. 100%. Dat kan ik regelen. Maar ik weet niet hoe dat hoe ver zijn gang mee komt. Ja, maar er zijn twee Henk, hè? Ja, kale Henk. En er is ook een Henk Hofman. Die mag ik ook niet. Ik weet het niet. Hij is kaal. Ik weet niet of hij inmiddels nog steeds kaal is. Ik weet niet of hij nog steeds kaal is. Stel je voor twee Henks in een gang. Dat zou wel apart zijn, niet? Ja. Oh, 2700 man jongens, leuk dat je allemaal zet. Ik vond het grappig, neer ben ik naar boven beeld, blablabla. Maar we moeten wel heel goed opruimen, want Serge is hard aan het werk. Ook op dat lijk van Thomas. Ja, Thomas is blijkbaar dood. Ben ik achtergekomen. Ja, ik zag op Twitter. Ik wist gelijk dat Appie was. Oké. Maar willen we dat nu doen, of... Wat is een plan? Is er een plan? Ik weet niet, ik kom net aanschuiven. Jullie hebben een. Ja, ik kom een soort van ook. Ik heb het alleen gehoord. En ik zou het met Appie doen. Toen kwam ik toevallig jou tegen. En ik denk dat door jou is Piet erbij gekomen. Ja, ik had Piet opgebeld. Of tenminste, ik moest nog even wat geld aan hem geven. Ja. Oké. Okay. Het geld, 2,5 ton. Ja. Hoezo? Maar je scheelt nou ook nog 202 ton. Hé, hey, waar is mijn 202 ton? Hij had die wagen verkocht aan jou. Hè? Mm-hmm. Maar hij wou heel graag zijn huur kan kopen. Dus had ik hem even dat geld uitgeven. Ja, oké. Okay. Maar zullen we dan iets doen nu? Naar Gerard, de motorgang, even pam. Er gebeurt niks, gewoon. Want anders ga ik nu gewoon. Ja, wat weet je van hem? Is Gerard dood? Leeft hij nog? Nou, ik heb hem uit bij de Mun, is hij helemaal boven in de stad of in het noorden. Ja. Daar lag hij, maar hij komt waarschijnlijk naar het ziekenhuis. Gok ik. En het noorden is ook een ziekenhuis. Snap je dichterbij? Ja, oké. Dus ik denk dat ik even daarheen ga voor Gerard. Ik weet niet of jullie iets nu willen doen tegen die gang, tegen die Angels.
Ja, we kunnen even kijken. Ik zou zeggen, kijk sowieso eerst bij Gerard. Ja, dat wil ik sowieso even doen. Wie dat er nog bij betrokken was. Stel dat er meerdere mensen betrokken bij zijn. Ja, oké. Okay. Dan ga ik wel even dat vragen. Ik weet niet of jullie mee willen of dat jullie gewoon even jullie eigen ding doen. Nee, ja, we komen zo ook al die kant op. Ja? Dan doen we eerst even dat geld even doen. Dan komen we uit die kant. Dan ga ik gelijk nu naar Gerard. Ja, zo de contact. Ja, over in, joh. Ik rij wel met Rick of niet. Ja, is goed. Oké, jongens, dan ga ik nu even naar Gerard toe. Ondernemen we even gelijk actie. Want ik wil wel even dat Gerard, dat er niks aan de hand is met Gerard. Dat vind ik eigenlijk best wel een goeie. Dus we rijden gelijk naar het noorden van de stad. Die staat nu een waypoint, dat is 9 kilometer. Dit echt zou het veel meer zijn. 3 euro van Dirk Jan, toffe stream, groetjes Dirk Jan, AWB Roefijn. Hey Dirk Jan, groetjes terug en dankjewel voor de donatie. Leuk dat je de stream kijkt. Ik vraag me altijd al af hoeveel mensen die in Roefijn spelen. Kijk, heel veel weten inmiddels wel dat ik stream en zo en dat ze me tegenkomen. Maar hoeveel kijken het ook? Niet tijdens dat ze spelen om te snipen ofzo, want dat gebeurt bijna nooit. Van bijna eigenlijk bedoel ik gewoon letterlijk nooit meer. Maar hoeveel spelen het nou gewoon, of hoeveel kijken nou gewoon mijn streams die ook op Roefijn spelen? En als je trouwens Roefijn wil joinen, dan moet je even naar het linkje in de beschrijving. Ik heb tegenwoordig in het link in de beschrijving staan, niet om te joinen. Maar om de server te kunnen joinen. Via de Discord. Is Discord joinen? Oeh, en dan kan je daar, via dat kan je de server proberen te joinen. Dan moet je een intake gesprek doen, blablabla. Maar ja, als je dat een keer wil proberen, dan kan het via het linkje in de beschrijving. Dus as simple as that. As simple as that. We hebben gewoon nog steeds weer 2600 man die kijken. Bijna 2700 man. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Welkom bij de stream. Check of je geabonneerd bent. Je naam komt boven in beeld. We gaan deze brengen. Dat is zo'n automatisch tapeje wat ik dan in mijn mond steek. En dan praat ik automatisch. Want we brengen deze even naar de 92.100 abonnees. Deze stream. Dat weet ik zeker. En we gaan nu naar Gerard, jongens. We gaan even kijken. Gerard heeft blijkbaar een harteval gehad. Dus F voor Gerard in de chat. Dikke F voor Gerard in de chat. We gaan even kijken of we hem kunnen helpen. Kijken of we hem kunnen redden. Althans, de ambulance gaat hem redden. Wij gaan hem alleen ondersteunen. En even kijken tot in hoever wij hem van dienst kunnen zijn. En even van alles aan hem vragen wie hem ontvoerd heeft. Of hij namen heeft gehoord. Want die namen kan ik dan weer doorgeven aan de gang. Over wat hun te zeggen hebben erover. En of ze die namen herkennen. Want Henk Hofman, ik weet niet hoe die heet. Kaal Henk noem ik hem altijd, omdat hij kaal is. Ik weet niet of hij nog steeds kaal is inmiddels, maar hij was altijd kaal. Trouwens, besef, is hier dus ook een ziekenhuis, hè jongens. Ik kan beter hierheen voor op het moment. Laten we maar gewoon hierheen gaan. Ik denk dat het verstandiger is, want dat ze hem gelijk naar het ziekenhuis brengen. Kijk, die dikke effies in de chat, jongens. Daar zijn ze. Ze worden er vol in geplakt, gewoon net zoals die plaksnor van Robben, jongens. Net zoals die plaksnor van Robben worden ze zo in de chat gejiet. Kijk, dit is een flitsweg. Deze weg haat ik, vreselijk. Vreselijke weg. Enige leuk aan deze weg is dat Jeroense winkel hier is en die kan ik overvallen. Die kan ik altijd overvallen. Dat is het enige leuk aan deze weg. Dat Jeroense winkeltje hier is. Ik weet niet meer met wie die is. Volgens mij met Ramon had hij een winkel. Dat is altijd of Robben, juist. Nee, volgens mij Ramon. Volgens mij had hij altijd een winkel met Ramon. Of Raymond. Raymond, sorry. Raymond was het. Niet Ramon. Raymond. Dus ik vind dat die naam... Je hebt Ramon, Raymond, Raymond, Raymond. Allemaal versies van de naam heb je. Maar wij gaan voor Raymond. Even kijken of Gerard inmiddels al hier te plaatsen is. Misschien niet, misschien wel. We gaan heel even koekeloeren. Of die hier al is. Nee, hier is hij niet. Wat ik heel jammer vind. Want dan moet ik toch wel naar het noorden. Toch hierheen. En als ik onderweg een ambulance tegenkom, dan zie ik het wel, hè. Dan zien we het wel. 2700 mensen, jongens. Het slaat nergens op, het aantal kijkers de laatste tijd. Dat is echt gewoon bizar. Mijn vorige stream die heeft inmiddels al bijna 60.000 weergaven. Die staat nog steeds in trending. Die stond op plek, wat is het, 17 in trending? Dat je echt denkt van, how? How is that possible? Volgens mij heb ik hier trouwens FPS drops. Dus speciaal voor jullie zet ik heel even... Het is sowieso vreselijke OBS soms, hoe dat echt lekt. Ik weet niet hoe dat kan. Ik heb van alles opgezocht, maar... Ik kan GTA op de hoogste graphics draaien. Piotr Stemers is 3 euro gedoneerd. Je bent de leukste YouTuber, Piotr. Dankjewel voor de 3 euro donatie en voor het dikke compliment, man. Dat vind ik echt leuk om te horen. Dat vind ik nou echt gewoon een leuk compliment om te horen. Dat je mij zo een toppe... Toppe? Ja, toppe, maar... Nederlands, moeilijke taal. Een toffe YouTuber vindt. Dat vind ik echt leuk. Oh, ik dacht, hij gaat even rechtdoor, Jeet. Ik schrok me rot, man. Holy crap. Gerard, we komen eraan. We komen eraan, Gerard. We gaan je redden. Wanneer komt Reno terug in de stream? Weet ik niet wanneer Reno wilt. Reno is altijd welkom, dus wanneer Reno wilt. We zijn bijna bij Gerard. We gaan even koekeloeren hoe het gaat. Toppunt 15 in training. Heb ik een toppunt 15 in training gehad? Oh, jammer dat ik daar geen screenshot van heb. Mijn toppunt was namelijk 17. En ik heb niet 15 gezien.
Maar dan weten we, jongens, mijn toppunt is dus plek 15 in, hashtag 15 in Nederland van gaming. Met mijn stream, een van mijn streams. Dus ik hoop dat ik ooit nog een keer daarboven kom, maar dan met een video. Een video zou ik nog leuker vinden. Als een video boven hashtag 15 in Nederland kwam. Maar we zijn er, dit is de min, dit is de min. Zou Gerard hier nog zeggen? Ja, het is allemaal nog gaande, het is allemaal nog gaande. Oh, jee, Gerard. Oh, ik hoor plaksnoor, ik hoor hem al. Gerard, heb je het overleefd? Gerard, we hebben die 100 jongens, 92.000 honden. Dankjewel voor het abonneren. Je mag nog steeds abonneren hoor, maar we hebben in ieder geval iets gehaald. Oh. Gerard, slash e-whistle. Oh, die staat er al. Hallo. Hey, plaksnoor. Hey. Hoe is het met hem? Oh, ik kom heel erg bij. Hij wordt op dit moment geholpen door de ambulance. Hij wordt op dit moment geholpen? Ja, ze maken hem klaar voor het transport naar het ziekenhuis. Oké, mag ik, moet ik even wachten hier of mag ik kijken? Ik heb het liefst dat u wacht, want er is binnen weinig ruimte. Nee, prima, dan wacht ik even. Komt helemaal goed. Ik zou voor dat u wel even aan de kant gaat, want ze rijden ze dadelijk naar buiten. Ja, ik heb mijn auto ook even helemaal aan de kant gezet. Dus, ja, dus, top. Dan komen ze dadelijk bij jou, ja? Ja, is goed, is goed. Succes. Nou, plaksnoor jongen, top politieagent die man, top politieagent. Oh jongens, Gerard, daar ligt hij. We kunnen wel even spieken. Daar ligt hij. Kijk, we gaan aan de kant staan, want dan kunnen we gewoon alles doen. Is dat Willem? Dat moet Willem zijn. Dat moet wel Willem zijn, hè? Kan niet anders. Papa Gerard. Daar heb je hem. Hij ligt er jongens. Oh, Gerard heeft een harteval gehad. Ik dik even in de chat. Ja, die gaat met jou zo dadelijk ook weer naar het ziekenhuis. Hè? Ik ga met Gerard mee. We gaan er achteraan rijden zometeen. We moeten ook informatie van Gerard weten wie hem nou... te grazen heeft genomen, althans wie hem zo'n hartaanval heeft gegeven, want daar ligt hij hoor. Hij wordt zo meteen getransporteerd via deze ambulance naar het ziekenhuis, dan gaan wij er met mijn auto achteraan rijden. Ik durf te wedden, nou ik weet het eigenlijk wel zeker, dat ze naar dit ziekenhuis gaan en vanaf dit ziekenhuis, dat zou een beetje raar zijn als, ja of ze gaan wel gelijk door naar de stad. Maar wow, mijn FPS hierin is echt raar, hier is hij beter. En dan gaan we vanaf daar gaan we even kijken wat we met hem kunnen doen, dan gaan we even de informatie van Gerard vragen. En dan gaan we kijken of we via die informatie kunnen weten wie daadwerkelijk samen met Henk, of het Henk Hofman is, die Gerard heeft ontvoerd. Want ze zei dat ze hem rustig ging achterlaten, maar dat hebben ze ook al gedaan. Maar hij kon die stress toch niet aan, die oude man? Hij heeft een hartaanval gekregen. Dat kan hij toch niet aan, joh? Oké, ik hoor hem. Gerard! Betrokken geweest bij... Ik weet niet of jullie dat horen. Zo dadelijk wordt je waarschijnlijk gebracht naar het ziekenhuis in het noorden, ja? In het noorden wordt hij gebracht. Oké, van de kant ook. Oh, het in het noorden wordt hij gebracht, top. Oké, dan gaan die body hier zo meteen weg. Dan gaat Gerard getransporteerd worden. Ze gaan hem op de ding trillen, jongens, op de plakkaat. Gerard voor mij? Kan je 4K streamen? Ja, kan. Maar ik heb geen 4K scherm, dus dat is niet zo heel mooi om te doen. Ik moet mijn leden even updaten, jongens. Vinden jullie ook niet? Ik denk dat dat wel even een dingetje is om te doen. Zal ik even kijken hoeveel leden ik heb inmiddels? Zal ik heel even kijken? Hij wordt geholpen, jongens. Hij wordt geholpen. We gaan heel even koekeloeren. Zo. En dan... hij ligt op de brancard, jongens. Hij ligt erop. Die oude man ligt er gewoon op. Het is zover. Kijk, daar gaat hij. Daar gaat hij. We gaan even meekijken. Ja, maar voorop. Gerard. Ja. Oh, gaat het? Ja. Oh jee, ik rijd met je mee, althans ik rijd achter je aan, Gerard. Ja. Ik rijd achter je aan. Gerard, succes, hier nog wat donuts. Oh jongens, hij is kaal. Hij is kaal. Kale bot, jongens. Alsjeblieft, en nog wat donuts op de brancard. Gerard, als jij van de kant zou willen gaan, dan kan ik even de brancard opnieuw pakken. Ik ga vast een auto stappen, jongens. Gerard gaan ze transporteren naar het ziekenhuis. Dus wij gaan er achteraan rijden. Ik zal heel even snel even checken hoeveel lidmaatschappen het zijn, dan kan ik hem updaten. Het zijn er nu 44, dus die kunnen we heel even snel aanpassen. Leden, ik vind het wel leuk om een beetje geüpdate te houden. Vraag je af hoe je lid wordt? Hey, heel makkelijk, dat kan via een linkje in de beschrijving of een knopje naast de abonneerknop. Zo simpel is het, de technologie van tegenwoordig. Oh, tegen de achterkant. Oké, jongens, bijna 2800 mensen. Leuk dat jullie er zijn. Kijk of je stream kan delen, want misschien halen we de 3000 kijkers wel weer deze stream. Wie weet halen we de 3000 kijkers weer. Je hebt hier Rick, waarschijnlijk met... ik gok met Appie, hebben we hem hier. Ik gok dat het samen is met Appie. Ik zal even kijken hoor. Ik zal heel even spieken. Hey. Yo, hey. Oh, Gerard, die moet heel even knipperen. Hoor ik net. Ja. En dan gaan ze brengen naar het ziekenhuis in het noorden. Ja, dat is hier om de hoek. Oké, en dan rijden wij er achteraan om even te kijken hoe het met hem gaat en zo. Ik heb ook toestemming voor van de politie om er achteraan te rijden. Max? Ja, hallo? Nou, volgens mij is het uw opa, toch? Ja, zo voelt het wel soms, ja. Ja, hij is nu eventjes knipperen, dus wij kunnen jou even inlichten voor wat er is gebeurd. Oké, als je het heel even 2 seconden hebt. En je maakt echt superleuke roleplay-video's, heb ze allemaal gezien. Zeg, Pjotte, dankjewel voor de 3 euro extra, man. Top, leuk om te zien.
Ja, ja. Ja, ga verder, sorry, spijt me. Hij heeft een mogelijke hartstilstand gehad. Ja, hij heeft een mogelijke hartstilstand gehad in de winkel. Oké. Okay. Toen we hebben hem ja, de politie heeft hem daar eigenlijk aangetroffen. Oké. Okay. En, oh joh, oh joh. Ja, zo. Die wil je dood. Dat was heel dichtbij. Die hersenloze is wel heel eng. Ja. De engste hersenloze die ik ooit heb gezien. Kijk ook even hoe ze... Die hersenloze zijn echt meedogenloos. Zo, dit was gebeurd. Nog een keer, weg. Oh, ronde 2. Oh jee, oh jee. Die hersenloze die zijn gek, joh. Ik zet mijn auto even aan de kant, hoor. Zo, als dat ontploft, hé. Die hersenloze rijdt gewoon even tegen het tankstation aan, hè. Als dat was ontploft... Zo, voor de leden trouwens, je kan via mijn community tab de Discord joinen. Hij had voor de rest geen verwondingen, we hebben zuurstof bij hem aangesloten en toen is hij rustig bijgekomen. Oké, en nu is hij even knipperen en dan gaan jullie hem naar het ziekenhuis brengen. Ja, voor verdere nakontrole hoe het komt waardoor hij een hartstilstand heeft gehad. Oké, nee, dat vind ik helemaal top om te horen dat jullie hem gaan helpen op die manier. Oké. Oké, dat is top, dan ga ik er zo achteraan rijden. Ja, dat zo, Robbe, er rijdt net een hersenloos even tegen het tankstation aan waar wij allemaal bij stonden. Ik heb het gezien. Zo, dat schrik je van, man. Ja. Ik denk, nou, daar gaan we. Dit is het einde. Ik wist niet dat mijn einde ooit door een hersenloos zou zijn. Nee, doe op een Gerard de groetjes van mij. Ja, ga ik zeker doen. En wens dan veel beterschap. Yes, dat komt helemaal goed. Hey, Robbe, jij fijne dienst. Ja, dank wel. Fijne dienst inderdaad, Plaksnoer. En ik heb een helm op, want ik zit bijna in de auto. Godverdomme, maar ik kan echt niet rijden. Mijn dienst zit er gelukkig bijna op. Oh, die zit er bijna op. Nou, kijk eens aan. Helemaal top. Dan aan het eind van de dienst nog even wat extra lijm achter die snor. Blijft hij ook weer goed zitten. Blijft hij weer goed plakken. Is Gerard er alweer? Ik heb geen idee. Volgens mij niet. Oké, jongens, Gerard is bijna terug en dan gaan we terug. Is Gerard er alweer? Aan de kant. Nee. Oh, ja, daar heb je hem. Of ben je een keer jong, Gerard? Hier, hij van de kant. Hè? Wat zie je er jong uit? Helemaal achteruit. Go, 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 go. Wat? Oh, god, hij heeft deze dit probleem. Ja, dat meen je niet. Oh, dit is echt... Man. Oh, ja, kale bad, Gerard is er. Ga liggen. Gek. Op dieper kamertje, ja, kale toch? Kop. Oh, nee, oh, 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 joh, gek. Moet Gerard liggen? Zo vaak. Hallo, hoe is het, jongen? Zo. Ja. Oké, okay, jongens, we gaan erachter. Ja, nou, we kunnen, jongens. We kunnen. Ja. Nee, succes. Zelfde. Ik neem hem mee, joh. Ik ga weer maar recht in de auto. Oké, okay, we kunnen Gerard achterna, jongens. Het is zover. We kunnen hem achterna. We gaan even kijken. We gaan hem mee escorteren naar het ziekenhuis. De lampen aan. Oké, jongens. Kijken of hij hier kan keren. Gaat hij dat doen? Zeg maar wel. Ik neem aan dat hij hier gewoon gaat keren. Waarom keert hij niet? Waar ga je heen, meneer? Het ziekenhuis is toch de hele andere kant op? Of gaat hij helemaal naar het noorden? Is er ook een ziekenhuis? Ik kan hem ook niet echt inhalen. Wat rijdt hij traag, joh, die agent? Wat rijdt die plaksnoor traag? Oh, inmiddels niet meer. Hé, joh, Rick, gek! Die plaksnoor gaat hard, hè? Die plaksnoor gaat hard ineens! Zo, jongen, die ging even 150, ik zag het wel. Ik zag het wel, even 150 over de snelweg. Oeh, dit konden wij nog net aan redden. Dit hebben wij nog net aan kunnen redden. Nou, hier gaat hij in één keer weer traag. Dit is gewoon een escort. Dit is gewoon een escort naar, escort. Is hier ook... Oh, hier is ook een ziekenhuis, dat wist ik niet eens. Ik wist niet eens dat hier ook een ziekenhuis was. Kijk jongens, we zijn bij de bank. Deze hebben we overvallen. Deze bank hebben wij overvallen. We zijn er gewoon. We rijden gewoon echt met de ambulance. Waar we normaal altijd, de politie bedoel ik, waar we normaal altijd niks mee te maken willen hebben. We rijden ook echt mee. Alsof niks is. Is dat een grappig plaksnor? Nee. Wat is er dan? Lachen wat hij doet, joh, die gek. 2800 mensen, leuk dat jullie er allemaal zijn. Welkom bij de stream. Check of je nieuw bent. Kleine moeite om te kijken. Abonneren is gratis. Nou, komt boven in beeld. 92.200, jongens. Ik voel hem. Ik voel hem, jongens, dat we die gaan halen, deze stream. Ik weet het zeker. Ik weet het zeker. Ik vind het alweer fijn dat de sneeuw weg is. Dat het gewoon weer sneeuwloos is hier allemaal. Dat we gewoon weer rustig kunnen chillen. Parkeerplaats op Jos geven. Lekker. Geen idee wat er gebeurt. Ik rij hem gewoon even hier erop. Even kijken wat hij gaat doen. Ik ga hem gewoon in parkeren. Ik heb prioriteit. Hoppakee. Zo. Geparkeerd. We zijn er, jongens. Hier, wat? Zeg, wat bleef je, joh? Je ging een beetje langzaam. Ja, ik reed achter die agent toch, joh? Jullie gingen allemaal binnen door. Ik moest achter die agent blijven. Ik denk donderdag, ik moet zo lang weg. Hé, wie is dit? Hallo?
Wie zou het zijn? Ah ja, dacht ik al, oké. Okay. Maar omdat we een keer een extra man hebben. Je moeder! Wie is dit? Hey. Hallo? Ik verstand van de mijne, fuck nog steeds jou, niet. Man. Oh, sorry. Oh, hey! Hey, what the fuck? Je bent ook een Je moeder! Nice. Hey, wat gaan we doen? Ik denk niet dat die gaan bespreken, maar. Ik denk. Ik ga wel even met Gerard in mijn eentje praten zo, dat hij even zoveel mogelijk geeft. Even goed ondervragen. Wat willen jullie allemaal weten? Waarom? Wie het waren, waarom? Wie, waarom? Wanneer vroeg ik erom? Wat is er met jouw stemmen gebeurd, met je stembanden gebeurd? Oh, weet ik niet, hoezo? Nee, ik ga niet denken. Bijna een dag nog, heren. Hetzelfde. Dag, Piet, Piet. Dank je. Oké, ik ga wel van hem vragen, ik ga alles vragen. Oké, jongens, ik ga alles aan Gerard vragen. Ik ga het even alleen doen, want dan kan ik zoveel mogelijk informatie uit hem halen, dat Gerard niet bang wordt. Waar is de ingang van dit kring? Huh, ingang? Oh, er staat heel groot ingang. Ik ben een idioot. Ik ben een domme idioot. Want hier is namelijk gewoon de ingang. Nou, Gerard, hier ben ik nog nooit geweest. Helemaal voor jou deze kant op. Waar ben je? Waar is hij? Gerard! Ja? Waar ben je? Hier. Je ligt onder het bed. Nee hoor. Gerard! Oh, je ligt niet onder het bed. Gerard, hoe is het met je? Ja, wel goed. Wel goed? Ja. Hey, voel je? Ja, op zich wel goed. Je bent weer kaal. Ja. Hoe kan dat nou? Ja, die pruik was zo soppig. Oh, die was soppig. Hé, je knieën zien er niet uit, man. Nee. Zo, hé. Ik moest heel lang op mijn knietjes zitten. Oh, ik zie het. Ze zien er niet uit. Hé, wat is er? Wie heeft dit gedaan? Ja, die rotmotorbende. Die RV Angels? Ja. Die Henk Hoefnagel of zo was het, toch? Ja, en een Thomas nog iets. Thomas nog iets. Ja, die andere weet ik niet. Allemaal gekke mensen. Ja. Hey, wil jij een lift van mij terug naar de stad als jij beter voelt? Ja. Naar je auto. Ik weet waar je auto staat en zo. Ik ga wel mee. Ja, goed zo. Dit kan wel, hè. Kom maar. Oh. Voel je al iets beter? Ja, op zich wel. Heb je je stok bij je? Nee. Die heb je niet bij je. Dan kan je wel leunen op mij. Hey, ja. Kom mee. Kom mee, er is niks aan de hand hoor. We gaan even jou helpen zometeen met die mensen die jou al gepakt hebben. Hoe heet ze nou, Gerard? Wat zei je nou? Hier op motorbende. RV Angels, hè? RV Angels. Ja. Ja. Thomas hoorde ik een naam. Ik hoorde Henk, dus dat zou echt wel Henk Hoefnagel zijn. Was hij kaal, die Henk, Gerard? Of was hij niet meer kaal? Ja. Nou, ja. Oké. Dacht ik wel. Weet je nog meer namen, of... Ja, er waren een stuk of zes, man. Zes, man? Zes. Of vijf. Of vijf. Ik weet niet. Gewoon best wel wat, man. Komt het op neer. Ik was bij jouw winkel. Ja, die min, hè. Of, ja, ik weet welke winkel jij was waar je gepakt werd. Ik weet het. Ik heb geen sleutels. Ik moest met hem mee om een biertje gaan drinken. Oh, nou, stap in. Je weet ongeveer vijf, man, zei je. Hey, ja. Rij, ik volg jullie wel, jongens. Joep. Dus rijden jullie maar, ik rijd erachteraan. Eentje daarvan heb ik zijn nummer. Eentje heeft zijn nummer zelfs? Ja, dat is zeker die Henk, of niet? Nee, die Thomas. Die Thomas, heb je zijn en nummer? En die belt me. En die belt, neem op, neem maar op. Met Pieter. Pieter. Hij... Ja, een hartstilstand. Ja, ja, jongens, we gaan er weer vandoor, we zijn weer onderweg. We zijn weer onderweg. Oh, pas op voor de vrachtwagen op de weg. Nee, maar toch deed je het. Oh, even kijken hoor, even kijken. Oh. We gaan even tanken. Blijkbaar. Ja, hoor. Blijkt. Vind ik ook wel goed, ja. Nee. Blijf maar zitten, Gerard. Ja. Nou. Nou, ik zit vast. Misschien tot straks. Oké, jongens, nee. We gaan even kijken. We hebben de informatie van de gangleden hebben we te pakken. Dus we gaan even kijken wat we ermee kunnen doen. Hoe en wat we hiermee kunnen doen. Ik zit vast in de tanken, maar op het moment dat het klaar is, dan ben ik hier volgens mij weer vrij. Ja. Nooit aan de verkeerde kant staan. Opgelost moeten zijn. Sorry? Dat zo opgelost moet zijn. Ja, als je tank vol is, toch? Mhm. Ja, oké. Okay. 2740 mensen kijken nog steeds, jongens. Dat is niet normaal. Welkom allemaal bij de team. Leuk dat jullie er zijn. Ja, dat vind ik gewoon de meeste. Check of je geliked hebt. We hebben 1200 likes. Misschien dat we nog de 2000 likes kunnen halen. Minimaal de helft van jullie heeft nog niet geliked, dat weet ik zeker. Wat zei je? Moet hij dood? Wie? Nou, die belde me net. Ja, Thomas zei die. Wat zei die? Wat vroeg jij je toen je belde? Oh, ik ben Bas en hij zei, ja, we hebben je toch niet bang gemaakt? Nou. Toch wel. Toch wel. Ja, wat een lul. Ja, dus we gaan er iets aan doen, Gerard. Dat ze dat niet meer bij jou kunnen doen. We gaan er iets aan doen.
We moeten even een manier vinden hoe we... Hij is niet kaal. Of wel kaal. Weet ik niet. Ik ook niet. Hey, dan moeten we even kijken of we... Gerard heeft het nummer van die Thomas. Ja, hij belde mij net. Ze zeggen dat ze geen verkeerde bedoelingen hadden naar Gerard. Misschien dat Gerard even met ze af kan spreken. Ja, als Gerard dat kan regelen. Geen verkeerde bedoelingen. Krijgt hij een hartstilstand, dan gaan ze wegrijden. Lekker, man. Daarom. Maar misschien Gerard kan Gerard net hem afspreken. Ja. En dat wij gewoon op het hoekje staan. Dat ik even meega, want ze weten dat ik in principe geen foute bedoelingen naar hun heb. Maar ja, dat gaat veranderen natuurlijk. Mm-hmm. En dan staan jullie gewoon in de buurt met z'n vieren. Ja. Zou ik bij dingen opstap? De motor? Jullie moeten bij elkaar. Gerard en ik gaan met z'n tweeën. Dat is sowieso goed. Ja, je kan zo op de motor in. Ja, ik denk niet dat hij het echt vertrouwde wat ik zei, maar oké. Wat zei je dan? Ja, ik zeg tot straks. Tot straks, Ja, nou ja. Vraag even of je met hem af kan spreken. Gewoon om het goed te maken, om even erover te praten. Of je, dat je het niet leuk vond, je hartenval. Zeg gewoon dat je oprecht een beetje verdrietig bent erover. Oké? Okay? Oh ja, is goed. Oké, dan doen we dat. Ik bel hem wel. Bel hem maar gelijk. Ja. De zoon is in gesprek. Hij is in gesprek. Oh. Dat klinkt niet goed. Hé, hey, Makkers. Ja? We hebben nog één ding wat we moesten mededelen. Nou? Onze Mason Hunt is overleden. Is Mason overleden? Ja. Nee, niet Mason. Ja, Mason Hunt. Ja. Hoe dan? Mason Hunt. Wat is er gebeurd? Dat is nou. Hij heeft een kogel door zijn hoofd heen gehad. Van wie? Door iemand die wij nog niet helemaal weten te ontratelen. Maar hij heeft van iemand een kogel gekregen? Ja. Oh, dat meen je niet. Ja, meen je wel. Ja, bespreek dat maar niet hier. Nee, oké, okay, maar zo. Oké. Ja. Dus dat wouden we sowieso even mededelen. Ja, nee, dat vind ik kut. Dat vind ik echt heel kut. En hoe is het met Samuel en zo dan nu? En Willem? Die is boos. Die is boos, ja, snap ik. Binnenkort heeft hij ook een afspraak als goed met de moordenaar van Mason Hunt. Oké. Dus ja. Oké. Nee, dan prima. Zo, kut, hé. Deze man komt hier denken voor 2 euro, kerel. Dat is gek. Hij zit me de hele tijd op te volgen, hoor, die gast. Kan ik ook wel even zeggen. Ja, gecondoleerd. Ja, dank u wel. Ja, gecondoleerd, jongens. Nee. Mason. Dat is echt, echt fucked up gewoon. Ik heb geen idee wie het was, maar ja. Snap. Fucked up, vind ik echt fucked up dat Mason dood is. We gaan hem te grazen nemen, dat weet niemand zeker is. Maar ja, laten we gaan. Dus. Ja, is goed. Kunnen we nog op jou gebeld, Gerard? Nee, ik moet nog bellen. We rijden al richting de stad en dan belt hij ook. Ja, bel ondertussen maar. Mason is dood! Dat vind ik niet leuk! Mason vond ik helemaal geweldig. Zeg maar dat je even het goed wil praten, omdat je niet op je gemak voelde. Ik voel me niet zo goed meer eigenlijk, hè? En wil je met mij goed maken? Nee, ja. Mason. Waar zullen we dat doen? Oh, Mason. Lauw, man. Ja. Oh ja, nou, ik ben hier met de taxi naar het ziekenhuis aan het rijden. Ik ga weer richting de stad, bedoel ik, vanuit het ziekenhuis. Oh, ja, ik heb taxi dat is toch echt wel een dikke F-vaart. Dat fucking Mason dood weet is. Weet toch niet eigenlijk. Denk. Nee, ze afscheid kunnen nemen. Ja, we zien wel. Een donation, we gaan zo kijken. 1 euro van Jordi. Jordi, dankjewel weer voor de euro, man. Dankjewel voor de random euro weer. Dik gewaardeerd. Heb je een afspraak staan? Ja, alleen we hebben nog geen locatie. Nee. Je hebt geen locatie. Nee, we hebben we nog niet. Waar doen we dat? Moet ik even denken. Zo, wie zit er zo dicht achter mij, joh? Ga je niet zo bumper kleven, joh? Anders moet je het vragen aan die Rick. Ja, dat is wel goed. Heb jij hun nummers? Hij rijdt achter je. Ja, oké, maar om zo dicht bij elkaar te rijden, dat... Oeh, zo! Huh? Ik heb wel eens... Wat gebeurt er daar nou weer? Hey, hallo? Wie zit er rechts van me? Hey. Oké, ik heb volgens mij geen nummer, Rick. Nee, oké, is niet erg. Dan vraag ik het zo wel in de stad. Zo, fucked up dat Mason dood is, hè? Ja, geen idee wie het was. Kom, jij was met het rare kapsel. Oh ja, ik weet het. Ja, ik weet niet of je het dan weet, ja. Er is nog iemand. Die had zo'n heel groot pruik op, zo'n roze. Zo'n, hoe heet dat, zo'n rondgedraaiende toren. Ik heb geen idee. Ik ook niet. Oh, die was in de gang bedoel je? Van waar je net was ontvoerd? Ja, die stond ook in de winkel. Oh, iemand met zo'n Rasta-kapsel idee, gok ik. Ja, zo helemaal omhoog. Zo'n hele lange. Ik word door anoniem nummer gebeld. Ik ga even opnemen, hoor. Uh-oh. Hallo? Goedendag. Hallo, ik spreek met Marcus. Je bent het nog niet vergeten, hè? Wat?
Je moet nog iets doen. Ja, ik weet wie jij bent. Hoe heb je mijn nummer te pakken gekregen? Vragen, vragen, vragen. Meneer de Riddler. Hou je het ooit op? Hé, hey, wat wil je nou precies van me? Je wil dat ik mijn groep gewoon even hun dingen doorspeel naar jullie. Dat heb je toch al gehoord? Ja, dat heb ik al gehoord, zeker ja. Maar ik snap jouw intenties niet. Goed. Je doet het maar, anders heb je een probleem. En dat probleem kon best groot worden. Ik hoorde dat jouw maatje Gerard net al bijna dood ging. Ja. Maar dat hij echt dood gaat. Nee. Oké, okay, dan zou ik maar opschieten. Want iedereen om je heen gaat dood vanzelf. Oké. 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 Oké, jongens. Dit is een moeilijke. Dit is echt wel een moeilijke. Hé, hey, Gerard. Gerard? Ja? We moeten heel even kijken. Klinkt niet goed. Wat nee, is er? Vertel nee, maar, nee, 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 vertel nee. Maar. Ja, niks heel... Zo, rookt mijn auto nou? Nee. Aan de onderkant? Jawel, hè? Ja, dat is toch je uitlaat? Is dat mijn uitlaat? Dat is je uitlaat. Een rare plek voor mijn uitlaat. Maar hey, wat is er? Vertel maar, jongen. Ja, ik moet even de groep spreken. Je hebt een probleem. En heel snel eigenlijk. Ik denk dat we namelijk dit echt even... Oké, Gerard, ik ga iets met jou delen, oké? Okay? Ja. Ik ga iets met jou delen. Ik zeg niks. Je zegt niks. De Riddler is een gast in Roeveen. Ja. Die eng is. Best eng. Ik ben ook best eng hoor. Ja, maar hij wil dat ik mijn groep verraad, zeg maar. Oh. En dat ik hun goederen doorspeel. Dus bijvoorbeeld wapens en zo. Boodschappen. Ja. En als ik dat niet doe... Pet is 1 euro, hoeveel voor dat... YouTube promo? Nou, maakt mij niet uit. Je mag ook in de chat je YouTube promo geven. Dankjewel voor de euro, man. Hallo, mag ik... Ja, sorry. Dan, zeg maar, gaat hij 1 voor 1 mensen doodmaken. Onder andere jij. Die, niet meewerken. Werk ik niet mee? Ik wist het toch niet nee, eens. Nee, niet zo manier. Maar omdat ik niet meewerk, bedoel ik. Dus ik moet even met Rick praten. Ja. Kom maar, stap even uit. Ik ga ook met Rick praten. Oké, okay, Rick. Yo. Weet je nog het probleem van laatst? Hij heeft een probleem. Weet je het probleem? Het gevangenisprobleem, wat ik vertelde. Dat ontsnapping gedoe. Ja. Het is erger geworden. Ja. Komt niet goed. Ja. Ik heb dus met de Riddler gesproken. Het komt niet vanuit de Riddler. Het komt niet vanuit de Riddler? Nee. Ik was juist namelijk gebeld. Door de Riddler. En ik dacht door de Riddler. Maar dat is misschien dat hij dat als dinges gebruikt. Hoe klonk die? Ja, de voice changer. Hij klonk heel diep, heel zwaar. Maar hij zei als ik niet opschiet... Dan is het niet de Riddler. Oké, okay, hij klonk wel zeg maar boos. Als in als ik niet opschiet dat mensen langs me omheen zouden sterven, waaronder jullie en Gerard. Ja, als ik niet snel jullie... Nee, Gerard, dat is niet iets goed. Als ik niet snel jullie goederen stil en geef. Dus misschien dat ik even een dubbel cross moet poelen. Maar ik ben wel benieuwd welke goederen hij bedoelt. Ja, ik denk jullie wapens en zo. Ik weet ook niet wat voor goederen. Hebben jullie verder goederen? Ik denk dat je... Je geld... Anders ga je gewoon een keer boodschappen. Hoe gaan we de aardappeltjes, koketjes, worteltjes. Misschien is dit niet een goede plek om te staan trouwens. Want hij wist dat Gerard ook zojuist bijna dood was en ontvoerd was. Dus hij wist ook precies waar we waren, weet ik voor wat. Ja, het was anoniem gebeld, dus ik kan ook niet terugbellen. Die Henk. Ik weet het niet wie het is. Ja, het is sowieso niet de Riddler, want ik heb met hem gesproken. Ja? Hij is het niet. Hij is het niet. Niet de hij Riddler. Zegt ook, dus je naam wordt gebruikt. Maar hoezo dan misbruiken ze die naam? Ja, dat is waarschijnlijk Pieter. Ja, het is zo. Hij zegt van nummer 1, ik werk nooit met andere mensen. Hij zegt bijvoorbeeld, als ik jou uit de gevangenis zou bevrijden, zou ik het zelf gedaan hebben. Ja. En hij gebruikt nooit voice changer. Hij belt altijd gewoon met zijn normale nummer. Oké, okay, ja, wat het ding is, zeg maar... Het was anoniem. Het was anoniem. En ik heb eerder een papiertje ontvangen waarin stond, ik hoop dat je ontsnapping spoedig is verlopen en dan streepjes de Riddler. Ja, maar hij was het niet. Dus iemand misbruikt zijn naam? Ja. Iemand misbruikt zijn naam? Ja, hij is daar nu aan het op zoek wie het is. En, Het is wel een probleem, want als ze zeg maar al toegang hebben tot de gevangenis... Ja, ze hebben huidige connecties, degene. Die heeft zieke connecties. Ik denk dat het zeg maar gevaarlijk is voor ons allemaal dit. En dat, hij wil mij niet vermoorden, maar hij wil jullie zeg maar eerder vermoorden om mij te pakken. Ik zit er ook bij. En Gerard ook.
Dus ja. Hoe lossen we dit op? Wat, wie wil dat doen? Ja, iemand wil me pakken. Althans, iemand wil jullie pakken om mij te pakken. En ik moet jullie goederen stelen en aan hem geven. Maar, wie? Pff, ik dacht de Riddler, maar dat blijkt dus niet. Hé hey Max, anders begin je gewoon met een rondje onderbroeken inzamelen. Rondje onderbroeken inzamelen? Nee, ik wil even met die gast eigenlijk afspreken. En ik wil iets van jullie goederen hebben om een soort, iets wat jullie eigenlijk niet boeit, weet je? Wat ik toch kan geven. Nou, je onderbroek. Ja. Gerard. Ja, legerflesjes. Is er iets, maar dan kan ik even contact met hem hebben. Ja, misschien hebben we nog wel wat in het ganghuis liggen waar, ja? Waar, we waar jullie van af kunnen. Want dan kan ik even in ieder geval contact met hem hebben. En misschien kunnen we dan meer informatie van hem halen, want dit is best wel een probleem. Zeker dat hij mijn nummer nu ook heeft en zo. En gewoon, ik weet niet hoe hij dat allemaal te pakken heeft. Misschien dat we nog wat wiet hebben liggen of zo. Ja, zoiets. Heb je dat? Heb je iets van wiet wat jullie niet boeit? Of grammen goud of zo? Waarschijnlijk wel. Ja, misschien hebben we nog wat goud over. Als jullie nog wat goud hebben, dat zou echt top zijn namelijk. Ik moet even kijken, dat komt wel goed. Ja? Ja, dat zal ik even voor je gaan kijken. Oké, kan je me dan op de hoogte houden zo snel mogelijk? Ja. Dan gaat Geer, dan moeten we dit geval met RV Angels, wat doen we daarmee? Niet meer belangrijk. Ja, ik weet niet, we kunnen het nog steeds... Ja, we kunnen dat wel even doen eerst. Is dat vind ik wel even belangrijk ook, zeker omdat ze Geer dat gepakt hebben. Ja, even kijken. Ik zal even vragen of iedereen hier even naartoe komt. Ja, doe ik even een helpje op. Ik doe ook even mijn lamp. Oké. Ik doe ook even mijn lamp op. Zo. Geplakt. Oké, jongens, dit is dus de lul. De lul. Waar is Gerard? We gaan zien hoe we dit gaan oplossen. Ik ben heel benieuwd. Ik ben heel benieuwd hoe we dit gaan oplossen. In ieder geval, bijna 2900 mensen die de stream kijken. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Welkom bij de stream. Check of je geabonneerd bent. Helemaal gratis. Je naam komt boven in het midden in beeld. Of veel dat lekker. Luc van de Bos, 3 euro. Hoe komt hij aan jouw nummer? Ja, dat weet ik niet, jongens. Dat weet ik niet. Maar dankjewel voor de 3 euro donatie, Luc. Het wordt gewaardeerd. Boven Luc komt bijvoorbeeld, als je geabonneerd bent in beeld, gaan we deze naar 92.200 brengen. Vertix, 25 euro. Geef me de 2k en ik doe meer. Hey Vertix, dankjewel voor de 25 euro donatie, man. Wordt enorm gewaardeerd. Eén mag sowieso al zelfpromotie doen. Dat is allemaal geen probleem. Ik denk dat we zo meteen gaan voor, ik word geweld. Er staat daar ook politie. Dankjewel voor 25 euro. Abonneer allemaal even Vertix. Niet voor het geld, maar dat mag sowieso wel, joh. Dan heb ik zelfpromotie. Hey. Wie is dit? Chinees hier. Yee. Yee, hoe kom jij nou aan mijn nummer? Hé, ik kreeg van iemand heeft mij betaald om iets te doen. Nou, zeg het eens. Iemand heeft mij betaald om op jou te schieten. Hoezo? Ja, weet ik niet. Ik heb geld, ik bij. Dus jij wil op mij gaan schieten nu? Nee, ik wil niet. Ik ga wel doen. Oké, jongens, weg hier. Ik kreeg zojuist een berichtje van Yi, die stomme kutgroep. Dat zij. Bukken. Oké, instappen, Gerard, instappen. Instappen achterin. Ik ga dood. Oh, Gerard, dit is niet goed. Rijden. Je band is lek. Rijden. Je band is lek. Ja, ik merk het. Maakt niet uit. Iets doorrijden kan. Jezus. Dit is niet normaal. We worden gewoon gehunt, jongens. Oh, we moeten weg. Wij moeten weg hier. Mijn band is lek. Volgens mij ben band ik is geraakt. Lek. Uitstappen, Gerard. Uitstappen. Oh. In de andere. Oké, mijn band is lek. Doe de deur open. Dan moet je met de kofferbak. Allemaal uitstappen in mijn koffer. Kan iemand bij je... Oh, kut. In de kofferbak, Gerard, snel. Erin. Gerard, kan je in de kofferbak? Dan moet iedereen uitstappen. Kan hier nog iemand bij? Ja, de kofferbak kan. Dat komt hier wel goed. Oké, de kofferbak in. Ja, stappen. Go. Rijden, gassen. Waar gaan we heen? Weet ik niet. Ben je geraakt, Gerard? Oh, dat meen je niet. Mijn voet. Oeh, jongens, dat was heel close. Ik wist niet dat het zo snel ging, dat schieten. Wij moeten snel weg hier. Waar gaan we heen? Hebben we al een locatie? Nee. Oh. Oeh. Zo, dat was heel close, jongens. Dat was echt heel close. En veel te, zeg maar. Te, was dit. Gerard, gaat het? Gerard. Ja? Gaat het met je? Ja, op zich wel. Het valt wel mee, maar bloed een beetje. Je bloed. Oh, we moeten langs het ziekenhuis. We moeten langs het ziekenhuis. Of iemand heeft iemand verband? Kan iemand iets op Gerard zijn wond doen? Ik weet niet of jullie.
Anders wikkel dan iets omheen, joh. Zo! Heeft iemand een verbandje? Nee. Ik heb geen verbandje. Oh. Ik weet niet of we naar het ziekenhuis kunnen. Ik weet niet hoe veilig... Ja, ik heb één verbandje. Oh ja, bid er maar omheen. Oké, Gerard, moet ik uitstappen waarschijnlijk, of niet? Oké. Stap uit, komt ie. Deze krijg je van me. Geef Kom even mee. Volg mij eens of ik... Oh, Gerard, ik kan weer iets niet geven. Okay. Dat is het probleem altijd bij mij. Ja, volgens mij iedereen dat. We moeten even een verdekte locatie. Ik ben weg hier, laat maar dan. Wikkel maar fictief omheen. Hij is nu weer fictief om je heen gewikkeld, oké? Okay? Oh, zo, ja. Hoppakee. Oké, gaan. Uitstappen. Als u het Gerard. Ja. Hey, mag ik bij Rick instappen? Is dat mogelijk? Ja, ik zit vol. Kan niet. Ah, kut, oké. Okay. Ja, of Appie moet even daarin. Appie, kan je even omwisselen? Ik wil even met Rick praten. Even snel. Is goed. Top, thanks man. Oké, okay. Gaan. Oké, jongens, volg mij. Waar gaan we heen? Even een locatie waar we even kunnen praten. Oké. Perrymeister, welkom bij de geweldige. Dankjewel, Perrymeister, voor de upgrade van je lid. Welkom man, top om te zien. Echt leuk om te zien. Leuk dat je lid bent geworden. We hebben bijna 3000 mensen die kijken. We zijn 6 beschoten. Gast. Voor wie is ze geraakt? Ja, ik ben er geraakt, ouwe, maar... Ik ben gewoon niet geraakt. Oké, iedereen auto even neerzetten op slot en kom. Waar gaan we heen? Wat is dit? Ja, ik heb hier een kleine safe house zitten. Je hebt hier een kleine safe house? Oh mijn god. Ik ga even knipperen. Kijk, ik heb nergens last van gelukkig. Ik heb alleen een beetje bloedspetters op me. Oh. Moet oppassen dat er niet, niemand ons ziet. Zo, gast, dit was uit het niets. Uit het niets. Ja, man. Dit was echt uit het niets. Mijn jas kapot. Oké, oppassen dat niemand ons ziet, hè. Niemand mag ons zien. Oké, naar binnen. Deze ken ik niet. 3000 mensen, jongens. Leuk dat jullie allemaal zijn. Welkom bij de stream. We zijn even aan het praten nu, want we zijn zelfs beschoten. Zo, gast. Oké, is iedereen binnen? Ik heb echt heel veel geluk gehad. Het was ook gewoon van, hij belde me. Mm-hmm. En ik zeg het tegen jullie van, we moeten gaan. En in één keer was het... Ja, ik zag die auto aankomen rijden, jongen. Ik sprintte achter mijn auto. Volgens mij is Gerard ook geraakt. Gerard? Ja. Ik ben in mijn arm geraakt. Appie is geraakt. Ik ben in mijn voet. Oh, dat meen je niet. Wacht even. Ik moet heel snel... Wat gaan we doen? Dit is echt ineens geëscaleerd. Jongens, dit is echt geëscaleerd. Het werd ineens beschoten bij het Blokkenpark. Gewoon uit het niets door de Chinese maffia was dat waarschijnlijk. En die zijn ingehuurd door iemand. Hij zei overigens dat hij was ingehuurd, hè. De Yi. Door? Ja, dat zegt hij natuurlijk niet. Maar hij zei dat hij betaald is. Fuck, ik weet het al. Maar hoezo had hij mijn nummer? Ik denk dat ineens. Ik heb geen idee. Ik denk door de Arvi. Door Arvi. Ik wil fucking net gaan schieten, ouwe. Tering. Dit sloeg echt nergens op. Nu gaan ze er echt aan, vriend. Oeh, zo jongens. Dit sloeg echt nergens op. Dit sloeg echt helemaal nergens op. Oeh, we hebben het in ieder geval overleefd. We zijn nu even aan het... Waarschijnlijk gaan we even bespreken wat het plan is, wat we gaan doen. We hadden even 3000 mensen die kijken. Leuk dat jullie allemaal zijn. Welkom bij de stream, Meno Nieuw. Check of je geabonneerd bent. Je nou komt boven in beeld. We gaan deze brengen. Ik zeg het, 92.200 abonnees. Goedendag. Jij was erbij, Samuel. Ja, hè? Jij was knipperen. Gast, dit sloeg echt nergens op. Is Jerry ook buiten? Jerry, ik weet niet waar Jerry is. Die heb ik niet mee naar binnen zien lopen. Ik denk dat het probleempje gaat worden. Die heb ik niet mee naar binnen zien lopen, die Jerry. Ja, dat is fuck, man. Bel Plaksnor, zeg je allemaal. Nee, want dat is politie. Die moet hier niks mee te maken hebben. Ja, wat gaan we doen? Waar is Piet? Ja, Piet is weg. Piet moest er vandoor. Piet moest weg. Want het gaat weer om de Chinezen, toch? Ja, maar die zijn ingehuurd. Ja, de Chinezen zijn ingehuurd. Door? Ja, dat weten we niet zeker, hoor. Dat weten we niet. Anoniem. Maar waarschijnlijk door dezelfde mensen die, zeg maar, met makkers, laat maar zeggen. Die zeggen dat ze van de Riddler komen, maar de Riddler heeft gezegd ook dat het niet vanuit hem komt. En daar geloof ik hem ook in. 3 euro van Rick, yo man, kijk, stilletjes zoals de video's stream, super tof, ga zo door. Hey Rick, dankjewel voor de 3 euro donatie, man. Leuk dat je dat doet, leuk dat je af en toe even Redrang, die is helemaal heel top om te zien. Hij is ook alleen bezig, hè? Ja, maar in mijn Twitter PM zegt hij weer dat hij, als iemand praat in jullie gebeuren, weet je wel? Mm-hmm. Hij praat als, in mijn Twitter PM praat hij als jullie. Dus als een groep zijnde. Mm-hmm. Ja. En tegen jou praat hij dan weer alsof hij alleen werkt. Ja, hij is heel erg verschillend.
Ik vind het niet leuk. En anders... Daar komt het op neer. Nee. Ik ook niet. Ja, fuck man. Ik weet ook even niet echt... Ja. En aan zijn manier van praten, ja, kan je ook niet er echt achterkomen wie het is. Hij belde me net anoniem iemand, dus, maar hij had een voice change waardoor zijn stem heel diep werd. Ja. En toen zei hij dat ik nu moest opschieten met de goederen. Als ik dat niet deed, dan gingen ze schieten. En echt nog geen 10 minuten later kreeg ik een belletje van Yi dat hij betaald heeft is gekregen om op ons te schieten. En letterlijk 10 seconden later werd er op ons geschoten. Maar heb je, kan je die guy bereiken? Die, Ik kan die Yi bereiken, die heeft niet anoniem gebeld. Ja, die Yi kan je bereiken, maar die andere guy, die zegt dat hij dat wil regelen. Ja, maar is dat verstandig? Want dat is misschien mijn locatie. Ja, dat is anoniem. Hij belde me anoniem inderdaad, echt anoniem gebeld. Maar die Yi kan je wel bellen. Kan kijken, anoniem kan ik... Oh, die bel ik nu terug anoniem. Oeh, kut. Ik belde hem per ongeluk. Althans, hij was nog niet overgegaan hoor, maar... Ja, je kan hem ja, maar weet hij dan nog geen locatie? En... Kan hij geen locatie pakken als ik hem bel? Ja, dan rijden wij met z'n twee even weg op een andere locatie. En dan als het klaar is, dan... Oké, laten we dat doen. Laten we dan tijdens het bellen... Ik bel hem deze groep wel. Ja, dat is wel heel prima. Politie heel dicht bij jou passen. Oké, maakt niet uit. Niks aan de hand. Oké. Gewoon naar achter. Ik ga gewoon naar achter, inderdaad. Koops Volkswagen. Ja, jongens, het gaat niet zo makkelijk. Ik wil even kijken hoe ik dat een keer op roleplay manier voor jullie kan fixen. Oké, dan bel ik dingen in de tussentijd, oké? Ja, als je op wacht, niet op deze locatie. Nee, prima. Dan ga ik anoniem zo meteen bellen. Ja, echt gek is dit, hè? Heel gek ineens. Ja, maar ook gewoon in één keer houden. Ja, we moeten sowieso niet meer terug naar Blokkenpark. Zou ik nu kunnen bellen? Of? Ja, vanaf nu kan je wel bellen. Oké, dan bel ik. Ga ik even dingen bellen. Die anoniem ga ik bellen. Jo. Ja, ik denk niet dat hij op gaat nemen, maar we gaan het zien. Ik heb eigenlijk te wedden dat hij niet op gaat nemen. Dus misschien moeten we wel juist blijven rijden. Omdat dat verstandig is. Ja, true. Hij neemt niet op. Hij neemt gewoon niet op, maar hij heeft niet opgenomen. Zal ik die hier proberen te bellen? Ja, probeer dat eens. Wat wil je dat ik tegen hem zeg? Wat zullen we proberen? Ja, je kan vragen wie de opdrachtgever was en wat ze precies willen ofzo. I don't know. Oké. En hoeveel ze betaald hebben? Ja, hoeveel ze betaald hebben gekregen en waarom. Oh, dit is doodlopend. Nou, dat is niet zo verstandig inderdaad. Oké, ik zal even bellen en alles aan de vragen. Okay, jongens, we gaan de schutter bellen. Dat is Yi. Dat is degene, de huurmoordenaar, kan ik dan best zeggen. Die heeft mij namelijk ook gebeld. En dus die kan ik ook al terugbellen. Dat is ook een goeie. Misschien dat hij opneemt. Ik weet het niet zeker. We gaan even kijken. Ik vind het helemaal niet leuk dat in één keer beschoten werden. Kan ik niet meer rustig even mijn ding doen of zo? Dat kan allemaal niet meer. Dat wordt hem allemaal niet meer. We hebben wel ineens 3000 kijkers. Dat is wel echt heel top om te zien. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Welkom bij de stream. Gezellig. We gaan kijken of we dit kunnen fixen. Ik doe andere kleren. Ja, ik weet niet of dat nodig is. We kunnen ons toch wel vinden. Hij neemt ook niet op, Rick. Hij neemt niet op. Ja, wat moeten we doen? Ja, we kunnen even richting Chinatown rijden, misschien. Ja, maar jij hebt geen vuurwapen meer, hè? Wacht even. Ofwel, wat is dit? Waar zijn we? Ja, even rennen, maar eens. Oké. Wat, daar is hij weer, hoor. Daar is hij weer. Dat heb je snel gefixt, man. Zeker. Is dat een beter of is dat hetzelfde? Iets slechter, maar het is iets. Het is iets beter dan dat ik heb. Ik heb een moersleutel. Ja, precies. Dus die dat is beter. Ja. Oké, nee, dat is goed om te weten. Dan voel ik me ook iets veiliger nu. Mm-hmm. Ja, maar je zag waarmee hun op ons schoot, hè? Ja. Dat ging even automatisch. In plaats van om het kogeltje. Ja, klopt, ja. Dus ik weet niet of we daar heel blij van worden. Nee, dat sowieso niet, maar we hebben tenminste iets op zak. Daarom, dat stopt. Ik wil niet meester achterna. maar kan jij niet de Riddler bellen? Jij hebt contact met hem. Ja, ik denk... Kan jij hem niet bellen? Ik denk niet dat hij in de stad is. Hij is niet in de stad. Oké. Okay. Dus dat kan je ook al zien. Dus de opdrachtgever was ook niet de Riddler. Nee, oké. Okay. Dus echt iemand anders is de opdrachtgever.
Ja. Ja, ik ben gewoon nergens, althans we zijn allemaal nergens meer veilig op het moment. Nee. Dus ja, wat moeten we doen? Wat moeten we doen, joh? Ik weet het ook niet meer. Ja, we kunnen even bij Janet dan kijken om te kijken ja, of ze iets gebruikt, de rest ook even meegaat. Is jouw auto veilig? Nee, je auto is wel heel herkenbaar, hè? Ja, de auto is herkenbaar, maar ja, fuck dat. Ja, oké. Ik ben sowieso herkenbaar. Ja, dat klopt. Ik gooi het even. Oké, we gaan even bij Chinatown kijken. Dan gaan we kijken of de Chinezen er zijn en zo. Is het misschien een verstandig idee om even bij... Ja, misschien niet heel verstandig, maar om even bij Chinatown te gaan kijken. Chinatown is niemand? Daar zijn jullie alweer eens kijken. Oh, jullie rijden nu. Oké. Okay. We gaan het zien. Okay. We gaan het zien. Ik snap het niet, want die hebben we toch al een keer eerder gepakt. Of is dat een andere Yi? Ja, of het is allemaal hetzelfde. Allemaal hetzelfde Yi's. Wie zit achter ons? Nee, dat is Jerry. Jerry, oké, die is er ook weer. Top. Nou, dit is lullig dit. Ja, dit is fuck man. Ik heb nooit gevraagd om uit de gevangenis gehaald te worden, dat is nog het erge. Ik heb nooit om gevraagd. En dan verwachten ze in één keer zoveel van me. Ja, okay, we moeten even kijken. We moeten in contact met die ene guy zien te komen en dan gewoon zeggen van ja, ik heb wel wat shit. Maar ja, maar dat, ik weet niet of dat inmiddels al te laat is, of je dat al niet meer gelooft. Want hij heeft iemand al ingehuurd, dus ik denk dat we al voorbij dat punt zijn. Ja, maar heeft hij een tijdlimiet aangegeven? Een tijdlimiet? Ja, zeg nee, maar hoe... Nee, maar misschien had hij door dat hij dat ik met jullie hierover gesproken heb. Ik stap ook even uit, hè. Jo, is goed. Ja, wat doen we? Wat is jullie plan, jongens? Wat willen jullie? Ja, ik weet het niet. Wat... 3000 mensen, jongens, welkom allemaal. Komen met die Chinezen, maar... Ja, maar die nemen niet op. Die nemen niet op. Ja, we kunnen langs Chinatown. Ik kan er in mijn... Nee, we zijn er al geweest. Er is niemand. Er is niemand. Denk je als ik in mijn eentje zou lopen ergens, dat ze me neerschieten of dat ze met me zouden praten? Dan ben je al gewoon dood. Ik denk dat ze me neerschieten. Ik weet niet. Door je kop, hè. Denk het ook. Ja, ik weet het niet. Omdat ze zeiden van... tenminste van, we doen alleen je maat wat jou niet of zo. Zoiets hebben ze gezegd, toch? Nou ja, dat ik volgens zeg maar die Chinees was het juist weer anders. Die gast die me belde, die zei dat er langzaam op mij mensen zouden sterven. Welke auto ze? Volgens de Chinees gingen we allemaal dood, onder andere ik ook. Hij zei ik heb betaald gekregen om jou neer te schieten, om op jou te schieten. Hey, beter laten we even een plekje pakken waar eigenlijk niemand komt. Ja, oké. Okay. Ja, prima, okay. Goeie. Ik weet, kom naar het strand. Kom nooit niet. Oké, we gaan naar een andere plekje, jongens, want dit plekje is net iets te gevaarlijk nog. Stap even. Oh, dit is niet leuk! Dit is niet leuk! Maar ook wil je wel, het is wel weer content. Het is wel weer content, dit. Dus dat is wel leuk. Ik heb trek, jongens. Hoe laat is het? 4 uur inmiddels. We zijn ook al 1,5 uur live. Dat is ook wel echt lekker weer een tijdje, hoor, dat we live zijn. Met de hele tijd consistent 3000 mensen die gewoon meekijken. Ja, gekke shit ineens. De hele tijd al 3000 mensen die meekijken. Ik ben benieuwd hoe ze wisten dat we daar stonden. Ja, dat ben ik ook echt. Ja, het is Blokkenpark, hè. Misschien dat we gevolgd werden, want dat ik gebeld werd. Dat ik gevolgd was. Wie weet. En dat hij me daar heen heeft zien gaan, of weet ik veel wat. Maar ja, ik ga jullie gewoon niet verraden. Dat kan hij wel willen, maar ik heb nooit om die gevangenisuitbraak gevraagd. Nee, precies. En dan sta ik in één keer bij mijn kiet. Of bij mijn krijt, sorry. Bij mijn kiet, goeie. Ja, je staat nog niet kiet. Nee, bij mijn krijt. Maar daar heb ik helemaal geen zin in, dat wil ik helemaal niet. Nee. Dat wil ik helemaal niet, ik wil gewoon lekker met jullie mijn ding doen. Mm-hmm. En dan komt hij ineens met gezeik. En misschien weet hij ook wel een locatie van mijn mobiel, maar dat zou ik gek vinden. Als hij dat heeft. Ja. Zullen we een soort driehoek vormen met de auto waar wij allemaal binnen de binnenkant van de auto's kunnen staan? Snap je wat ik bedoel? Ja, we kunnen hem gewoon zo neerzetten en dat we hier ook gewoon... Tussen de auto's wil ik staan. Ja, is goed. Ik ook. Ik hoef niet nog een toegang. Nee, dat snap ik. Waar is Gerard en hoe is het met hem? Jij loopt ook gewoon gezellig mee, Gerard. Ja. Oké. Nee, Dit de auto. Nee, dat is een hersenloze. Oké, jongens, wat gaan we doen? Ja, ik weet niet, man. Heeft iemand een plan? Hoe kunnen we in contact komen met die Chinezen? Ja, niet. Ik kan wel nog een keer proberen te bellen, maar de locatie krijgt ze daaruit toch niet. Dat zou ik heel raar vinden. Ik word gebeld. Door wie? Oh, jij wordt gebeld? Nee. Door? Geen idee. Hallo. Oh god. Oh jee. Met wie zijn we hier allemaal?
mij veel, veel man. Yes. Ja, we zijn hier met Samuel. Samuel. We zijn hier met, even kijken, Bert. Bert inderdaad met zijn snor. Mees. Mees had ik gezien. Jerry, Appie. Appie. Appie is erbij. En wie is dit? Hier? Hij wil nog niet bekend zijn. Oké, prima. Helemaal prima. 5 euro, Pyromano. Zorg voor een wapenzak. Voor een wapenzak. No Piro, no party. Steek jij ook vuurwerk af, als het mag. Waardig, ik steek al jaren geen vuurwerk af. Nooit echt gedaan. Jullie nooit moeten hebben. Waarom schiet ze ook op mij? Ja, omdat jij erbij staat, hè? Jij staat erbij, Appie. En dan gaat het al snel. Dan ben je al snel ook een target. En dan ben je al heel snel ook een target. Hebben we een plan? Met wie is Gerrit aan het bellen? Ja, ik weet dus niet. Ik weet dus niet met wie die aan het bellen is. Volgens mij met een homo. Oh. Maar hebben we een plan? Gaan we... Ja, die Chinezen in contact komen, dat wordt hem niet. Dat wordt hem niet. Nee, ja, we kunnen nog een keer proberen die, te pakken. Die Harvey Angels. Harvey Angels te pakken. Ja, we kunnen dat gewoon voortzetten. Maar die anderen zijn aanwezig, hè? Als wij IJs daar ergens veroorzaken, komen hun waarschijnlijk ook. En dan hebben we een probleem, want dan zijn er een keer mensen met automatische wapens. Ja, dus ja. Dan moeten we gewoon mensen... Tenminste, dan moeten we gewoon echt alles in de gaten houden. Goed opletten. Ja, ik vind het prima. Ja. Vind ik prima. Ik vind het prima om die RV Angels nog te pakken, hoor, voor Gerard. Gerard, wie heeft je gebeld? Ja, en de Thomas. Van de RV Angels? Ja. Wat vroeg je om? Ja, met me ging hij wel nog afspreken. Hij wou nog... Ja, nou, top. Nou, precies. Mooi. Het lijkt een buggy daar. En toen zei ik, wie weet. Oh ja. Oké, ik denk dat het best is als we ergens buiten de stappen gaan afspreken dan. Ja, maar als we... Kan ja, met... We kunnen wel verplaatsen van hut naar huts naar... Weet ik veel wat, maar we kunnen beter even een plan plaatsen. Ik kan zeggen actie ondernemen. Doen. Ik hoor even die RV Angels. We kunnen die RV Angels proberen te pakken. Dat is soms voor heisa. En dan komen die Chinezen komen er ook wel op af. Als wij daar gewoon daar voorbereid op zijn, dat die er sowieso op af gaan komen. En dat we hem gewoon even van achter in een kogeltje in de kop schieten of zo. Dan moeten we dus een locatie hebben waar we ook een goede vantage point hebben. Waar we ook gewoon hun in exact. Hun kunnen pakken. En dat we gewoon eigenlijk de RV Angels een andere keer pakken. Dat we niet voor allebei gaan. Maar doen alsof we RV Angels willen pakken. En in de tussentijd eigenlijk gewoon die Chinees pakken. Ja, we mogen dat laten weten. Huh? Of hij dat laten weten. Nou, ik denk dat genoeg hijs er wel voor zorgt dat hun er ook komen. Ze wisten net dat we bij Blokkenpark stonden. Ja, of we moeten gewoon echt op een locatie staan, maar gewoon echt een open locatie staan, maar wel beschut. Dus dat ze ons kunnen zien, maar dat we ja, maar we willen hun juist ambushes, als het ware. Als je nou wat ja, doet. Maar dan komen ze naar ons toe. Ja, dat kan. Ja, dat is, kan. Het is lastig. Met hoeveel zijn die gasten? Ik denk hier een wapen. Nee. Ik weet niet, ik zag maar één auto rijden, dus ik gok twee of ik ging nog graag, maar ik was te laat. Mijn wapen is maar verstopt. Ja, Gerard. Dus dit is niet zo sterk. Ik kan het zeggen. Hey, laten we dat doen. Moeten we nu even een locatie bedenken. Even waarmee we met Arvi... Of, dus gaan we dan nog Arvi eens pakken of doen we gewoon... Ja, ik kunnen die vliegtuigsloop pakken. Daar kan je ook echt goed voor stoppen. Dat kan je wel goed stoppen, ja. Ik denk 3 euro. Misschien heeft degene die Mason heeft vermoord ook wel opdracht gegeven om jullie te vermoorden. Ik weet het niet. Ik heb geen idee wie Mason namelijk heeft vermoord, jongens. Dat is voor mij ook nog een beetje een mysterie. Wie Mason heeft vermoord. En zoals het feit dat het mysterieus wie er nu achter mij aan zit. Louis, 3 euro. Vraag anders aan de gang hoe je aan de Volkswagen komt. Ga ik een keer doen buiten de stream om en dan ga ik er een leuk scenario van maken. Misschien, jongens. Ga ik fixen. Oké, vraag of hij een locatie heeft. Ja, wat is er? Oké, jongens. Ja. Ik ben heel benieuwd. We gaan zo meteen op pad. Die rode Mustang is verdacht. Ja. Nee, dat geloof ik ook weer niet. Dat die zo verdacht is. Hé, hey, jongens. Rick. Ja, maar dat is een beetje gelijk. Wie is die rode Mustang trouwens die altijd bij ons was? Heeft hij iets... Nee. Hij is wel de hele tijd bij me hoor. Ja, maar dat hou je toch altijd hè? Ja, oké, klopt. Klopt. Ja, als het goed is, Piet die had ernaar gekeken. Als het goed is, hoort hij nergens op bij. Oké, prima. Jordi, weer een euro. Weer random een eurotje van Jordi. Hey Jordi, dankjewel voor het random eurotje. Je blijft maar terugkomen. Oké, laten we in ieder geval nu gaan en iets gaan doen. Want ik ben helemaal zat om te wachten. Ik denk dat we even bij Roof Angels Clubhuis moeten gaan kijken. Ga nou niet op mijn hoofd. Oh, sorry. Zullen we in het Clubhuis lopen? Ja, vind ik helemaal prima. In ieder geval iets doen. Mickey Mouse, beetje actie. Is het fijn of wel lekker? Je bek, Jerry. Echt, jongen. Jongen, het IQ van een kindje. Jerry? Ja. Ja, dat weet ik. Oké, jongens, we gaan langs het clubhuis, het Mickey Mouse clubhuis van de RV Angels.
gaan we even kijken of we daar iets kunnen vinden. Of we daar hun... ja, iets van hun kunnen vinden. Misschien dat de Chinezen ook wel denken dat we daarin gaan. We moeten wel voorzichtig zijn, hè. Misschien weten zij wel dat... Zo, die ging weer vliegen. Misschien weten zij wel dat wij problemen met hun hebben. En dat ze juist ons daar opwachten. Dus echt voorzichtig doen als we daarin gaan. Ja, ik ben benieuwd hoe ze dat zouden moeten weten. Mm-hmm. Gaan we met de motorclub de Chinezen uitschakelen? Ja, jongens. Maar de motorclub, die, misschien komt dat allemaal wel van hun. We weten het niet. We weten niet waar het vandaan komt. Dat is een beetje het probleem. We gokken de Riddler, maar ook weer niet. We weten legit niet waar het vandaan komt. Dat is echt een beetje het probleem hier. En dat is best vervelend. In ieder geval, bijna 3000 mensen. Check of je geliked hebt, jongens. Dat vind ik een hele leuke. Like is helemaal gratis. Check of je geliked hebt. We zitten op de 1600 likes. Check of we de 2000 likes kunnen halen. Minimaal de helft van jullie heeft nog niet geliked. En als je liked, check ook gelijk even of je geabonneerd bent. Dan kan je van al dit soort streams kan je blijven volgen. Hartstikke leuk, hartstikke spannend. Misschien gaan we binnenkort wel een keertje dood. Ik voel het gewoon... Ik voel hem dat het een keer eraan komt, jongens. Ik voel dat mijn karakter een keertje doodgaat in de server. Dat ik gewoon door mijn kop word geschoten ofzo. Dat komt er echt een keertje aan. Ik ben nu al zo lang, sinds Roofeen 3.0, nog niet dood gegaan. Ik weet zeker dat dat er een keertje aankomt. Ik weet het zeker. Dat komt er gewoon een keertje aan, dat moment. Ik of het nou... Zo'n gevoel dat het zelfs nog deze stream kan gebeuren, weet je? Dat ik gewoon een keertje door mijn kop word geschoten ofzo. Ik weet het niet. Dat zou ik wel heel jammer vinden. Maar ja, dan zijn we in het volgende leven. Dan komen we wel weer met de gang terecht, weet ik veel wat. We zien het wel. Zo. Dikke helikopter op de weg. Die zag ik echt pas op het laatste moment. Pas toen je licht hem oppakte, zag je hem. Ja, we tieren. Zal ik hem dood? 1800 likes, jongens. We hebben bijna 2000 likes. Check ook even of je geabonneerd bent. Je bent van harte welkom. Jouw naam komt boven in het midden in beeld. Dan krijg je een shout-out. Hartstikke leuk, hartstikke cool. En dan brengen we deze naar de 92.200 abonnees. En dan komen we toch echt wel akelig dichtbij de 100.000 abonnees. Hoe fucking sick is dat? 100.000 abonnees. Dat is echt de big dream. Ik ben geabonneerd en heb gelijk, zegt Rune. Hey, Rune Bloemen, dankjewel. Shout out naar jou. Oké, is er iemand? Ik zie een motor. We kunnen best hier even rechts parkeren. Of juist niet. Ik weet niet of het verstandig is om te parkeren. Ja, kan. Of dat we juist in de auto's moeten blijven. Ja, we kunnen hier ook even op de trap gaan kijken. Een verrekijkertje. Okay. Prima. Jij hebt een verrekijker, hè? Ja, hier ook. Ik zal hem zo aan jou geven. Kan je even kijken? Top. Ook. Oh. Boek hem. Ook. Oh. Nee, dat maakt niet uit. Geel, ik kan kiezen. Ik kan kiezen aan wie die hem geeft. Top. Ik ga even omhoog. Oké, jongens, we gaan even spieken. Ja, maar je kan hem bellen. Even ook. Dat hij hierin komt. Even spieken. Ja, je hoeft niet precies. Je kan gewoon vragen even waar hij spieken. Ik ga hem omhoog. En dan gaan we even kijken of we iets kunnen regelen. Hier kan je volgens mij nog verder omhoog. Of niet? Nee, ik kan niet nog verder. Maar ik kan wel F2 verder kijken. Ik denk dat ik het beste hier kan staan, hè? Ja, ik denk hier ook bij die trap. Ja, hier zelfs misschien. Hier zie ik heel veel. Ik zie mensen, wacht, ik moet even snel kijken. Zie je mensen? Ja, ik weet niet wie dat zijn. Volgens mij is het onze groep. Die zijn gewoon het erf opgesprongen. Ja, die zijn... Ja, ik zie die gast die zich nog niet voor wil stellen. Die zie ik lopen. Verder zie ik nog niemand ook aankomen ofzo. Ik zie ook niet in de verte... die gang. Ik zie wel lichten heel veel deze kant ook. Maar... Nee, ik zie niks, man. Er is niks. Er is volgens mij niemand. Taxi zie ik. Volgens mij is hier niemand, jongens. Die gang is hier ook niet. Die gekke, die Chinezen ofzo. Die zijn hier ook niet te plaatsen. Even kijken hoor. Ik zie daar Rick en Gerard zie ik staan. En er is niks. Er is helemaal niks. Dat is echt jammer. Kijk, daar heb je ze, de gang. Dit is onze gang. Volgens mij ben ik eigenlijk al zeker. Volgens mij is dat Mace ofzo. Of weet ik van wie. Die komen ook weer deze kant op. Of Samuel. Dat kan ook. Nee, volgens mij had Samuel wat anders aan. Oké. Er is niks. Er is hier niks. Misschien dat Gerard iets kan regelen. Hey, daar zie ik wel iemand lopen in de verte. Even kijken, wie is dat? Wie is dat nou weer? Yo. Hey, ik zie iemand daar in de verte, waar ik nu heen kijk. Hij zet een... hij komt deze kant op. Volgens mij is het Appie. Die nu aan komt lopen? Ja, helemaal in de verte daar. Nee. Ja, bedoel je hier beneden of echt helemaal Nee, helemaal in de verte daar. Helemaal naar links. Zie ik over de weg iemand lopen. Is dat Appie of zo? Hij heeft een helm op. Hij heeft een... Oh nee, dat is Samuel volgens mij. Is dat Samuel? Ja. Hallo. Oké, maar ik heb denk ik... Ik heb het nummer nog van die leider volgens mij. Die hebben we toen uit de Engelweer gehaald. Ja, je kan ze vragen of ze naar een clubhuis komen. Mickey Mouse clubhuis van hen. Ja, Gerard heeft net even met ze gebeld. Ja? Die zegt van eentje staat bij de ANWB. Ja? Ja, en de andere weet ik niet. Maar die ene Thomas of zo staat bij de ANWB. Die staat bij de ANWB. Maar ik heb nog de telefoonnummers van die... tenminste volgens mij de leider, van die Jago. Is die ook aanwezig nu?
Weet ik niet. Zou hij degene zijn die... Nou, ik weet het niet, man, wie mij deed belt. Hij is wel aanwezig, volgens mij. Maar... Hij is er wel. Ik zie hier beneden... Wie is die gast met die capuchon op? Ja, die wil zichzelf nog niet voorstellen, maar is een goede gozer. Is een goede gozer? Ja, ja. Oké, prima. Oh, hij heeft een locatie, hoor ik. Heeft hij een locatie? Heeft Gerard een locatie? Oh, er komt de auto snel aan. Wat is dit? Wacht even. Oké, dat is niks. Volgens mij is dat... Er is een Luma, zag ik. Is die van ons? Weet ik niet. Ik zag een Luma. Onze Luma staat beneden. Oh, ik zag een Luma rijden, jongens. Oké. Hij ging hier achter het Park City. Dus oppassen. Wat jij? Ja, dat ik een Luma zag rijden. En ik hoor nu van alles. Wacht even. Ja, het kon ook zijn dat het een G-klasse was. Van, ja, het kan ook een G-klasse. Er staat ook een taxi daar. Ja, er staat ook een taxi. Dat is een taxi. Oh, hier hoor hem weer. Hoor je hem? Die motor. Oh, ja. Dat is een herkenbare motor dit. Ik ga even naar de overkant. Even kijken, oppassen jongens. Dat is een taxi. Hoe doe ik het snelst deze weg? Gewoon via mijn F2 spier? Nee, volgens mij je backspace spier. Oh, ja, goeie. Oké, okay, top. Yes. Dan weet ik dat. Dan doe ik even hem weer open, maar dan weet ik gewoon dat ik hem zo weg doe. Maar die man... Ja, Gerard, wat is er? Die man die denkt dat ik samen met jou daarheen kom en mijn poes. En je poes. Samen ja. Met mij en je poes. Ja. Zo, je ziet er echt lelijk uit hoor, Gerard. Dankjewel. Die verder kijken. Maar hij stuurt nog steeds een locatie, dus hij staat daar waarschijnlijk om te wachten. Oké, okay, nou, Rick? Wacht, ik ga het even vragen aan ze. Ik vertel even dat dit plan is. Rick, waar is Rick? Rick is beneden. Rick is beneden. Rick is beneden. Oké. Okay. En nog eentje verder, Gerard. Oké, okay. Rick? Gerard heeft de locatie en hij heeft gezegd dat wij er met z'n tweeën heen komen. Gerard en ik en zijn poes. En mijn poes. Ja. Dus als jullie langzaam achter ons aanrijden... is. Ja, wij houden dan afstand. We hebben alleen geen auto, dat spinnen. Mijn auto was lek geschoten, mijn banden. Ja, ik weet niet hoeveel locaties we nog hebben. Of hoeveel auto's hebben we nog? Hmm. Waar is Jerry met de G-klasse? Gerard, we gaan jouw auto ophalen. Die is hier in de buurt. Oh ja. Ja, Okay. Maar die staat er waarschijnlijk. Rij even met... jawel, die staat er 100% wel. Weet ik zeker eigenlijk. Okay. Rij even met Rick mee en rij dan terug hierheen, oké? Okay? Ja. Rick, neem je mij zo mee dan? Ja, oké, okay, jongens, we gaan even kijken. Jerry we gaan heel even kijken. Die gang die is hier niet. Wat top is, maar ik weet dat ja, rechts, hè, Gerard, of niet? Weet je waar je auto staat? Ik weet het, Gerard. Laat mij maar anders. Oh nee, trouwens, dat kan niet. Hier, letterlijk hier de hoek om. Jongens, hier de hoek. Ga maar naar links. Oké. Okay. Oké, okay, dan de tweede winkel, niet de eerste. De tweede, daar is hij. 100%. Oké. Okay, yes. Waar? Oké, okay, jongens. Gerard gaat zijn auto halen. Dan gaan wij naar RV Angels, de locatie. Lees ik de chat wel. Ja, soms wel, jongens. Maar soms heb ik het zo druk met de game dat ik niet eens op kan letten. Ja, ik denk dat het plan is dat we gaan ambushen. Laten we dat jullie ambushen. Yo, what the fuck. Maar is het dan niet verstandig dat we eerst even wachten tot Gerard weer terug is? Ja, dan gaan we. Gerard gaat nu zijn auto ophalen. Zeg maar, dan gaan we in zo'n min mogelijk opvallende auto. Ik weet niet wie Samuel is, dit volgens mij? Ja. Ja. We gaan, Gerard gaat zijn auto ophalen. Die valt het minst op als in dat er een gang bij is, omdat we zijn lelijke auto aankomen, weet je? Ja. Dus dan doe ik ook mijn helm maar af. Om het helemaal minder verdacht te maken. En ja, ik denk dat het plan is dan dat ik jullie op contact met jullie hou. En dat ik dan gewoon zeg dat jullie kunnen... wat is het? Schieten? Of zo, ligt eraan wie er allemaal zijn. Ja, maar waar spreken jullie dan af? Boven op de brug of onder? Ik weet het niet, dat wist Gerard. Okay. Ik kan jullie gewoon locaties sturen. Welke brug? Ja, oké. Okay. Ja, dat weet ik niet, dan moet je zo van Gerard vragen. Die heeft het contact met bij hem. Bij de ANWB toch? Ik denk het. Is dat bij het pakhuis? Ja, dat is bij het pakhuis, ja. Oh jongens, dit is spannend. Marcus, bij car dealers zag iemand dat de Riddler het briefje neerlegde, 100% de Riddler. Ja, wie weet. Misschien is het toch echt de Riddler. Misschien is het toch echt... Dat was inderdaad die gast die heeft iemand gezien. Die het neerlegde. Maar jongens, ik besef inderdaad net. Ik had ooit een briefje gekregen bij de car dealer. Waarop stond... ik hoop dat je ontsnapping voorspoedig was verlopen. Streepje de Riddler. En er was één burger in de buurt. En die had ik aan gevraagd van... Hey, heb jij iemand dit neer zien leggen? En dat was... Hij zei iemand in groen pak met groene hoed. Klopt. Ja, zo ziet er maar we hebben twijfels erover of het daadwerkelijk de Riddler was. Maar nu ik me dit bedenk, dan moet het toch wel de Riddler zijn. Ja, het is ook de Riddler. Dan moet het wel de Riddler zijn. Ik hoor een toeter. Oh shit, er reden drie series, kijk uit. Drie series. Wat? Er reden drie series voorbij. Wat is een drie serie? Een BMW, kan ook politie. Oh, oké. Okay. Ja, maar politie zoekt ons denk ik niet op het moment.
Mij wel. Ja, jou wel. Maar hey, ik hoorde wat er is gebeurd met meester, man. Het gecondoleerd. Dat is echt... Ja. Helemaal kut, dit. Ja, dat was verdrietig nieuws toen we het hoorden. Ja, dat snap ik. Ik heb hem ook niet echt afscheid genomen of zo. Ik heb hem niet eens gezien. Ja, gisteren was het. Maar voor degene die dit gedaan heeft, zullen er consequenties Ja, dat gaat snel. Oh, er is een BMW gestopt. Een politie volgens mij aan de overkant, ja, jongens. Ja, markt. Kut. Kut. Komt hij deze kant op, denk je? Denk het wel. Heeft dat iemand hier een Volkswagen? Ik hoor. Appie, ga weg hier. Kijk of je weg kan lopen. Er is één ingang. Misschien kan ik wel wat regelen. Ik word niet gezocht op mensen. Dus hier kan ik gewoon met hem praten. Zal ik even kijken? Ik word niet gezocht door hem. Ik ga kijken of ik het kan regelen. Ik word niet gezocht op het moment namelijk. De BMW is aan de overkant. Het is meerdere politie is het. Meerdere. Ik ga kijken of ik kan praten, oké? Okay? Ik word toch niet gezocht. Blijf hierachter. Blijf erachter. We staan bij RV Angels voor. Ja. Ik ga kijken of ik dat kan regelen. Er is gewoon niks aan de hand. Niks aan de hand, jongens. Ik loop hier gewoon. Er is hier niks gaande. Ik ga gewoon kijken. Ze zoeken mij toch niet. Ze zoeken mij toch niet. Dat is het. 3016 mensen. Leuk dat jullie allemaal zijn. Welkom bij de stream. De politie is zojuist hier aangekomen bij RV Angels. En ik wacht eigenlijk tot Gerard en... Dingen terug zijn, Gerard en Rick. Maar ik denk dat Gerard's auto toch in de impound stond. Dus we gaan er vandoor. Nee, ga maar joh. Of moet ik instappen? Top, waar gaan we heen? Pas op voor de politie. Hallo? Oh, voorzichtig normaal doorrijden alsof er niks aan de hand is. Horen jullie mij? Ja, Bert, ja. We moeten nog op één iemand wachten. Ja, kijk, daar is op één iemand wachten. Op wie wachten we dan? Oh, hij rijdt ook rustig. Dat heb je normaal. Waar is Gerard nou met Rick? Nou, dat was hem niet. Weten we al dat al? Of... Ze horen me gewoon niet. Of wel? Wie zitten we nou hier in de auto? Holy shit. Wat gebeurt er? Ja, ik snap het ook helemaal niet meer. Maar... Nou, we rijden naar de locatie. We rijden naar de locatie. Hé, wat gebeurt er met die gast achter? Ja, ik weet het ook niet. Oh. 3100 mensen die kijken bijna, jongens. Welkom allemaal bij de stream. Degene die René bijvoorbeeld die kijkt, maak even een screenshotje van het getal. Dit is namelijk weer insane. 3080 mensen kijken deze stream. Welkom allemaal, leuk dat jullie er zijn. Check even of je geabonneerd bent. Je bent van harte welkom. Je naam komt boven in het midden in beeld. We gaan eerst brengen naar de 200. Oh, hij is op de 200. Naar de 300, jongens, deze stream. Kijken of we het nog kunnen halen. Check even, want ik weet zeker dat minimaal 100 van jullie gewoon niet geabonneerd zijn. Dus doe het nou gewoon eventjes, hè. Doe het nou gewoon eens. Oké, we gaan nu onderweg naar de gang van de RV Angels. We gaan even met ze afspreken. Gerard's auto staat hier. Mm-hmm. En we gaan kijken of we ze neer kunnen schieten. En we kijken of we ook gelijk dat andere plan kunnen uitvoeren. Oké. Politie. Ja, ik stap bij Gerard in. Niks aan de hand. Oké, Gerard, ben je er klaar voor? Ja, hij is in gesprek. Oké, maar waar gaan wij? Je hebt een locatie, toch? Ja, we gaan nu naar hem toe. Oké, top. Tot zo, jongens. Rijden. Ja, rij maar op vast. Ik hou jullie locatie, ja, stuur ik wel. Oké, ze rijden op afstand achter ons, hè, Gerard? Hey! Oh, Gerard staat bellen. Ja, ik heb mijn kat uit het gordijn zitten vissen, dus we komen eraan. Pas voor de politie normaal rijden. Ik denk dat 2 minuutjes. 1 minuutje. Tot zo. Oké, jongens, 3120 mensen, dat is weer insane. Volgens mij is dit weer een recordje. Volgens mij is dit weer echt een recordje of zo. Gerard, oeh, ik denk je stapt niet op de rem. Ik schrik me rot, man. Jawel, ik rem heel vaak. Ik schrik me rot, man. Nou. Dus we gaan lekker uit eten, heb ik wel zin in. Ja, ik heb wel echt zin te eten en zo. Lekker, man. Lekker met Henk en Thomas. Ja. Toch? Ja, wie komen er allemaal, Gerard? Met Poes. Nee, maar even serieus. Wie komen er? Wat? Ja, met wie spreken we nou af? Met Thomas. Met Thomas spreken we alleen af. Dat is de bedoeling. Er zit iets achter ons, Gerard. Zie je het? Ja. Ik weet niet wie dat is of wat het is. Pas op, hoor. Oppassen. Laten we maar eens rijden, inderdaad. Ik vertrouw er geen reet meer van. Ik vertrouw nergens meer iets van, Gerard. We worden door alles en iedereen beschoten. En alles en iedereen, weet ik voor wat. Het gaat helemaal fout telkens. Dat ik in mijn laatste week zit. Ik denk dat het ook inmiddels mijn laatste week aangebroken is, voordat ik een keer die kogel door mijn kop krijg. Ik word gebeld door Rick, ik neem mij even op. Ja. Hey, we zijn onderweg. Jullie zijn onderweg naar de brug toe of naar? Ja, ik weet niet waar Gerard heen, ik weet de locatie überhaupt niet eens. Oh ja, dit is bij de brug bij de ANWB. Pakhuis. Ja, naast de pakhuis, ja, die brug, ja. Ja. Oké. Onder de brug ook? Nee, bovenop de brug. Oh, toe gewoon dan. Een open plekje. Ja. Oké, prima. Ja, we zijn er dan echt bijna. We zijn bijna bij de ANWB nu. Oké, top.
Oké, tot zo. Oh. Oké, Gerard, we zijn er bijna. Ben je er klaar voor? Ben je er klaar voor? Oké, jongens, we zijn er bijna. Ja, weet ik niet. Gewoon even met hem praten. Eerst doen even alsof je... Doe eerst even tijdrek alsof je met hem wil praten. Alsof er niks aan de hand is, weet je. Even een beetje dat je je slecht voelt erover, oké? Ja. Gewoon even met hem praten over dat je je slecht voelt erover. Mijn kat heeft in een gordijn gesprongen. Dat is zo. Maar ook gewoon dat je niet met een ontvoering niet zo fijn voelt en zo. Oké? Zo, helemaal top dit. Oh. Nee, even goed staan, pas op. Fantastisch. Gerard. Is dat Daniel? Wat de fuck? Dat is het niet. Oh nee. Is het niet. Als er nog goed komt met die gordijnen dan, hè? Ja, dat zou wel zijn. Goedemiddag of avond. Goedemiddag, hallo. Hé, hey, jij bent ook kaal. Waarom is iedereen tegenwoordig alleen maar kaal? Ja, ik moest kaal van de kijkertjes van de bodycam, maar Ik word gebeld, Henk. Komt Henk hier ook nog heen of blijf je alleen? Ik bel. Oké. Ook gezellig. Nou, bel hem maar even. Ja. Zo, dan ga ik heel even Maar waarom zit jij aan spelen? Jij zat aan het diarree. Hallo. Ja. Ik ben diarree. Wacht even, Gerard. Ik ben hier met Marcus en met Gerard op de brug. Ja. Hip. En ze vroegen naar Henk. Rick. Even kijken hoor. Henk. Ja, dus je belt op een precies het goede moment eigenlijk. nog even. Henk komt ik weet niet of jij ook kan komen of wil je niet komen? Even kijken hoor. Misschien komt Henk eraan, dus we wachten nog heel even. Want we gaan de gang staat om de hoek namelijk, jongens. De gang staat om de hoek met een guns. Nou, ready om eigenlijk deze guy even te pakken. Dus je komt niet? Laat maar. Henk komt niet. Volgens mij. Ja. Nou, oké. We zien wel. Oké, Henk komt niet. Komt Henk niet? Nee, hij wil niet. Oh, jammer. Dat maakt niet uit. Nou, Gerard, vertel even wat je wilde vertellen aan hem. Ja, Gerard. Ik heb dus een hartaanval gekregen. Oh, nee toch. Heb je zo hard laten schrikken? Dat denk ik dan. Ze vonden mij aan bewusteloos. Uiteraard had ik ook geen hartslag meer. Oh, nou, dat was niet de bedoeling. Nee. Nou, we vonden want we hebben jou hartstikke goed behandeld. Nou ja, ik was toch bang. Ja, dat is bezig, kom maar. Oh, wat komt er een mooie auto aan. Tandesje. Zo! Dikke Lamborghini, hè? Oh, een dikke wagen. Dikke wagen, joh. Die wil dat maar, joh. Dikke wagen. Ja, en hier nog een... deze is ook nog wel mooi hier, hè? Zo, dat is nog een dikke wagen, hè? Geweldig dit. Prachtig. Goedendag, jongens. Goedendag. Goedendag, meneer. Hoi. Hoe is het? Ja, zeker goed. Helemaal prima. Helemaal top dit. Mooi, ja. Oké. Okay. Dat is de rest. Meneer, met de kale maat. Je mag even richting die Luma lopen. Loop maar even richting die Luma. Wel een mooie auto, hè? Mooi, hè? Nou, daar komt de trekker aan, moet die achterkant bekijken. Hey, de achterkant? Bekijken. Ja, dat wat hooi, denk ik. Je mag even de kofferbak in. Wat is dit nou weer? Een dikke trekker, joh. Door de stad. Oh, nee. Je mag even telefoon al afgepakt. Wie hebben we hier? Telefoon al afgepakt. Ik pak alles af. Meneer, pak even je communicatie af. Doe ik even alles uit de zakken pakken. Jongens. Dat heb ik nu even afgepakt, zo. Nu achterin. Ja, en nu ga je lekker de kofferbak in. Dan ga je. Ja. Oh, waarom doet hij dat dan niet? Oh, je moet even de kofferbak in. Ja, ik klik al. Weet je hoe je de kofferbak in gaat? Ja, maar hij wil niet. Even één spier, ga in de fucking G-Wagon dan. Niet G-Wagon, nu. G-Wagon. Ja, in de G-Wagon dan. Dan ga je effectief de kofferbak in. Ik ga in de G-Wagon. Ja, doe wel effectief. Rek je een tape. Want hij wil niet. Oh god, ga nou, wat doe je nou? Uitstappen. Ja. Achterin die G-Wagon. Dat is deze. 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 Dit is een Luma's auto. Meneer, de kale bats, deze auto hier. Deze hier. Stap maar achterin stappen. Goed zo. Iemand ernaast zitten? Okay, Gerard, ik stap bij jou in. Kom. Ik kom eruit. Let's go. Gaan. Ga maar, Gerard. Ga maar. Hij volgt ons niet. No, top. Ga maar heen. Volgens mij volgt hij ons niet. Rick, volgens mij volgt hij ons niet. Nou, dat hoorde ik niet. Waar moet ik heen? Rick, volgens mij volgt die agent ons niet. Nee, we hebben echt pak veel geluk. Waar moeten we heen? Volg Rick maar, Gerard. Zo, nou, dat was Daniel ook echt die gast. Ik wist niet dat Thomas was. Maar hij snapte niet dat hij G-Wagon niet moest, maar dat maakt niet uit. Hij snapt het. Mijn helm. Ja, maar inmiddels hoeft de helm al niet op. Ik doe hem nu wel op, maar toen de tijd hoeft hij niet op, denk ik. Of ik was gewoon weer... Ik ben niet zo snel. Maakt niet uit, Gerard. Maakt niet uit. Rustig aan. Wij zijn het minst verdacht in deze auto. We worden het minst gezocht. Je bent gewoon opa Gerard in de auto, weet je. Niks aan de hand.
Rij een paar keer de rood, midi. Daarom, niks aan de hand. Bijna 3200 mensen die kijken, jongens. Leuk, jullie zijn 2000 likes. Ben je nog niet geabonneerd? Check zeker even, want ik weet minimaal dat eigenlijk wel een groot gedeelte van jullie gewoon niet geabonneerd is. Dus check het even. Kleine moeite, je naam komt boven in beeld. Met van harte welkom. Even aan de moderator om een screenshot te maken, omdat het weer een recordje is. En check even of je geliked hebt. We gaan gewoon ooit een keer die 4000 kijkers halen, weet ik zeker. One day gaan we dat halen, maar we zitten nu al op die 3200 kijkers. Die 3000 is gewoon dik gepasseerd. Die 3000 is toch gewoon echt dik gepasseerd. Ik weet het niet. We gaan even kijken wat we gaan doen. We gaan even kijken wat we gaan doen. Ik denk dat we hem gaan pakken, Gerard. Dat hij even op de grond gaat liggen. Gok ik. Volg die Lamborghini maar gewoon. Ja. Gewoon die Lamborghini volgen. Oh, Rickert, volg hier. 2 uur zijn we al live. Tot hoe laat ga je live? Geen idee. Geen idee tot hoe laat ik live ga. Gaan we ook nog wat geld aftrokken, geloof ik. Ja, dat denk ik weer niet. Dat denk ik niet. Maar hij was een van de mensen die jou... Ja, die stond in de winkel. Die heeft jou een hartaanval eigenlijk bezorgd, onder andere. Ja, een soort van. Een soort van. Kijk, die gast die weet ook allemaal plekken, hè? Ja, die gaat niet open, Gerard. Laat jouw auto ook maar naar binnen gaan. Die past er ook al door. Nou, zet hem maar binnen. Nee, ja, anders weten ze dat als ze deze auto hier zien, dan weten ze genoeg. Rijd deze ook maar gewoon naar binnen. Dat moet wel. Ja, top. Goed zo. Oké. Hey, opa, had je auto even naar buiten? Oh, ik zei dat hij naar binnen moest, omdat het anders een beetje verdacht werd. Maar hij mag ook wel naar buiten, maakt mij niet uit in principe. Moet naar buiten? Ja, laat maar. Nee, nou, hij past op. Alleen ik kan zo meteen niet weg, dat is het probleem. Ja, maar ik kan mij niet zo meteen nog wachten. Nou. Parkeer maar wat anders. Mag ik even wat vragen stellen aan hem? Is dat... Nee, zoveel wapens zijn toch niet nodig, jongens? Jawel. Okay, dus. Ja, dus. Welke groep zit je? Ik ben lid van de Harvey Angels. Oké. Okay. Wat voor rang heb je daar? Ik ben daar net binnengekomen, dus de laagste. Wat is je naam? Mijn naam is Thomas de Vries. Aangenaam. Thomas de Vries. Precies. Bevalt me nu al niet. Hm. Nee. Ah, gezellig. Zij niet blij. Hey, wie is de leider? De leider, dat is Bart. Bart. Welkom Bart. Bart van Dijk. Ik ken dit allemaal, jongens. Kom op heen. Nee, ik bemoei me daar niet mee. Bart van Dijk. Nooit van gehoord. Ja. Bart van Dijk. Even kijken. Daniel, jongens. Donor Daniel. Dat Gerard meegenomen werd. Dat Gerard. Nou, dan zal ik je nog iets leuks vertellen. Daar zaten ook niet RV Angels leden bij, hoor. Wie waren dat? Namen. We willen namen. Nou. Wie waren erbij? Nou, dat was ene Maxime. Henk. En Henk. Twee Henken, toch? Godverdomme, twee Henk. Toch, twee Henk. Henk Kuipers en Henk Hofman. Alle twee RV1's, neem ik aan. Precies. Ja. En dan nog Maxime, waarvan ik de achternaam niet weet. Dat is een rare gozer met een spaghetti hoofd. Wat heeft hij op zijn kop? Ja, Rasta, jongens. Oké, Rasta. Nou, dat is niet... Ik weet niet precies wat het is. Ik vind het niet mooi. Ja, dat is zo'n Emilio kapsel, denk ik. Ja, zo'n grote knot op je bovenkant. Zo'n grote roze knot, dat is het. Ja, precies. Oké. Okay. Even kijken. Moet je schema's? Moet je misschien even wat schade toedienen wat Gerard heeft gehad? Gerard heeft een hartaanval gekregen. Hij heeft een hartaanval gekregen. We hebben hem eten en drinken aangeboden, we hebben er geen pijn gedaan. Ja, Gerard, is dat zo? Alleen heb ik gehoord dat hij een hartstilstand had gehad of zo. Nou, hoe denk je dat het komt? Van de schrik. Ja, joh. Dat is toch jullie schuld? Nou. Ja, dat wel. Schade. Als ik jullie dadelijk niet ga slaan. Oh nee. Jongens. Ja. Jongen. Jullie horen dat het Mason is. Maar Mason is dood, dus dit is zijn nieuwe karakter waarschijnlijk, jongens. Mason stopt niet met de server gelijk, maar zijn karakter Mason is dood, dus dit is waarschijnlijk een nieuw karakter van hem. Zo werkt het in de server. Dus jullie denken Mason, ik snap het, maar het is een nieuwe karakter, jongens. Waarschijnlijk. En ik weet nog niet wie het is, dus. Dus daar moeten we even allemaal mee, ook mee spelen. Heb je iets van schema's wat je gang binnenkort gaat doen? Gaan ze iets doen? Is er iets... Ik weet voor nou nog niks. Er is nog niks gepland. Oh, jongens. Er is nog niks gepland. Nee. Heb je contacten met andere groepen? Heb je contacten met anderen? Buiten de groep? Nou, niet echt. Nee, maar je groep. Heeft jouw groep contact met anderen? Ja, maar ik weet niet precies wie die contacten zijn. Ja, maar je weet wel genoeg. Liggen. Je weet wel genoeg. Ik weet alles wat je weet. Ik weet dat er contacten zijn, maar ik weet niet wie en waarmee en waar en alles. Wat doen? Weet je wel wat die contacten doen? Wat voor mensen dat zijn? Nee, ik zou het niet weten. Ik zit 2 dagen bij de RV Angels, jongens. Oké, laatste vraag.
Tenminste, ja. Voor mij dan. Oh. Jullie zitten niet zoveel meer in het ganghuis, of tenminste, in het clubhuis. Waar zitten jullie nu? Ja, we zijn nou gewoon aan het rondrijden. Ja, zo. Dus jullie gaan maken jullie plannen. Ja, rijden doen we dat. Ja, flikker op, joh. Of gewoon op de straat. Nog niet wijs. Op de straat staan we dan. Nee, echt waar. Nou, nu eerlijk. Wij hebben geen aparte locatie. Nee, ja. Niet waar je ergens meet of iets. Nee, natuurlijk niet. Dat doen we gewoon op de straat. We zijn een motorclub. Wat denk je zelf dan? Wij rijden rond. Ja, kunnen we niet eventjes een sigaret op zijn hand uittrekken of zo? Nou, dat hij dan niet meer gaat zeggen. Nee, dit is echt alles wat ik weet. Ja, goeie. Even wacht, hier ligt genoeg materiaal, dus even kijken hoor. Kijk uit voor die gasflessen. Weet je de nationaliteit van de contacten die jullie hebben, toevallig? Ik zou het echt niet weten, heren. Nee? Nee, ik weet alleen dat er contacten zijn, maar wel van contacten... Even met je tik spelen. Haar met je tik. Dat moet wel een leuke. Liever niet. En wie weet dat wel? Wie weet wel welke contacten... Ja, je weet dat sowieso inderdaad wel, ja, wie dat wel weet. Ja, de rest van de leden, Henk of zo, of Bart of zo. Of, ja, is er een kale Henk met een grote baard? Bestaat die in jullie groep? Nou, hij is wel kaal en hij heeft een hele mooie snor, ja. En ook een baard. Is die nu in de stad? Ja. Kan jij hem hierheen laten komen? Ja, dat is die ene die ik net of aan de telefoon had. Niet precies hier. Niet, nou, kunnen we zorgen dat we via hem... Die had ik net aan de telefoon. En die... Weet hij meer? Welke Henk is het? Ik denk het wel. Kuipers. Die. Dat is die met die baard en die snor. Even kijken. Hij weet hoe meer. Lang zit hij al bij de groep? Ik twee dagen, jongen. Nog niet eens, nee, denk hij. Ik. Hoe lang zit Henk? Ja, dat weet ik niet. Lang. Maar al hij lang. Weet, hij wel lang. Weet welke... Geen dat niet doen. Lijkt mij wel. Hij is hoger in de groep, dus ja. Kan iemand Gerard even bij die deur weghalen? Want die gaat nu open. Ja, bij mij staat hij al niet meer. Maar jij weet zeker dat hij meer weet. Kaling met zijn baard en snor. Laat ik het zo zeggen, voor 95% zeker. En van wie weet je het 100% zeker? Ja, Bart van Dijk, de baas, de eigenaar. Is er nog vice president? Ja, dat is de president. En wie is de vice president? Dan moet ik even goed nadenken. Ik ken al die rangen niet uit mijn hoofd, joh. Zo lang zit ik niet bij, ik heb er dan nog niet echt in verdiept. Wie zit eronder? Wie zit eronder, Bart? Dat is zo'n Henk, volgens mij. Ja, volgens dat is mij Henk, wel. Of is dat die Jago? Ja, jongens, nee, dat is zo moeilijk, hè? Nee. Hé, we weten in ieder geval wat namen en wie en wat. Dus ik weet niet of iemand nog meer wil weten van... Ja, er komt nou iets binnen, jongens. Die vice-president, die eronder bad. Ja? Ja. Ja. Dat, ja, Jos. Jos. Jos Brecht. Nee, Jos Brecht niet natuurlijk. Die mag lekker met de kindjes bezighouden, hè? Nou, jullie zijn ook kindjes. Nou, dat zou ik dan weer niet zeggen. Jullie op de motor zijn ook een beetje kindjes, dus in principe is het wel een Jos Brechtje. Nou, iets, maar nee, iets Jos Sluis was het, dacht ik. Ik weet het niet precies. Ik heb haat aan mensen. 3 euro, Jan Makkers, je bent de favoriete YouTuber. Ik kijk je video's al vanaf het begin. Joba, Anus. Dankjewel voor de 3 euro donatie, man. Tof om dat te horen. Tof om dat soort shit te horen. Even spieken hoor. Er is niks, nog niks in ieder geval. Hier is de telefoon. Als iemand de telefoon terug heeft, dan kan ik die zo geven. Zo. Iemand telefoon? Wie heeft zijn telefoon? Die had ik. Yes, kan je die even aan hem geven? Hier. En wagen niet om gekke dingen te doen. Als je lijkt, waar houden die in de gaten? We kijken mee. Ja, nou. Pas even meekijken. Hé, hey, daar heb je Jerry. Ik weet niet waarom jullie allemaal politie zeggen, jongens. Voor de, weet ik veel wat voor shit. Ik moet plassen in het Hofman echt! Hofman heb ik. Welke... Kuipers hebben we nou? Welke is het verstandigst? Kuipers. Hey, Jerry. Welke denk jij dat de meeste informatie heeft? Kuipers. Moet even Kuipers. Oppassen voor de weet ik van wat. Even spieken, jongens. Even spieken. Ik zie helemaal niks. Behalve die auto daar, maar dat is een hersenloze. Ze zijn binnen bezig met het ondervragen van en zo. Maar er is hier niemand. Ja, dat is ook een hersenloze. Ja, er is niks. Er is hier helemaal niks, dus ik ga terug naar binnen. Even kijken waar ze mee bezig zijn inmiddels. Hey. Gaan we? Ga maar staan. Yes. Kort gebeld door Toos. Nou, neem later even op, Gerard. We gaan er vandoor, kom. Toos, die komt zo.
Ja, dan weet je voortaan. Ik word ook gebeld door Toos. Ik neem wel op dat ik hem zo terug wel. Die leren jekkers moeten horen, jongen. Ja, ja. Rij maar, Gerard. Rij maar. Oeh. Oeh. Stak ze nou neer? Hey, Toos. Sorry, ik speel Call of Duty. Sorry, ik ben heel intensief met mijn game bezig. Ho, niet. Oh, pas op, pas op. Ga maar, Gerard. Wie zijn dat? Oké, hey, Wie zijn dat? Waar is Gerard? Hallo? Ik heb hem gebeld, maar hij neemt niet op. Ja, is het goed als ik je zo terugbel, Toos? Waarom? Omdat ik even mijn potje af moet maken, oké? Niet. Ja, ik maak mijn potje af. Ik wil Gerard spreken. Ik geef je zo Gerard, oké? Beloof ik. Oké, waar spreken we af? Spreek ik zo, oké? Nee, nu. Ik ben je zo terug, Toos. Nee. Ik beloof het. Hoe lang? 10 minuten. Nee, dat duurt te lang. Oké, 10 minuten seconde. En 30 seconden. Oké, tot zo. Tot zo. Nee. Lul is die Toos ook, hè? Wie is dat, Gerard? Dat volgens mij hoort bij ons. Iemand had ook een auto buiten gezet, niks aan de hand. Oké. Hij is neergestoken, toch? Pas op, hoor. Volgens mij hebben ze hem neergestoken. Oh, mooi. Arme Daniel. Daniel, dikke shout-out naar jou. Je bent een toffe gast, man. Je bent Dono Daniel. Dikke shout-out naar jou. Het is ons eerste scenario met elkaar. Ik heb het volgens mij... Ik zag het niet gebeuren, maar ik hoorde dat ze hier nog neerstaken. Dus dikke shout-out naar jou. Hoe heet het? Ik zal heel even afvragen. Wacht even, jongens. Hey, Rick. Hoi. Waar gaan we heen? Rick. Hey, Rick. Rick. Ja. Waar gaan we heen? Weet ik niet. Ik denk dat we zo meteen even... Ik kan met Henk afspreken misschien. Ja, ik heb hier ook zijn nummer. Ik kan zo even... Ik denk dat ik hem zo even opbel. Ja, of jij wil hem opbellen. Wie vertrouwt hij meer, denk je? Ja, weet niet. Hij heeft mij nog nooit gesproken. Ja, ik denk dat hij mij... Omdat ik al eerder contact met hem heb gehad. Dat hij misschien wel vertrouwt. Ja, die Henk Kuipers, hè? Ja. Wie is Henk Kuipers? Is dat met Baart en... Volgens mij is dat die kale. Ja, die met die gekke stem. Die schorre stem. Ja. Ja, ik bel hem wel even, oké? Volgens mij wel, ja. Ik bel hem wel. Ik vraag wel even of ik met hem af kan spreken. Ja, is goed. Oké. Ga ik doen. Gerard, ik ga die Henk bellen. Oh, moet ik hier blijven? Ja, kan in principe wel. Ik word door Toos gebeld. Ja, bel jij Toos maar. Dan bel ik Henk. Dus als ik even uitstap dan? Dan stap ik even uit. Ja. Hoe is het met jou? Oké, dan bel ik hem even. Ja, minder. Hey Henk, kale bad. Hey Marcus. Hey. Ik heb Gerard ontvangen hoor. Ja, hij heeft een hartstilstand gekregen, hè? Oh nee, toch, dat meen je toch niet. Dat vond ik echt wel wat jammer. Ik dacht, jouw klantenservice is wel tiptop in orde en er is niks. Ja, nou, zoals ik weet heb ik hem gewoon normaal achtergelaten bij de groep, zoals ik weet. Ja, maar oude man, stress, weet je, dat zit allemaal niet goed natuurlijk. Ja, nee, dat snap ik, dat niet goed is. Mm-hmm. Hey, ik wilde origineel met Thomas een drankje op doen, maar die kon ik niet meer vinden, met Gerard. Zouden we afspreken, hadden we gedaan. Ik weet niet, volgens mij had hij jou ook nog gebeld. Hij heeft mij gebeld en dat hij nog met jou Toen stonden we erbij, maar uiteindelijk weet ik van wat, toen wilde hij toch niet of zo. Dus ik vroeg me af of jij even een biertje wilde doen met mij en Gerard, om er even toch geen verkeerde gevoelens met elkaar te hebben. Ik wil niet met veel z'n tweeën zeggen. Gewoon hoor. Verder. Ik weet het niet. Hoezo niet? Nou Marcus, we weten allemaal, je hebt af en toe je dagen, dan ben jij niet in je goede moed. Hoezo? En als er iets met Gerard gebeurt, weet je... Dan weten wij ook allebei, hoe beschermend jij bent naar Gerard. Ja, maar daarom, ik zei wel juist, jullie hebben hem goed achtergelaten, maar jullie kunnen er toch ook niet veel aan doen dat hij een hartstilstand heeft gekregen. Ja, dat is juist het ding. Dus, weet je niet, ik weet het niet, Marcus, ik weet het niet. Hoezo niet? Ja, ik snap op zich je dinges, maar ik dacht juist om dat te voorkomen, dat jij bang bent dat ik... Maar jij weet ook één ding, hè. Nou? Ik heb jou echt wel gezien bij ons clubhuis. Denk je nou echt niet ja, dat je hem... Ja, nee, klopt. Ik ben daar geweest, omdat ik jou wilde zoeken, maar ik kon je niet vinden. Dus dan bel ik je maar. Jij wou ons zoeken. Ja, tuurlijk, joh. Ik wil jou zoeken, daarom bel ik je maar. Hmm. Ik heb jouw clubhuis even bezocht, ik kom daar nooit. Ik dacht, ik ga een keer erheen, even bezoeken. Dus vandaar. Oh. Hij heeft opgehangen, jongens. Nou, hij heeft opgehangen hoor, ik vertel het even. hij heeft opgehangen. Hij vertrouwde het niet. Okay. Dus hij wil niet zijn locatie geven. En hij wist dat wij ook bij zijn clubhuis waren. Clubhuis, dat klinkt zo stom. Okay. Heb je die zondeerd weer, die trekker? Die kwam er even tegen. Oh, serieus? Ja, nee, ik vertrouw al, zelfs dat vertrouw ik al niet meer, zeg maar. Nee, ja, ik ben heel even aan het kijken. We zijn aan het proberen, tenminste... Ja, want ik denk dat die Henk Kuipers voor nu niet gaat lukken. Dus ik ben aan het kijken of er wat anders te doen valt.
Ja. Daar ben ik heel veel in, hoort je nu even aan het overleggen. Dan, en hoe zit het met die, die Bart? Met de Chinezen. Oh, ja, met de Bart. Dat. En die Chinezen ben ik eigenlijk nog meer benieuwd naar. Ja, dus Bart, die is niet heel vaak in de stad, dus daar weet ik nu ook niks van. Ja, die Chinezen, ja, we zijn aan het proberen contact te fixen, maar I don't know, man. Ik ga proberen om de ridder... Weet je wat ik nog wel zie gebeuren? Dat ze nu naar daar dinges gaan, naar die Thomas. Misschien kunnen we daar iemand vinden. Dat zou kunnen. Ik ga even kijken hoe dit precies gaat. Toos komt hier. Wie is dit? Dat is Toos. Wat heeft Toos voor auto? Denk ik. Waar rij jij in, Toos? Goed, hè? Wie's auto is dit? Van mij. Van jou. Heb ik gekocht. Die heb je gekocht. Nou, goed, hè? Ik krijg nou wat. Ik krijg mijn pruik niet af. Je krijgt je pruik niet af. Nou, stop. Die staat je beter dan de kale bas van Gerard. Nee. Jongens, ik ga heel even... Doen jullie je rummikup potje even? Dan ga ik heel even praten met Rick hier, oké? Ja, kom thuis. Even rummikuppen. Oh, wacht. Dan zet ik mijn auto op. Ja, goeie. Hey, ik denk dat ze sowieso gaan zoeken naar het lijk van die Thomas. En dat zij... We hebben zijn mobiel even gegeven nog, toch? Mm-hmm. Ja, ik weet niet of die guy die hem even afgepakt. Ik kan er met Gerard heen, want ja, hoe verdacht ben ik nou in de auto van Gerard met Gerard? Ja, je kan even kijken. Dan, ik wil even heen en weer rijden. Dus goed, rijk even met Gerard heen en weer. En met Toos, doe gewoon met z'n drieën, weet je. Dat maakt ons extra niet verdacht. Als ze met z'n drieën zijn. Ze kunnen nog wel gewoon handig zijn, die twee, weet je. Ja, zeker. Om gewoon een beetje je verdachtheid voor je af te halen. Ja, oké, dan houden we contact. Jo, is goed. Oké, jongens. Hallo. Toos en Gerard, ik heb een leuk iets. Toos, rij jij of zou ik rijden in de auto? Ik rij. Jij rijdt, oké. Dan stap ik achterin. Gerard, stap ook in. Laat je auto maar hier staan, die halen we zo op. Die hoort toch bij die container. Nee, die halen we serieus zo op. Die hoort bij het grof vuil. Oké, we gaan even hier naar links. Ik zet wel voor locatie. Wat vind je van mijn auto? Ja, hoe kom je eraan? Die is echt van jou, hè? Ik dacht eerst dat ik hem gestolen had. Oh, jullie hebben gekocht, dat was waar ik ook al stond. Van iemand overgekocht. Waar moeten we naartoe? Rechtdoor. Oh. We moeten... Gerard, weet jij nog de exacte route van waar we net vandaan kwamen? Ja. Hier tegen het verkeer in aan de linkerkant. Oh! Oké, en dan links, goed zo. Hier de baan, doorrijden. Doorrijden. Doorrijden hier links. Links. Rechts. Nee, rechts. Dat straatje door. Nee, Toos. Nee. Waar die auto vandaan komt nu, waar die hersenloze nu uitkomt. Nee, dat niet. Daar, jawel. Nee. Jawel. Oh. Dus nu hier, gelijk hier naar links. Hier links. Ja, dit ja. Je kan de hersenloze. En dan weer links. Naar links. En dan weer naar links. En weer naar links. En dan nu naar rechts. Nu naar rechts. En rechtdoor. Okay. Jeetje, Mina, wat moeilijk. Oké, jongens, wat wij hier origineel deden was een baan zoeken. Kijken of we met z'n drieën hier konden werken voor de... Nee. Mijn lading containers met nieuwe... Hier naar rechts. Gruiken. Pretzels komen binnen. Pretzels. Kijk, daar die auto. Stop, dit stop. Wie is dat dan? Ja, nee. Volg hem maar even. Goeiedag. Hallo. Goeiedag. Meneer. Hoi. Met wie spreek ik? Gerben, waarom? Sorry? Wacht, laat. Ik ga even mijn oortje uitzetten, want het is heel luid. Oké, prima. Een oortje? Oortje. De benzine is bijna leeg. Oh nee. Ja, zeg het eens. Kunt u even uitzetten? Ik wil even iets van u vragen. Het is serieus niet bijzonders of zo, hoor. Ik doe me wel zelf even af. Oh, hij gaat er vandoor. Ja, nee, zet zijn auto neer. Goedendag, meneer. Mag ik vragen wat u hier doet? Gewoon rijden. Ik dacht normaal gezien, ik moest hier een vriend ophalen, maar die is blijkbaar al van doorgegaan. Je mag hier een wat ophalen? Een vriend. Wacht 2 seconden, ik word heel even gebeld, serieus. Kunt u heel even wachten nog? Top, dank u. Ja, kort. Hey, yo. Zeg het eens. Is jouw vriend dan? Hey, even kijken. Ja, die Chinezen zijn echt gewoon compleet off the grid. Okay. We kunnen gewoon niks meer van ze vinden. Dus die zullen ooit wel een keer weer terugkomen, maar daar moeten we gewoon even wat meer onderzoek in doen. Henk Kuipers, die wou niet meeten, hè? Nee, maar ik heb wel iemand gevonden die zegt dat hij hier iemand op wil halen. En dat is dus deel van die gast die we net ontvoerd hebben. Hij wilde hem ophalen, maar hij zegt hij is dood. Dus dit is iemand. Ik heb hier iemand. Die hoort bij de gang. Misschien dat hij meer weet. Ja, die hoort bij... Wie is het dan? Hij zegt dat hij iemand op wilde halen, maar hij zei hij is dood nu. Dus ik kan hem niet meenemen, want ik heb niks. Maar het is hem. Hij hoort erbij. Ja, weet je zeker dat hij bij Roof and Angels hoort? Hij is hier voor Thomas. Angels. Hij is hier voor Thomas. Ja. Oh, hij is hier voor Thomas, hoor ik net. Ja, dat is die guy die daar binnen ligt. Nee, dit is iemand anders. Er staat hier iemand anders buiten. Ja, maar Oh, die Thomas ligt binnen. Ligt binnen. Klopt, dus hij hoort wel bij Thomas.
Ja, maar dat betekent niet dat hij bij Ruven Angels hoort. Nee, klopt. Is hij op een motor? Ja, hij zit een auto met een klein spoilertje. Ik weet niet wat voor auto het is. Daar ben ik heel slecht. Volgens mij een Mercedes. Oké. Okay. Ja, Mercedes met een rode spoiler en blauwe, oh, zo'n gele led. Zo'n A-klasse. Ja, gele led eronder. Ja, het is lastig, man. We wouden sowieso nog even met iedereen even meeten. Even een kleine bespreking. Oké, okay. Maar de Chinezen zijn echt uit de stad? Nee, of? Ja, die zijn nu weg. Daar kunnen we even rusten in ieder geval. Ja, dus we hebben sowieso even rust. Oké, prima. Dat vind ik top. Dat kan ik even... is goed. Oké, nee, prima. Goed om te horen. Ja, dus maar heb je zo even tijd om even met z'n allen nog even... Waar wil je? Ja, ik ga van locatie zoeken. Een stukje zonder... Stuur maar locatie. Laat ik deze gast wel gewoon met rust. Ja, is helemaal goed. Oké, prima. Oké, laat ik deze gast met rust. Dat is helemaal niks aan de hand. Jongens, bijna 3300 mensen. Welkom allemaal. Dit is een record. Screenshot het even. Abonneer je nou. Kom boven in het middenbeeld. Deze gaan we naar 300 brengen. Marcus. Ja, zeg het eens. Je moet altijd je helm op in het havengebied. Oh, ja, dat snap ik. Maar we gaan af en toe. Hey, meneer, spijt me. Ik moet gaan nu, dus dankjewel dat je even stopte. Oké. Okay. Ik wil jou even wat vragen, want we zoeken iemand als ik zoek iemand met dezelfde auto als jij, maar je was het niet. Oké. Okay. Niks verkeerds, geen verkeerde bedoeling hoor. Fijne dag, meneer. Ja, oké. Okay. Oké, Toos. We krijgen zo een nieuwe locatie, althans ik. Dus rij maar gewoon weer terug richting de stad. Moeten we hem achterna? Nee, we hoeven hem niet achterna. Er is niks aan de hand. Niks aan de hand. Dat denk ik wel. Nee, er is echt niks aan de hand. Je hoeft Doe maar niet thuis. Je hoeft hem niet achterna. Oké, ik moet tanken. Ja, ik zie het. Althans, iemand heeft zijn riem niet om. Wie is dat? Ja, dat doet Gerard altijd. Gerard. Dat was Toos. Dat was Toos. Gerard. Nee, dat is altijd Gerard. Ik word er doodziek van. Gerard altijd, hè. Ja. Oh, jongens, zet een dingetje na het tankstation, alsjeblieft. Ja, dat zal ik gelijk doen. Dit is het dichtstbijzijnde. Oké, we krijgen zo een prettige locatie. Oké. Jongens, wat een kijkers weer, jongens. Check even of jullie geabonneerd zijn. Ik weet zeker dat grotendeels van jullie gewoon nog niet geabonneerd zijn. Het kost niks, het is gratis, het is leuk. Je naam komt boven in beeld. We gaan hem brengen naar 92.300 abonnees. Dus check even of je geabonneerd bent. Je bent van harte welkom. Ben je bij de volgende streams ook. Minimaal jullie gedeelte van jullie. En het is gratis. Dus voor alle ouders die meekijken, wees niet bang dat je kind... Abonneert op een, weet ik voor wat, op iets wat geld kost, dat is helemaal gratis. Het is alleen zodat hij het makkelijker kan volgen. Het is alleen zodat je het makkelijker kan volgen, altijd. Wat is er? De auto is bijna leeg. Toos. Den Haag. Mooie stad. Ben geabonneerd, zegt Max. Nice, Max. Lekker bezig, joh. Mooie naam ook gelijk. We zijn er bijna thuis. Oké, dit gaan we. Nu vol gas. Niet meer het gas loslaten. Ik doe het gas niet loslaten. Tot we er zijn, zeg maar. Nee. Ja. Achteruit. Draaien. Nee, wacht. Toos, aan mij. Want als ik nu instap, kan ik even rijden. Ik heb heel goed gevoel met de koppeling. Daarop. Niet waar. Jawel, kijk. Ik heb goed koppelinggevoel. Je moet achteruit. Ja, dat gaat toch niet? Kijk. Ik ga toch niet nog eens achteruit? Er gebeurt niks, Gerard. Oh. 1 euro van Jordi met 1 cent. Hey Jordi, weer dankje voor de 1 euro. Daar is hij weer. Weet je wat, we moeten duwen. Het zal wel weer. Is hier niet een impound of garage in de buurt? Nee, hè? Het zal wel weer. Ik ga wel proberen te duwen. Pas op dat je niet gas geeft, anders stuur je hem per ongeluk naar achter. Wacht. Wacht. Ik heb een idee. Kut, sorry. Het lukt gewoon niet. Het duwen lukt niet, jongens. Wat is dit verschrikkelijk. Laat Gerard is. Ik ben geabonneerd, zeg Ruun en Noach. Dankjewel voor het abonneren, Noachjes. Hey Reno, hier is Hasselbout. Hey Reno, kom even online dan. Ik ga de auto van Toos duwen, jongens. Ik kan dit. Aan de kant! Ik ga hem duwen! Zo, ja, bijna. Bijna, hoppakee. Iets door nog. Ietsjes door. Oh, Toos, je moet geen gas geven, Gerard. 3 euro van hut, superleuke stream. Nou, je mag je auto terug, meneer. Nu duwen. Vanaf hier gaan we duwen. Meen je dit? Toos, help me even. Toos. Wat is dit nou? Pak hem, Toos. Zo.
Ik dacht niet met de moersleutel, joh. Oh, wat doe je nou? Er staat hier ook een andere auto, Toos. Maakt niet uit, joh. Oh. Sturen, Gerard. Oh, meneer. Meneer. Gerard, sturen. Ja. Heeft u iets gezien? Nee, hè? Nee. Okay. Ik zie iemand wegrennen, maar ik nah, daarom niks aan het. Oh, ik word ook nog niet meer in mijn gebouw, daar gaan we. Goeiedag. Hey, motherfucker! Hey, hoe is het? Goed dan met jou? Ja, maar goed, ik ga zo lekker slapen, de stad uit. En zo. Oh? Ja. Nu al? Ja, ja. Ik zou nog even blijven als ik jou was. Nee, joh, maar nu we toch contact hebben. Kan nu heel even een moment van stilte voordat we weer gaan schieten, voordat je in de buurt bent? Misschien ben je al bij me in de buurt, weet ik veel. Kijk achter je. Ja, ik geloof je dat je in de buurt bent, maar niet schieten, oké? Okay? Even niet schieten. Ik schiet niet. Je schiet niet. Waar sta je dan? Mag ik je locatie ook weten? Toevallig ik even aan kan kijken. Achter je. Achter je. Moet ik kijken, even kijken. Wat is achter je? Ja, links van jou. Ja, links nu. Ja. Daar. Kijk ik nu jouw kant op? Nee. Naar rechts. Naar rechts zeg je. Daarboven of zo. Jij domme kutlul, ik ken hem niet bij jou. Je bent niet bij mij, waar heb je het over? Je bent gewoon niet bij mij. Nee, ik zit om me heen te kijken, joh. Hé, maar nu we even contact hebben. Kunnen we even praten of zo? Is iemand gewond van jullie, of niet? Ja, maar niet heftig. Dus nee, okay. Het scheelt. Hé, jij bent ingehuurd, toch? Ja, je was betaald. Jij was betaald. Ben je dan, is je taak nu klaar? Want was je betaald om te schieten alleen, of om echt... Ja, alleen om te schieten. Maar je bent nu dus klaar. Ja, ik ben door een of andere kerel gebeld. Hij gaf mijn nummer. Hij zei, jij moet hem bellen. Jij moet zeggen, jij gaat neerschieten. En dan, jij schiet. Maar was je ook betaald om echt raak te schieten of om mis te schieten? Nee. Die is niet zo accuraat. Ik heb spleetoog. Nee, maar dat is niet erg. Dat bedoelde ik niet. Ik bedoelde echt meer gewoon omdat ik best wel niet dood wil, weet je? Nee, jij hoeft er nog niet dood. Maar, ik hoefde nog niet dood. Het was een beetje een waarschuwing. Je had wel weer appje gekregen van iemand. Ja, oké, okay, maar... Met iets. Ik heb nog niet geluisterd. Oké, okay, maar is het mogelijk dat, zeg maar, jij niet schiet op mij? En hoeveel kreeg je betaald? 100.000. Ja, laat maar dan. Hey, kunnen we niet iets regelen dan gewoon? Een vriendschappelijk iets? Hoe zou zij meneer willen schieten? Kom op. Moet ik jou neerschieten? Oké. Okay. Nee, juist niet, zeg maar. Nee, we gaan... je doet gewoon zijn ding. Ja, je doet gewoon je werk. Dat snap ik op zich. Hey, maar... dan vraag ik het lief. Volgende keer als je weer taak krijgt om te schieten, schiet alsjeblieft ook gewoon mis dan ik. Dan krijg je alsnog betaald om te schieten. Maar je gaat ook geen informatie geven wie jou gebeld heeft? Ja, meneer... Hoeveel krijg ik van jou? Ja. Hoeveel wil je daarvoor? 5.000? 5.000 voor informatie. Nee, jongen. Ik ga helemaal niet naar jou toe. Jij gaat mij sowieso neerschieten. Ik ga jou niet neerschieten. Oh, absoluut niet. Als ik voor informatie kan krijgen... Ik heb niet eens een wapen. Ja, jouw vriendjes wel. Ja, die wel, maar die zijn nu niet bij me. Ik sta helemaal alleen. Ja, althans, ik sta met Gerard en Toos. Nou, die zijn niet schadelijk. Ja, is goed, maar ik had net appje gekregen weer van die man. Ja, we kunnen trouwens ook via telefoon doen, trouwens, toch? Dat is nog vertrouwelijker voor jou. Hij had de foto of zo, met een vraagteken. Ja, oké, okay, nee, dat is... Nee, dan weet ik in principe al wie het is. Okay. Althans, niet hoe die heet, hoor, maar wie het kan zijn. Nee, oké, maar hij had mij net de audiobericht gestuurd, dus ik hang op, ik ga even luisteren en wie weet zie ik jou zo weer. Ja, oké. Nee. Ik word gelijk gebeld door Piet. Hey, Piet. Het nabespreken gaat niet doorgaan. Wat dan? Er is redelijk wat chaos, zullen we het daarop houden? Ja, nee? Ik wens juist weer geweld door die Chinees. En het komt daadwerkelijk echt van de Riddler, dat weet ik nu zeker. Dat weet ik nu eigenlijk wel zeker. En hoe ben je daar zo zeker van? Ik vroeg hem informatie. Ik dacht nu dat ze toch contact hebben. Mm-hmm. Hij zei dat hij bericht had gekregen van iemand met een profielfoto met een vraagtekentje erbij. Dat is een van de informatie. Andere informatie, die weet ik wel. Maar dit is zeg maar nog meer wat er naartoe leidt dat hij het is. Ja, maar ze kunt ook opzetten. Ja, het kan opgezet zijn, dat weet ik. Maar hij kreeg nu weer spraaknemer, dus ik stap even bij Toos in. Okay. Want ik wil hier weg, deze locatie. Rij maar, Toos. Ja. Of moeten we wachten op Gerard? Hij is even snel knipperen. Oh, dan blijf ik al nauw, dus dat is prima. Maar wat is het nu plan dan, Piet? Ik weet het niet. Er zijn meerdere mensen van ons die nu achtervolgd worden door auto's. Oké. Okay. Ik weet niet of het nu politie is of niet. Daar ben ik niet zeker over. Stel dat het wel politie is, ja, dan
moeten we echt wel zorgen dat we een weg komen, dus. Ja, oké. Okay. Ja, ik heb dus vooral het probleem zeker gewoon met, dat iedereen van ons nu gewoon gezocht wordt door die Chinezen waarschijnlijk. Ze hebben weer een audiobericht heeft hij gekregen, dus ik verwacht ook elk moment een nieuwe schietpartij namens hun, eigenlijk. Ja, oké. Okay. Nee, dan wees op je hoede, zou ik zeggen. Ja, ik vind het heel kut. Het spijt me. Ik had het ook niet omgevraagd dat ik gewoon echt ineens... Ja, nee. Wat ze zo graag nou willen. Ik snap het niet, wat die gast wil. Ik snap het ook niet. Maar oké. Okay. We zien wel. Ja, we gaan het zien. Oh. We houden wel contact. Hou me een beetje op de hoogte, oké? Ja. Ik ga proberen nu even outfit te veranderen. Even rustig aan. Weet je, even geen contact meer. Ja. Kijk, als er echt iets is, dan moet je me bellen. Dan kom ik helpen. Mm-hmm. Maar als er niks nodig is, dan hou ik even rust nu, oké? Okay? Nee, oké, okay, is goed. Prima. Dan bel ik jou ook als ik meer weet. Ja, is goed. Maar verwacht wel dingen, want die Chinezen hebben weer een audiobericht gekregen van mogelijk dus de Riddler. Of iemand met vraagteken. Ja, ik weet het niet. Ik weet het niet. Het is moeilijk. We zien het wel. We gaan het zien. Ik hoop het niet, want dan is er meer aan de zaak. Ja, dan hebben we grote problemen. Oh, ik pak bijna een bol mee. Jongen. Hey, ik bel je later terug, oké? Ja, of jij mij, andersom, kijken wel. Ja, maakt niet uit. Ja, we zien het. Leg jij af, want ik ben aan het rijden. Ja, zou doen, zou doen. Is goed. Joejoe. Oké, joe. Ik heb een probleem, Toos. Ik wil even met jou rustig gaan. Oh, ik word weer door anoniem gebeld. Oh. Oké, dan ga ik. Ja. Goeiedag, Mister van Plakkers. Goeiedag. Oh, kunt u iets harder praten? Goeiedag, Mister van Plakkers. Yes, sorry, hallo. Goeiedag. Hey. Hey. U heeft rondgevraagd voor mij. U bent de Riddler? Misschien. Misschien, ja, daar ga ik dan vanuit, aangezien ik al niet meer gebeld. Ja, ik heb rondgevraagd naar jou, omdat iemand... Kijk, iemand doet of jou na, op misschien een hele andere manier dan jij normaal zaken zou doen, of jij bent het, maar iemand wil mij soort van dood hebben, slash mij aftroggelen om de gang te verraden waar ik in zit. Instappen. Oké, okay, stel ik zou erachter zitten. Ja, stel jij zou erachter zitten. Stel. Waarom zou ik u laten leven? Sorry? Waarom zou ik u laten leven, meneer? Omdat ik jou, zover ik weet, nog nooit iets fout heb gedaan. Of jouw, weet ik, kennissen misschien. Misschien dat ik het mis heb, dan moet je me dat vertellen. Maar, ja. Kijk, ik denk niet dat jij mij nu gaat vertellen of jij... Kijk, als je het niet vertelt, dan weet ik in principe natuurlijk al genoeg. Maar, ik zit er zeker achter. Jij zit er zeker achter. Zeker. Jij bent echt degene die mij ook eerder heeft gebeld met zwaardere stem? Nee, dat niet. Dat niet? Nee. Oh. Even pinnen, jongens. Nee. Oké. Okay. Maar, hoezo, wat wil je van me? Wat is er nou? Ik wil eigenlijk niks van jou. Je wil wat van mijn groep, zeker? Positief. Mister van Plakkers, ik zou goed om me heen kijken vanaf nu. Ik moet wel zeggen, als je me dood hebt... Kijk, ik snap dat je er natuurlijk mee kan dreigen, maar dan heb je niks meer aan me. Kijk, er is niks om te dreigen. Waar zijn de goederen? Mm-hmm. Je wil de goederen hebben. Positief. Ja, je weet dat ik dat niet zo mag geven, want als ik zeg maar, maakt niet uit wie's kant ik kies, ik ben dood, sowieso. Is dat zo? Ja, want ik denk als ik mijn groep verraad, dat ik dan... Nee. Uw groepen zijn normaal niet zo heel gevaarlijk als dat ze zich voordoen. Ja, ligt natuurlijk aan wie het zegt. Ligt eraan welke machtsbron het zegt. Mensen onder mijn protectie, die sterven niet. Die sterven niet. Wel spannend. Absoluut niet, dus denk daarover. Zeker! Is goed, maar kan je me even... een moment dan van rust geven om hier even over na te kunnen denken. Want ik heb sinds de... Want jij hebt die Chinese heb je natuurlijk ingehuurd. Ingehuurd, ja. Betaald. Een manier van, weet ik wat je hebt gedaan. Misschien vallen ze onder jou. Maar zo kan ik niet nadenken, weet je. Dan zit ik alleen maar in de stress en in de chaos. Dus als ik het mogelijk is... Ik denk niet dat het heel, heel moeilijk is om na te denken. Nou, als het hele leven erom draait, is het wel moeilijk. Zoek een rustig plekje. Denk goed na. Ja. Denk goed na. Geef je me dan wel nog heel eventjes iets langer? Ik geef je wel even. Top, dat waardeer ik dan. Dat waardeer ik. Tot snel. Tot snel. Ja, jongens, dat was de Riddler. We hadden hem. En we weten dat hij erachter komt. En nu ga ik even er echt over nadenken.
Ik wacht heel even met Pieter zo bellen. Ik wil ze ook niet verraden. Maar ik wil ook niet dood. En ik wil even rust geven. Sorry? De laatste uurtjes. De laatste uurtjes? Ja, zo klinkt het toch? Ja, het klinkt echt als Armageddon of zo, hè, Gerard? Ja. Waar is Toos nou? Toos is even knip. Oh, die is even knipperen. Maar, nou, wat zou je zeggen? Hij zat waarschijnlijk ergens op het dak. Wie? Nee, er is niks aan de hand. Ik heb heel even rust nu. Ik heb heel even rust. Ik had wel een auto aanrijden. Waar? Die, hier, hersenloze. Hey Gerard, ik ga even in mijn brein een paar dingen doen. Ben ik heel even een minuutje weg. Kan jij iedereen die in mijn brein meekijkt even tevreden houden? Kan dat? Ik ga wel een spookverhaal vertellen. Ja, doe maar een spookverhaal. Oké, wacht 2 seconden dan, voordat je begint. Als ik ja zeg, mag je beginnen. Ja. Oké. Jongens, ik ben heel even plassen, wat drinken pakken, wat eten pakken en dan ben ik zo terug. Ga niet weg, Gerard gaat de verhaal aan jullie vertellen. Kom, blijf zeker even chillen, abonneer zeker even allemaal. Ik word nog 1 keer anoniem gebeld, maar ik ga heel even plassen. Dus hij moet heel even wachten, geen anoniem. Niet weggaan, hè? We moeten zo meteen een spookverhaal vertellen. Je mag, Gerard. Waarom? Oh, we mogen beginnen, Toos. Oh, jij begint. Er was eens een kleine mug. De mug heet Toos. Toen was er een dag dat Toos de mug op avontuur ging met zijn maatje Gerard de mug. Nu ben jij Toos. Jongens. Die mug die wilde dat Marcus de plakkers kaal ging. Vinden jullie dat nou ook? Laat het dan allemaal even weten. En einde verhaal. Oh. Oh, ja, dat is einde. Nee. Ga maar verder. Oh. Toen prikte Toos iemand neer met de mug. Als mug. Ja. Toen kreeg die meneer of mevrouw pijn. Ja. En de mug, die leefde toen nog heel lang. En... gelukkig. Ja, gelukkig. Maar... weet je wat het ook is, Gerard? Nou? Een mug houdt meer van kale hoofden. Dat is wel waar, is makkelijker prikken. Ja, is makkelijker prikken. Anders moet hij eerst door een doolhof. Dus anders ga maar naar de kapper. Ja, jongens, vinden jullie dat Marcus kaal moet? Dan moeten jullie nu allemaal, wat moeten ze zeggen? Shampoo. 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 Zeg in dat chatprogramma van jullie, shampoo. 1 keer. Heel vaak. Nee, 1 keer. Nee, heel vaak. Oké. En dan gaat Marcus kaal. Ja. Ja. Dat vind ik een goeie, jongens. Shampoo. Dan gaan wij wel vast naar de kapper. Dan beginnen wij vast met scheren. Of niet? Ja, dat vind ik een goeie, Gerrit. Ja, we tillen hem gewoon naar binnen, gewoon. Jij één arm, ik ander arm. Nou, prima. Ja, precies. Dus ga maar lekker door met die shampoo. Totdat hij terug is, moeten jullie shampoo blijven zeggen. Ja. Ja, dat vind ik een goeie, Gerrit. Vind ik ook een goeie. Hij moet gewoon kaal. Ik zie helemaal shampoo dat is wat anders. Hij moet. Hij gaat gewoon. Ja, hij moet en hij gaat. Ja, op die fiets. Ja. Ga ze even afluisteren. Want ja, hij gaat toch dood. Ik hoorde iemand. Huh? Ik hoorde een spook in mijn hoofd. Oh, want hij gaat toch dood. Ja. Ja, zijn laatste uurtjes zijn ingegaan, toch, zei je? Dat bedoel ik. Ja, daar is hij. Daar is hij. Daar is je niet. Ik word gebeld, jongens. Wat zeg je? Ik word gebeld, geef mij even. Ja, okay. Dat is goed. Hallo? Hey. Hey. Ik heb audio gelezen. Ja? Hij wil mij dood. Toos Rijens. Hij wil jou dood. Hij wil mij dood nu ik iets heb gedaan. Ik weet wie jij is. Toos. Ha, dus ik heb gezegd, jij bent ik heb gezegd, hij is de Riddler. Ja. Ja, ik weet het inmiddels ook al. Nu is hij boos. Ja, hij heeft mij al gebeld. Echt? Ja. Dus ja. Kunnen wij niet samenwerken dan? Ja. Jij wilde mij ook niet helpen, hè?
Uitstappen! Ik werd gewoon betaald! Ja joh, maar jij wilde mij ook weer geld afgetrokken. Ja, dat hebben. Is hoe ik werk. Nu is het goed. Nu hebben wij een gemeenschappelijke vijand. Traumaband, zeker. Vijand. Hey, is het goed als ik er even over nadenk? Nee. Ja, maar jij wil gewoon dat ik jou nu help natuurlijk. Ja, alsjeblieft. Ik heb niet heel lang meer. Politie zoekt mij, mensen zoeken mij. Ja, maar gast. Ik ken je niet, ten eerste. Hallo, ben je? Ja, dat weet ik. De enige interactie die ik ooit met jou gehad heb, is dat jij mij... Geloof me, jij kan mij vertrouwen. Ik wil een teken geven dat ik jou kan vertrouwen. Kan ik jou ergens afspreken? Ik neem niks mee van wapen. Eén op één. Eén op één, ja. Drukke plek. Drukke plek, 1-1. Ja, het mag niet voor politie. Voor politie zoekt mij nee. Drukke plek, gewoon 1-1. Maar ik wil Lauwman garage. Kom daar maar heen. Lauwman garage, oké. Kom daar maar heen. Ga je daar nu heen? Daar spreken we in de Lauwman, spreken we af. Voor de deur zelfs, oké? Ja, is goed. Oké, prima. Kom daar maar heen. Zie ik jou daar. Doei. Ja. Nee, dat heb ik nog nooit gedaan in mijn leven. Nou, is dat een testpersoon? Hé, wie is deze loser hier? Hallo. De man die jou gaat kaal scheren. Ja. Hoezo? Gaat u maar even mee naar midden. Oké. Ja, zie je die shampoo niet? Welke shampoo? Ja, waar komt dat nou vandaan, al die shampoo, jongens? Shampoo betekent voor de mensen die jou kaal willen. Oh. Dus gaan we even wasje doen. Oh, we moeten eigenlijk hierheen. Nee, deze kapper werkt niet meer. Die kapper werkt niet meer? Nee. Oh, nou helaas. Dan maar niet kaal. Nee, dat kan niet. Gewoon de branden eroverheen. Ik word alleen maar gebeld, hè. Hey, Thomas! Hey, Marcus, luister, het is even heel belangrijk. Zit jij momenteel bij Piet en zo? Nee. Ja, luister, als je toevallig ziet, jullie moeten echt op dit moment even gaan schuilen. Er wordt een klopjacht op naar jullie gedaan op dit moment, door de politie dus. Ze zijn aan het zoeken naar een zwarte Luma en ze zeggen dat zij vuurwapengevaarlijk zijn. Nou, ik weet toevallig wel eens, ik heb jullie al eens in een zwarte Luma zien rondrijden, dus ik ga jullie er gewoon voor waarschuwen. Ik heb Appie juist ook al op de hoogte gebracht. Probeer niet op openbare plekken te komen, want ze zijn aan het zoeken. Ze zijn juist ook bij naar de... mij. Ik denk het. Ze zijn naar zwarte Luma aan het zoeken en ze weten niet, dat ze... Ik ben niet bij een zwarte Luma. Ik ben helemaal met open nee. Toos en Gerard op juist... Maar ik denk wel, aangezien jullie in een zwarte Luma ooit samen zijn gezeten, dat ze wel naar jullie aan het op zoek zijn, als je begrijpt wat ik bedoel. Het is gewoon voor je eigen veiligheid dat ik jou gewoon daar eventjes voor opbel, oké? Dat ze jou ook niet gaan oppakken. Nee, ik waardeer het. Oké, toppie. Succes, hè? Dankjewel, man. Yo. Dat vind ik echt top. Gaan we gelijk doorbellen. Jezus, wat een gebeld deze stream. Piet moet gebeld worden. Piet moet gelijk gebeld worden. Piet, neem op, Piet. Piet, alsjeblieft, neem op. Neem alsjeblieft op, Piet. Piet, neem op. Piet? Hey? Ja? Ik werd zojuist gebeld dat er een klopjacht naar jullie / ons is. Door de politie. Dus jullie moeten echt gaan schuilen. Een klopjacht? Ja. Hoe dan? Ja, weet ik niet. Er werd ik door gebeld. Door wie werd je gebeld? Er is ook bij mij op het moment iemand, dus ik moet denk ik ophangen, oké? Door wie? Door wie werd je gebeld? Door Thomas. Wie Thomas? Ja, Thomas. Zo stond hij in mijn mobiel. Maar die gaf me de hint, de tip. Dus, what the fuck? Wie Thomas? Ja, wie weet Thomas? Ik niet. Hij zei het tegen mij. En ik heb nu 1-1 afgesproken met de Chinees. Omdat die kut-Chinees die wil de Chinees dood hebben. En de Riddler heeft me gebeld, bla bla bla. Ik ga je zoveel meer informatie binnenkort geven. What the fuck? Ja, ik weet het. Het is echt maar confirm. Maar. Oké. Okay. Ik ben heel even 1-1 met de Chinees op een teringdrukke plek. Dus er gaat niks gebeuren. Hij kan niks doen, weet je. Ik ga kijken wat. Ik hou je op de hoogte, oké? Ik ben er druk mee bezig, dus... maar je moet wel echt schuilen. Hey, stuur iets van een locatie als er iets gebeurt. Met wie ga je nu afspreken? Welke Chinees? Yi. Yi, oké. Maar dit komt goed. Ik ga hem even 1-1. Ga ik echt even met hem praten op een drukke plek. Daar zijn je superveel mensen. Dus hij kan niks. Waar? Lauwman. Maar zorg echt dat je niks doet. Nee, we doen niks. Maar dan weet ik... Ja, oké, Lauwman. Echt Lauwman. Ja. Oké. Okay. Okay, dan nee, dan moeten wij misschien iemand anders aan schakelen. Dan ga ik sowieso al iemand opbellen als er iets gebeurt. Ja. Nee, oké, is goed. Maar zorg wel even dat je in ieder geval even een beetje schuilt. Oké? Okay? Dat is sowieso het idee. Dat is sowieso een goed idee om nu te doen. Oké, dan spreek ik je later. Joe. Joe. Hey, riep jij me? Nee.
Oké. Drie diamonds? Huh? Nee. Nee, ik ben er zijn mensen voor me. Jij was het, hè? Ik kan op. Hey. Ik zei al niks. Jij zei hallo meneer met hey, de... Hey Reno, hoe is het? Hey, hallo. Hoe is het? Nee, jij was het. Dat was ik niet. Oh, lul. Ik ga even naar auto's kijken. Kom je? Ik heb ook een pet. Heb je geld voor me? Dus ik zou u nooit zeggen dat ik een pet heb. Ben je met je lelijke auto, Reno? Kom, ik kan zien. Ik heb een hele mooie roze auto. Of heb je een nieuwe? Welke heb je dan? Nee, waarom volgt u ons zo? Wat is er aan de hand? Reno, kom eens naar binnen. Kom even gezellig mee. Even gezellig zo. Hey, ik heb je zo meteen met een of andere rare Chinees afgesproken die me eerst eerder op deze dag op mij geschoten heeft. En ik ga even met hem afspreken en ik zou het gewoon nice vinden als jullie chillen. Zodat hij me niet iets kan doen. Maar meer gewoon een beetje als mensen die eromheen zijn, weet je. Ik weet niet wat er hier gebeurt. Ja, van alles. Van alles. En er rijdt al drie keer een BMW langs en we worden gezocht en... Daar ben ik met, oh kijk, die BMW daar. Zie je aan de overkant, dat is unmarked, politie. Oké. Okay. Maar ik zie wel gebeuren dat ze wachten tot die Chinees hier is. En dat, dat ze dan binnenbusten. Ik hoor iemand spreken tegen mij, maar ik zie er helemaal niemand. Ja, dat is die aan de telefoon die met Marcus net aan het bellen was. Die zit ook aan mijn hoofd geprogrammeerd. Ja, die zit nu in mijn hoofd geprogrammeerd. dat doet Marcus, hij moet hem niet op luidspreken zetten, die digi weet. Doet nu. Ja, doe, zit je nou te vergeten? Oh, ik word weer gebeld. Wacht even. Ja, zie je. Ja, daar gaan we. Echt een jongen tegenwoordig kan echt niet. Echt, joh. Drama. Neem me wel. Hey, ik kom er nu aan, maar ik wil echt niet genaaid worden door jou. Ik wil niet naaien. Dus dat doe ik ook niet. Het is wel druk van mensen. Maar, heb jij mensen bij jij? Ja, maar gewoon opa Toos en Gerard en wat mensen die ik niet ken. Maar ik mocht maar alleen maar alleen komen. Ja. Maar ik wil op een drukke plek afspreken. Oh. Ik ken bijna niemand, jouw opa Toos en Gerard, maar ja, je kent opa Toos en Gerard. Dus dat is, daar moet je geen zorgen over te maken. Oké, kom maar aan. Oké. Nou, dit is... Doei. Oké, hij komt eraan. Dus als we even met z'n allen hier blijven. Wie? Die, Yi. Heet hij? Yi. Nee, ik zeg Yi. Nee, Yi. Heeft iemand nog belang bij een Stelvio? Mooie auto is dat, hè? Ja, wil je hem overkopen? Nee hoor. Hoeveel? Nee, ik moet er vanaf. Ik ga hem hier bij Lauman verkopen. Ik bied twee knikkers. Voor 100.000 euro, normaal die, is die meer. Voor die Mercedes die daar bij de kapper staat, mag je hem hebben. En dan mag ik jouw auto. Ja. Nee, gaan we niet. Kijk, dit is hem, Reno. Dit hier. Is die Mercedes waar? Dit is hem. Jongens, kan ik even met Toon? Kunnen jullie even jullie verder gaan? Ja, ik ga mijn auto verkopen. Ja, dus. Ga je gang. Jongens, dit is hem hier. Deze? Ja, dat is hem. Oh, dat is goed. Maar even rustig, niks doen, niks geks doen ofzo, oké? Niks geks doen. Waar komt hij vandaan? Ja, dat weet ik niet. Yi, hij is dus Chinees. Oh, oké. Wat had je besteld? Niks, Toos. Hey! Het is wel heel druk hier. Ja, een beetje te druk naar mijn mening. Vind ik even een beetje gewoon fijn. Sowieso, kijk, die andere mensen maken niet uit. Maar jij mag wel mensen meenemen, maar ik wil niet zoveel mensen, want mensen weten dat... deze twee was ik sowieso al mee en hij, die ken ik gewoon niet. Ja, neem ze mee, dan gaan we... Ik volg jou naar... Wacht. Kunnen we niet gewoon even hier staan? Gewoon even hier staan, joh. Gewoon hier staan, in de garage. Ja, maar mensen hebben mij nu al gezien. In het steegje? Oké, achter het steegje daar. Ja, in het steegje. Geeft u Kroep ook mee? Let niet op hem. Dat is Toos. Toos is oude man. Oude cultuur, hè. Oude cultuur. Oh. Oké. Laten we hierheen gaan. Oké, jongens, we hebben met hem afgesproken. 3400 kijkers. Welkom allemaal. Check even of je geabonneerd bent. Dat je nou komt boven in het midden in beeld. We brengen deze naar de 92.400 abonnees. We kunnen het fixen met z'n allen. Oké, jij wilde afspreken met me. Je hebt geen politie gebeld of zo. Ik heb helemaal niemand gebeld. Ik vertrouw jou niet. Ik heb helemaal niks gebeld. Ik kan er echt op alles op zweren dat ik niks gebeld heb. Kunnen wij niet heel even iets naar een rustige plek? Want ik vind het helemaal niet leuk. Als deze heren mee mogen, ja. Ja, zij mogen mee in jouw auto. Ik vond Oké, prima. Rij maar. Maar we zijn twee straten verderop. Nee, dat vind ik helemaal prima. Ik snap het. Ja, het is echt een probleem. Ja, ik snap het. Toen ik volgens mij staat geschoten, ik heb nog 10 minuten achtervolging gehad. Zo, dat meen je niet. Oké, jongens, kom maar. Ga je mee, Reno? Top, gezellig. We gaan richting de auto. Het is zo druk hier inderdaad. Ik snap zijn zorgen, snap ik wel. Het is veel te druk hier. 3400 mensen ook. Dit is echt een dik record. Kijk even of iemand het kan screenshotten. Stap achterin, de Toos auto die rijdt. Toos die rijdt. Oké, die auto volgt je. Zometeen.
Hé, mijn auto is gemaakt! Hey, nice. Oké, rij maar. Deze auto volgt je achter je. Rij maar rechtdoor. Rij maar rechtdoor. Ik zit vast. Ik weet een goede plek. Oké, niet te ver, hè? Anders, nee. Wie volgt ons nou? Ja, die auto, dat is die... Oh, ik weet niet wie die blauw is. Daar heb ik ook allemaal geen zin in. Oh, top. Die andere volgt ons. Die ons nu volgt, dat is de goeie. Oké. Dat is de goeie. Ga je heen, Toos? Dat weet ik ook niet. Doe maar hier rechts. Dit is prima. Goed, dit is mijn huis. Woon jij hier? Ja. Oké, nou, dat vind ik prima. Stop maar hier gewoon. In de garage. Woon jij hier? Is dit niet het clubhuis van de Zonnebloem? Ja, zeker. Nou dan. Hé, wie is die man die achterin zit? Welke? Er zit een man achterin. Ja, wie is dat? Nog meer shells. Wie zijn dat dan weer? Dat is de Riddler. We moeten gaan, Marcus. Ja, dacht ik al. Maar ik zie niemand verder hoor, overigens. Wie is dit? Ik zie hier iemand. Hallo? Is dit jouw opa? Ik ben zijn broer. Zijn oudere broer. Oh, je ziet er wel oud uit, zeg. Ja. Dat moet jij zeggen, daar jongeman. En wie ben jij? Oh, Gerard rennen. Oh. Volgens mij moesten wij nog opa'tjes hier blijven. Hallo. Hey man, hij heeft mij alweer betaald. Ja, oké. Welk opa'tje pakken we? Ik vind die blauwe wel. Hey. Ik ben gescamd, jongens. Hey, groene. Ja? Groene snot. Wat dan? Ik heb gedaan wat jij wil. Hey. Mag ik even met jou met z'n tweeën? Ja, ik loop met je mee. Ik zal niks proberen. Nee, ik ga niks doen. Zullen we in het huis even wat rustig is? Is dat mogelijk? Ja. Oké. Nou jongens, we gaan dood. Dit is het einde. Waarom is het nog niet gebeurd? Ja, jij zei dat ik even de tijd mocht hebben. Klopt. Ik weet niet wat van jouw ogen tijd is. Waar wil je hem hebben? Zeg maar. Hier is prima. Hey, waar zijn de goederen? Ja, jij zei dat ik er even over na mocht denken. Althans over na mocht denken, een manier mocht bedenken. Ja. En zo maar, snel kan dat niet gaan. Ik heb het een paar dagen geleden al gevraagd. Ja, maar we hebben net al gebeld. Oké. En ik dacht dat we even een afspraak hadden, dat het wat sneller rustiger kon. Want ik ben na die afspraak ben ik letterlijk naar de garage gereden. Omdat ik echt een paar minuten daarna door de andere gast gebeld werd. Door die compagnie. Oké, luister. Momenteel wordt een van de opa'tjes ontvoerd. Oké. In de auto gegooid. Waarschijnlijk Gerard. En die ga je pas terugzien zodra ik de goederen heb. Dan heb je de tijd om erover na te denken. Oké. Is dat een goed idee? Ja, oké. Nee, prima. Top. Dat ga ik wel mee akkoord. Oké, top. Mocht je hem in de zeik nemen, dan heb ik dat door. Mhm. Ik heb ogen en oren overal. Dus dan weet je dat. Ja. Nee, ik vind het prima. Ik neem je alleen Gerard mee? Weet ik nog niet. Ik heb geen idee. Oké. Ja, nee, oké. Prima, ik kan hier niet zoveel tegen doen, hè. Op het moment. Ik ga kijken wat ik kan doen. Lang kan je me wel een afspraak met me maken dat er niks gaat gebeuren met Gerard. Ik kom zo op de donatie. Kan ik niet met 100% zekerheid beloven, maar... Dat kan je niet beloven. Niet 100% zeker. Oké, ik hoor hem al, wacht even. Uit die huis! Ik hoor hem, ja. Lopen! Nee, oké, dan hebben we een afspraak. Als jij mij de tijd geeft, dan kan ik, ga ik kijken of ik iets kan regelen. Is goed. Of ik goederen kan regelen. Wat wil je? Wat verwacht je van me? Hé, hey, Snot, we kunnen hier niet lang blijven. Nee, we gaan weer. Ik wil de goederen en... Wat zie je valt onder goederen bij jou? Goud? Drugs? Geld. Gewoon geld? Geld. Oké. Ik word gebeld door Open Toos. Neem maar niet op. Ik neem maar niet op. Oké, dankjewel. Ga maar even lekker zitten of zo. Dan, over een minuutje kan je weglopen. Prima, is goed. Tenzij, ja. Je benen. Nee, ik blijf zitten. Hé, hey, wat moet dat? Politie. Ja, we zijn de lul. We leven nog, maar ze hebben opa Gerard waarschijnlijk ontvoerd. Dus die is weg.
Ze willen dat ik goederen goud steel van de gang en die aan... de Riddler geef. Maar dan moet ik mijn gang verraden. En dat wil ik dus zeg maar niet. Maar ja, ik kom nu wel echt op een bepaalde kutsituatie terecht. Jongens, kijk, dit is een les naar mensen in het echt. Kom nooit in je echte leven op het criminele pad. Ik weet niet of het echt zo heftig is als dit. Waarschijnlijk misschien nog veel heftiger. Maar ja, ik krijg dit soort gekloot. Dus ik ga nu Toos opnemen. Toos. Marcus, help, ik word ontvoerd. Word jij ook ontvoerd? Ja. Jij wordt ook ontvoerd. Ik word afgepakt, hoor. Toos. Oh, dat meen je niet, hè. Oh, het minuutje is al voorbij. Jongens, Toos is ook ontvoerd. Ik had ze nooit mee moeten nemen. Ik had ook nooit moeten vertrouwen, in het algemeen. Ja, jongens. Dit is nou... Kijk, Reno nou staan. Reno. Oh, wat is met Gerald gebeurd? Ik weet het niet. Ik kwam hier aan en is hij gestoken, geschoten? Wat is er? Ik denk gestoken. Oh. Bewusteloos. Oh, ik ga de ambulance bellen. Oh, ze hebben Toos te pakken. Hebben ze hem meegenomen? Ja, Toos is meegenomen. Ik ga nu een ambulance bellen. Veiligheidsregio. Opa. Bewusteloos. Oh. Kom, snel. Oh. Gaat het met je, Gerard? Oh. Wat heb je? Ze sloeg aan mij. Oh, ze sloeg je? Oké, dan is er niks. Kom, is onze auto er nog? Oh. Hé? Ik zie sterretjes. Oh, zeg maar niet dat Toos hem op slot heeft gedaan, de auto. Dan word ik echt verdrietig. Wil zijn auto gewoon nog. Ja, maar misschien heeft Toos hem op slot gedaan. Toos is ontvoerd, Gerard. Nee! Ja, Toos is ontvoerd. Even kijken. Oh, hij is op slot. Oh, hij is op slot. Kut, sorry. Gerard, oh, hij is aan het rennen. Jij denkt, je komt even gezellig hierheen en je gelijk komt op de werk van wat je allemaal meemaakt. Ik krijg een wapen op mijn nek. Sorry. Oh. Gerard, kom eens. Ja. We worden gevolgd. Ik weet het zeker nu. We worden gevolgd door de politie. Ja, we worden gevolgd. Ik weet het zeker nu. We worden gevolgd. Dat was de politie. Op meerdere voertuigen. Ik zie de politie de hele tijd. Ik zie die motor de hele tijd. We worden gevolgd. We worden door zoveel mensen gevolgd. Wat is allemaal gaande? Jongens, ik weet zeker wat er gaande is nu. Ik ga dood. De politie die volgt ons. Die BMW die je net zag. Ja. Die verwacht dat ik op een moment naar mijn gang wil om af te spreken met hun. Dus ik word van drie fronten word ik keihard in mijn kont genaaid. Dat is namelijk door, nou twee trouwens, door en de politie en de Riddler. En het is helemaal kut gewoon. Dus ik ga nu Piet bellen. Ik ga zeggen dat ik niet met hem af ga spreken, want dan zijn zij vak, want de politie volgt mij. Daar staan ze weer. Waar? Hier achter je. Ik ga zo met de pot slaan. Om het hoekje staan, zie je? Ja, ze stonden hier. Ze kwamen ja, hier. Ik ga even bellen. Hou ze maar bezig. Ik ga ze bellen, jongens. Ik ben helemaal fucked gewoon. Ik ben helemaal fucked. Ik ga zeggen dat ik niet meer met Piet of met de gang op dit moment af kan spreken. Want dan zijn we allemaal de klos. Oh god, wie belt me nou? Anoniem. Hoppatoos. Hallo? Hey, lul. Ja. Ja, geloof mij ook. Ja, nee, joh. Je kan oprecht over, joh. Nee, joh. Ik word gewoon weer betaald. Ik kan nog acteur worden ook. En schieten en acteren. Ja. Top humordenaar, hè? Hey, ik ben geen humordenaar. Wat is er, wat wil je? Ik wou jou even uitlachen. Ja, gewoon omdat het je gelukt was. Ja. Ah, terecht. Ga jij doen wat die groene mens jou heeft gezegd? Ik ga mijn best doen. Ik ga zeer zeker mijn best doen. Ik heb geen vervoer op het moment, dus ik moet eerst vervoer regelen. En ik ga het zo snel mogelijk proberen. Ja, dat is maar goed, want ik moet die ouwe heel de week verzorgen totdat jij het terug geeft. Succes daarmee. Hij schijt nu al in zijn broek. Ik denk dat jij in een groter probleem zit dan ik. Jij hebt open toast die je moet verzorgen. Ja, nu dat met kak. zoek tijd. Ik spreek je waarschijnlijk ooit nog wel een keertje. Ja, en ik ook niet voor jou. Nou, ik durf te wedden dat we een keertje nog wel spreken. Ik ben een beetje klaar met jou. Ja, jij komt naar mij toe. Van mij betreft blijf je weg. Ja, is goed. Kom wel weer. Maar jij blijft terugkomen. Jij blijft terugkomen. Hey, ik lever maar dingen af, anders moet ik jou weer neerschieten. Ja, ik weet het wel. Hey. Ik ga nu Piet bellen. En vertellen over dat de politie. Wat? We zijn echt in onze laatste weken, Gerard. Je weet het. Hallo? Gerard. Ja? Je weet dat dit onze laatste week is, hè? Het is ver. Piet. De politie die houdt mij in de gaten. Ik heb ze gezien. Ik kan niet afspreken op het moment. Even een tijdje niet meer. Kan niet afspreken. Oké. En ik heb zojuist even iets meegemaakt. Ik kan er niet te veel over zeggen. T-
Toast is ontvoerd. En het moet nu wel echt iets gaan gebeuren. Echt iets gaan gebeuren. Waarom is Toast ontvoerd? Omdat het wel echt dinges is. Het verhaal wat verwachtte. De Riddler. Wat de Riddler? Ja, hij is het. Hij wil jullie goederen. Hij wil jullie geld. Hij wil alles van jullie. Via mij. En hij vermoordt iedereen en ontvoert iedereen die ik ken. Maar ik kan nu niet afspreken. Ik kan niet eens naar jullie toe, want de politie die volgt me ook. Er staat hier politie om de hoek de hele tijd. Net reed ik, zag ik ze, hoorde ik shit, rijden ze weg. Dus ik heb ze gezien, dus ik weet dat ik nu gewoon gevolgd word. Dus ik ga nu... Kan ik letterlijk niks doen. Ik moet nu gewoon een normale burger even zijn. Want de politie volgt me. Dus ik kan ook niet afspreken. Of iets. Oké. Dus het is echt een probleem inmiddels. En er is ook een motor die nu toevallig weer voorbij rijdt. Die kom ik ook de hele tijd tegen. Dus ik denk dat we even telefonisch contact moeten houden voortaan. Tijdelijk. Ja, het zal wel moeten. Ja, tot in verder. Dus niet telefonisch hebben, aangezien dat ze het ook gewoon kunnen meepakken. Maar ja, okay. Tuurlijk, maar... Kijk, ik zie die BMW nu weer rijden. Zagen jullie hem, jongens? Ik ben hier met Gerard en Reno. Reno ken je niet, Piet, maar die is niet van me. We houden contact. Ja. Ik kan nu niet zoveel doen. Even een auto of regelen. En een plan bedenken. Als jullie ook iets bedenken. Ja, we zullen wel moeten. Mm-hmm, want dit is wel een probleem. Dit is een probleem. Oké. Dit is de Riddler dus. Dit is 100%. Hoe weet je dat? Ik ben net 1-op-1 met hem gesproken. Face-to-face. Hoe ziet hij eruit? Groene hoed. Pistool. Groene pak. Ja, zeg genoeg. Welke hoed? Wat voor een hoed? Zo'n bolle hoed. Groene bolle hoed. Oké, dat is hem. Mm-hmm. Oké. Wat voor pistool? Wat moet ik mij daarbij indenken? Groot pistool? Zwart pistool? Zwart pistool. Wel SMA, niet een automatisch iets. Echt een pistool van. Nee. Maar was het zo een als Jordi had? Met zo'n scope erop. Daar moet ik even over nadenken. Volgens mij, dat geef ik volgende keer wel mee. Nee, weet je dat zeker, Gerard? Weet ik niet zeker. Oh. Daar moet ik even over nadenken. Geef mail even daarvoor. Oké? Okay? Ja. Oké, is goed. Hoe meer info dat we hebben, hoe beter dat is natuurlijk. Ja, ze zijn met de Chinezen, het was weer een grote groep. Drie Chinezen waren het, volgens mij drie. Mm-hmm. Oké. En dan de Riddler. Dus, ik spreek je later, ik wil niet te lang telefonisch contact houden ook nu. Hou de groep maar op de hoogte en dat jullie me even tijd ja, zien. Ja, dat zal moeten. Oké. Dat is niet verstandig als jullie me nu zien. Zeker niet dat de politie me volgt. Nee, oké. Is goed. Ja, die staan hier weer, ik zie ze. Hey, ik spreek je later, oké? Jo. Jojo. Ja, daar waren ze, jongens. Daar waren ze. Ja, je zag ze, Reno. Ja, ze zeiden, maak foto. Zeiden ze, maak foto? Ja, volgens mij. Oh, ik word weer gebeld. Ik word alleen maar gebeld, joh. Nu door anoniem nummer. Nou, dan gaan we weer. Ja. We gaan het telefooncentrum brengen. Hallo? Hey. Ja, je hebt gezien, ze hebben Toast gepakt. Mm-hmm. Je weet wat je moet doen in principe om het Toast weer in deze lijf terug te zien. Ja. Al moet ik wel zeggen dat ik even een tegenslag heb met de politie. Dus, Wat is er Die zoeken mij onder andere en die volgen mij. Die rijden denk dat in een straal van, ja, wat is het, een kilometer om me heen. Okay. Dus ik, dat? Ja, geen idee. Ik heb ze niet gebeld. Geen idee. Nee, want elke keer als ik in de buurt kom, ze maakten net ook foto's. En toen reden ze weer weg als ik die kant op liep. Dus ik denk dat ik gewoon echt in de gaten wil houden. Oké. Je weet 100% zeker dat jij niet toevallig de politie hebt ingeschakeld? Ik weet dat 100%. Net zo 100% zeker als dat ik net die vertrouwde. Nou, die vertrouwde ik niet, maar dat ik met hem meeging. Dus ik neem aan dat je uit... dat teken wel kan weten dat dit zeg maar gewoon het goede bedoelingen van mij was. Dat ik gewoon met hem afsprak en zo. Absoluut. Bent u niet benieuwd wie mij heeft gevraagd om dit te doen? Ik dacht dat het gewoon namens jou kwam. Nee. Dus dit komt niet uit jou, dit allemaal? Nee, dit komt niet uit mij. Nee. Dus, dan ben ik wel heel benieuwd. Nou, kijk, het punt is, iemand heeft mij gevraagd dat is een ander. Onrust te zaaien in de darkness. Om? Onrust te zaaien in de darkness. Oké. En diegene... Ja? Die komt uit jullie groepering zelf. Ja, daarmee je. Er rijdt trouwens nu weer politie omheen. Een hele andere auto, meld ik even. Oké. Dus ik word wel echt... jij zegt dat het uit onze groep komt. Positief. Ik bedoel, ik ben degene die dit allemaal in kaart heeft gezet. Ja, oké. Maar uit opdracht van...
Nou ja, opdracht. Ik neem geen opdrachten, maar het was een vriendendaadje. Oké. Dus denk daar maar eens over na. Ik denk erover na. Helemaal goed. Dan denk heel goed na wie je vertrouwt. Ja, dat weet ik inmiddels nou ook niet meer, nu je dit zo zegt. Nu je deze plot twist in één keer op mijn neus schuift. Mocht je opgepakt worden of iets in die richting, dan... en je staat aan mijn kant, dan zal je niks overkomen. Oké, okay. Oh, de politie die stopt nu. Ik moet ophangen, oké? Okay? Ik moet echt nu ophangen. Dankjewel. €3 van Team Utrecht. Yo, Max, dit is echt een superleuke team gasten door. Leukste naar PS Red, Overfatoos en knal ze allemaal af. We gaan ons best doen, Team Utrecht. Dankjewel voor de €3. We gaan zeker ons best doen. Ja, waar staat dat toch? Goeiedag, meneer. Wat is je gaan? Goeiedag. Ja, wij krijgen een melding tot, van waarom jullie ons... Wacht even. Ja, zo, ik had gemeld. Ik kom goed aan mijn woorden. Ik zou de melding er even bij pakken. Dan kan ik zal een momentje. Dat heb ik gezien. Wat is er gebeurd? Ja, ik heb gezien waarom we achtervolgen jullie ons. Wat is op? Ja, hier, waarom volgen jullie ons? Uitroepteken. Ga gewoon eens weg. Ja. Kijk, ja. Die auto hier. Nee, hier, daar is weer de agenten. Schiet ze allebei gewoon neer. Heb je geweer in de hand? Nee. Nou. Dat hebben we niet. Nee, maar ja. Waarom maak je daarvoor een melding? Dan kan hij hem toch ook aanspreken en wat ja, hij nou, van je wil. Ja, nou als ik aanspreek, dan rij je ze weg. Nou ja, dat doe ik maar. Ja. Ja, jongens, ik weet niet wat ik moet doen. Dus, wie is degene? Jullie zeggen allemaal Rick. Ja, Rick is alleen met zijn nummer. Ik zou niet Rick. Misschien dat de Riddler nu juist onrust wil zaaien in onze groep. Misschien dat hij dit juist zegt om onrust te zaaien. Om mij helemaal van de kaart te brengen, weet je? Om helemaal verward te maken. Wie weet, dat kan ook allemaal nog, hè? Dat kan ook nog allemaal, jongens. Wie weet. Ja, jij... Ik kom hier naar een melding toe. Ja, nee, ik wil eens weten waarom... Het kan Rick zijn. Maar dit kan ook gewoon onrust saaien zijn. Dit kan ook gewoon daadwerkelijk onrust. Imagine Mace, de big brain. Imagine, ze gaan wel Rick. Waarom heb jij het idee dat je achtervolgd wordt? Nou, dat heb ik niet. Maar jongens, hij kan ook in ons hoofd proberen te komen nu, hè. Hij kan ook dat proberen. Dan kom je aan en dan rij je ze weg. En dus gaan we Rick. Ja, Rick is natuurlijk wel de meest voor de hand liggende. €3 van Romano. Rick verdedigt de ritme steeds, zou hij het zijn. Okay. Misschien dat ik maar inderdaad even niet... Geen idee, dankjewel voor de 3 euro donatie, maar geen idee. Misschien moet ik even geen contact meer met de gang op die manier hebben. Even rust. Even tot mezelf komen. Waarom heb je zware vest aan, vind ik ook een beetje verdacht. Nee, omdat we meerdere zware meldingen krijgen met steekwapens en vuurwapens. Vandaar tot we permanent een... Is het mogelijk dat jullie ons kunnen afzetten ergens? Of is dat geen ding? Nee, we zijn geen taxi-service. Nee, dan gaan we wel lopen, jongens. Nou, vandaag wel. Dan gaan we wel lopen, kom. Andere kant, Toos, Gerard. Ah, hij stopt hier in de auto. Zie je ze daar staan? Waar? Ja, die motor weer, hè? Weer die motor. Maar die motor die. Die volgt ons ook al de hele tijd. Ja, dat weet ik dus ook niet. Die motor die volgt ons ook al. Gerard? Nou, laat maar. Laat die motor maar even gaan. Die volgt ons ook al de hele tijd. Oeh, dit vind ik top. Dit vind ik top. Dat die even. Aangesproken worden. Oh, misschien horen ze erbij. Ja, het kunnen ook agenten zijn. Ik weet het allemaal niet meer, jongens. Het zijn nepagenten. Ik weet het allemaal niet meer. Ik weet niet meer wat ik moet denken. Het zijn wel een politie-outfit. Hebben die agent, die motoragenten, op die, nee, niets op die motor? Mensen in die auto's. Nee, dat zijn geen nepagenten. Ja, in de auto ook, in de BMW. Denk ik denk niet dat het nepagenten zijn. Aan doen. Ja, dat zou helemaal wat zijn als het nepagenten zijn. Dat zou ook helemaal wat zijn. Hé, dit is de groep, of niet? Nepagenten, dat zou ik wel helemaal wat vinden. Dat zou zomaar kunnen. Ik weet niet wat ik moet doen, jongens. Ik zit echt zo in een kut situatie. Ja, helemaal kut gewoon. Helemaal vreselijk. Ik moet aftellen. Ja, aftellen of... Ja, Gerard, jij denkt echt dat we dood gaan, hè? Ja, wat denk je zelf? Ja, Toos is de eerste. Die is ja, nu al ontvoerd. Toos is toch al oud? Toos is al oud, ja, oké. Okay. Zijn tijd kwam er toch al aan. Hé, we moeten even kijken. Hier in de buurt zit een impound. Iedereen die ik nu zie rennen, die vind ik dood. Ja, weet je, volg mij maar even. Even kijken. Ja. Volg mij maar, we rennen even. We gaan even joggen. Goed. Ja, ik moet even naar de impound. Ja, ik vertrouw er allemaal geen droom meer van. Die politie die is overal en nergens. Jongens, het is helemaal kut. Het is echt helemaal kut. Wel heel leuk. Ik vind het wel echt heel leuk dit hoor. Ik ben echt helemaal onder de indruk van het scenario dat op wordt gezet. Oeh, ze zijn er bijna aangereden. En wat hier allemaal gaande is. Zo, hier staat een dikke bak. Wie's auto is dit? Holy shit, hé.
Mogo, hier staat een dikke bak. Holy shit, hé. Wie's auto is dit? Ja, moet je zien. Holy crap. Is dit mijn car, hè? Nee, ik ga niks doen. Ik moet niks stelen, niks gevaarlijks doen, want de politie volgt me. De politie volgt me, jongens. Oké, we weten nu al 100% zeker dat de Riddler degene is met de problemen. De witte auto, dat moet wel weer politie zijn. Ook al is hij wit. Zal me niks verbazen. Helemaal geblendeerde ramen, dus ik zie geen drol. Ik zie letterlijk geen ene scheid. Ik zou dood willen in de game als ik dit had. Ja, Jens. Ik zit wel echt in de kutsituatie. Rick, want de vorige keer zei je dat niet Riddler was, maar dat Riddler. Dus sowieso Rick. Ja, wie weet. Misschien is het toch Rick. Kijk eens. Is dit? Nee, dat is geen politie. We worden ook alleen maar achtervolgd door de politie, jongens. We zitten echt niet in een lekkere situatie. We zitten echt niet in een simpele situatie. Het is alleen maar kut en moeilijk en... Oh, ik kan ook niet met de gang afspreken. Hallo. Hey, hallo. Hey. Goeiedag. Wie ben jij? Ik ben meneer met, weet ik veel, gewoon meneer. Zag ik jou niet toevallig op een bodycam kanaal? Misschien. Doe ik wel eens. Was dat iets van, dat bodycam kanaal ook Max of zo? Geen idee. Oké. Ben je nu aan het bodycammen? Zo, wat een mooie wagen. Een dikke bak, hè? Deze zag ik op die bodycam. Ja. Dat ben jij. Ja, dat ben ik zeker. Hé, hey, Gerard. Stap je in, Gerard? Hé, hey, ik was gisteren met jou aan het vluchten. Ja, moment dan, meneer. Wacht heel even. Stap in, Gerard. Ja, wacht even. Kunnen jullie mij een lift geven? Wat zeg je? Waar wil jij in? Deze voor. Hey, zo! Gerard, joh, gek! Zo. Ja, zo. Nou, ik ga nu ook instappen, hoor. Nee. Nee, meneer. Ik heb even geen tijd voor de lift. Het spijt me. Ik heb daar geen tijd voor. Sorry. Au. Oh, zo, wat een gek, joh. Yo, Max. Hey. Oh. Wie is dit? Oh, je heet Max dus. Of Marcus. Wie is dit? Waar is... Breno is terug. Magier uit. Wat doen jullie ook? Ja, we worden weer achtervolgd. We worden gewoon weer achtervolgd. Je zag het, hè? Die politieagent daar tegenover. Is Reno hier ergens? Ja, hij was hier net. Hij was waar hier wij, net. Waar wij net waren. Dus hier... hier links. Door. Links, hè? Nog eentje verder. Nog eentje verder. Hier links. Daar was hij, geen idee. Nou, we worden alleen maar... Kijk, achter ons. In de verte rijdt een BMW achter ons. Ik weet het zeker. Had hij een probleem dat jij voor bij hem op zijn Netflix? Is hij knipperen? Dat weet ik niet, maar hij rende naar de andere kant op waar ik heen rende. Hij rende hierin of zo, toch? Ja, maar rende toen weer terug. Want waarschijnlijk stond je daar stil. Oh. Die witte auto volgt ons ook. Ja, we worden door alles en iedereen gevolgd. We worden echt door alles en iedereen gevolgd. Het is niet meer leuk. En hoezo? Ja, ik weet het niet, Gerard. Nou, ik weet het eigenlijk wel. Reno moet maar even... Kijk, ik heb je zeer, hoor. Reno moet maar even laten weten waar die is. Maar ja. Ik vind het eigenlijk even... Even mijn bedenktijd heb ik nodig hiervoor. Ik ook. Wat heb ik allemaal gemist, Femke? Oh, niet zoveel. Van alles. Gewoon naar Mars. Naar Mars. Gewoon de stad uit. Wat dacht je daarvan? Ja. Gewoon de stad uit. Naar Mars. Naar Mars. Ja, ik word ook gevolgd. Dus ik ga gewoon naar het politiebureau. En ik ga gewoon vragen, wat willen jullie van me? Ik ga ze gewoon confronteren, denk ik. Ik ga ze gewoon confronteren. Ja, dat vind ik een hele goeie. Dat vind ik ook een goeie. Gewoon confronteren, hè, die zaak. Dan geef ik gewoon een kopstoot. Ja, we gaan die zaak, die handel gewoon confronteren. Dan gewoon naar ze toe. Zeg, hey paupers, wat zijn jullie nou aan het doen? We gaan ze confronteren, jongens. Kijk, vervolgen. Jezus, vind ik leuk. Dat vind ik leuk. Ik zie niemand achter ons nu, hoor, Gerard. Jawel, kijk daar. Oh, in de verte bedoel je? Oh, met twee auto's weer, hè? Twee auto's weer. Ja. Ja. Kijk, daar heb je ze. Staan houden. Nou, ik ga ze thuis gaan staan houden. Ja. Nou, ga je gang. Nou, ga je gang. Weet je, wat willen ze van me? Ja, kinderslot, Gerard. Ik zit vast. Kinderslot. Hoi. Ja, zeg ja, het eens. Waarom... wat zijn we aan het doen de hele tijd? Mag ik even jullie idee, Kat? Eerst wil ik even weten wat er gaande is. Want ik word helemaal gek van jullie. Het is een beetje stalker dit. Jullie zijn net al staande gehouden, begrijp ik hieruit? Nee. Niet? Nee. Nee. Oké. Moment. 4207, kom eens uit. Waarschijnlijk een nepagent. Het is agent Erodit. Die stelt niet zoveel voor. Hoef je niet zo bang voor te zijn. Oh, kom je net zo weg, hoor. Nee, dat dan weer niet. Dat wel weer niet. Dan zijn we nog meer problemen. Daar komen zij op je, zo is het. Ja, ze hebben ook dingen staan, hoor. Maar niks aan de hand. Maar die ene agent wist niet eens wat hun deed. Je moest niet met de Luma gaan, maar mijn Luma is nergens voor gezocht, jongens. Mijn Luma wordt niet gezocht. Niet dat ik weet. Dat vond ik ook al, weet.
Hey, het volgende. Reden dat jullie in ieder geval er wordt gezocht naar deze auto's. Ik weet het. Omdat er net een van deze auto's gevlucht is. Mm-hmm. Jullie kennen Mees van der Stegen wel, denk ik? Nee. Die ken je niet. Geen flauw idee. Hm. Oké. Okay. Ik ken Mees genoeg, maar niet de Mees van der Stegen. Geen idee. Nee, ja, Mees met wat hogere stem. Geen idee. Nee. Niet in deze stad. Ik ken in ieder geval geen Mees die in deze stad woont. Nee. Hm. Oké. Okay. Nou, in ieder geval mogen jullie dan voor nu met de vol gaan. Dat is het. Er wordt gezocht naar zo'n auto en daar zou één de Mees in rijden. Nou, je hebt geen Mees hier. En waarom volgden jullie dan? Ja, waarom volgen jullie ons de hele tijd? Oh nee, ik volgde jou niet. Het was nee, maar je collega's. Ja, maar die collega wel. Je nee, collega's. Twee jawel. Auto's, jawel, 100%. De hele tijd. Er is letterlijk één van onze auto's de deur uit. Nou, dat is niet waar. Dat is zeker niet waar. Een BMW volgt ons, volgens mij, de hele tijd. Er was er nog een andere, twee auto's. Er zijn ook burgers die deze auto kunnen kopen, hè? Ja, maar met politieoutfits. Daar zou ik dan oprecht niet van af weten. Nou, dan zou ik maar even goed gaan zoeken. Want er rijden toch echt mensen in politieauto's in markt. Ja. En toch maar in jullie outfit. Dus ik denk dat jullie ook een probleem hebben. Nou, ik denk het. Ik ga even de eenheden in kennis stellen. Ja, doe dat maar. Doe dat maar. Top. Dan mogen jullie in ieder geval met vervolg. Ja, yes? Is goed. Prima. Jojo. Jojo. Nou, ging je dat nu mee? Ik heb het helemaal niet meer. Ja, ik heb wel. Nou? Een liegbeest. Ja, of hij liegt gewoon inderdaad. Of, denk je zo, als je reed, nou wat zitten wij hier? Die ene zei, ik ga hem staan houden en die andere even verder. Ja, misschien is het al geen politie die ons volgt, hè? Jawel, ze hadden politieuniform. Ja, maar ze kunnen toch ook van alles stelen? Loopt... Of... Wat? Misschien hebben ze het al gestolen, die outfits, joh. Ja, zou kunnen. Nou, of ze in ieder geval niet met de confronteren. Ik kan het niet uitspreken, je 100% volgens ons. Die witte ook. Wat doet die witte steeds? Ja, ik weet het niet. We worden door alles en iedereen gevolgd. We worden door alles en iedereen gevolgd. En ik, denk, ik weet een goed idee. Nou? We gaan naar die huiskraan, springen we eraf. Geen last meer. Dan is het klaar. Dan is het wel klaar, hè? Als we van de huiskraan afspringen. Ja, Toos die... We kunnen Toos dan nog redden. Hoezo? Nou, gewoon een plan bedenken. Geld geven. Ja, wat moet deze motor nou weer? Waar stoppen we nu ook? Ik ben helemaal moe van. Oké, okay. Gerard, spraak jij maar even met hem. Ik sla me helemaal tot moes. Helemaal tot moes. Kinderen slaan me ook moe van. Ren hem maar op af. Gerard, pak hem maar. Grijp hem. Nou jongens, daar gaat hij. Daar gaat hij. We zijn het helemaal zat dat die mensen ons de hele tijd volgen. Gerard die is uitgestapt. Oh jongens, we worden door iedereen gevolgd. Bel maar Piet. Nee, ik ga ook even Piet niet meer bellen, jongens. Ik ga ook even Piet niet meer bellen. Kijk, we worden weer gevolgd door hem. We worden veel te erg in de gaten gehouden door alles en iedereen. Die blauwe lampen daar, die zeggen ook al genoeg. Oh, ja hoor jongens. Ja hoor. Het is de test van de gang. Dat zou wel helemaal wat zijn. Als het een test zou zijn van de gang. Dat zou pas wat zijn. Maar ja, die gang die heeft niks met die Chinese jongens. Dus dat is niks. Ja? Zal ik wat leuks vertellen? Ja? Weet je wie die agent achter ons is? Nou? Nou, wat denk je? Je zegt me niet plaksnor of zo. Nee, die meneer die we net ook aanspraken. Echt? Edo? Ja. Maar dat is toevallig dan? Ja, wat toevallig. Nee, want in die andere zaten twee agenten. Dat weet ik zeker. Ja, dat klopt. Maar deze hoort er waarschijnlijk ook bij. Geen idee. Zoekt hij ook echt naar Mees? Geen idee. Zo, jongens. Natuurlijk kennen wij Mees wel. Mees is van de game. Nee, wat moet je nou? Heb je hem weer op zijn motor? Deze voor je. Wat een idioot ook is achter ons, hè, op zijn motor. Oh, god. Gerard. Ja. Wat doen we? Weet je wat er nu in zijn oortje gaat? Hij gaat link, hij gaat rechtdoor. Wie? Oh, bij die agent. Kijk, die motor achter ons, ik weet dat het... Wie is dit? Meneer, wat moet je nou? Weet je wat? Rij hem gewoon ontweg. Zoek het uit. Hier, hoppakee. Zoek het lekker uit. Sukkel, hoppakee. Hop. Goed zo. Die is neer. Zoek het uit. Rij hem gewoon aan. Ik weet niet of dat zo slim is. Hoezo? Ja, zoek het maar uit. Ze volgen ons de hele tijd. Rij hem aan ook. Zoekt hij het maar uit. Ja. Dan zoekt hij het maar gewoon echt even uit. Dan ben ik het helemaal zat als ze mij dat volgen. Ja, en we hebben een goede reden voor, vond ik. Ja, het heeft het volgen, ze is in mijn nek hijgen. Ja. Dan ben ik het ook wel zat hoor. Ik weet niet of dit de slimste actie was die ik heb kunnen doen, Gerard. Ik vind van wel. Ik vind dat het wel we niet echt gebruikt omdat het niet moest. Hij was gewoon stond in. Het was gewoon irritant aan het worden, we rijden hem gewoon aan. Lekker op zijn bakkers, hoppakee. Die is neer.
Die zoekt het maar uit. Ik weet niet of het slim was als je er over me heen gereden was, maar ja. Ja, maakt mij het uit. Hij volgt ons de hele tijd. En als hij hem wil aanspreken, rijdt hij weg. Ja. Dus daar rijden we maar gewoon aan. Ik weet niet of dit de slimste actie was, jongens, maar... in ieder geval 3500 mensen. Leuk dat jullie allemaal zijn. Check of je geabonneerd bent. Je naam komt boven in het midden in beeld. Je bent van harte welkom. Oh, die is weg. Oh, hier. Je bent van harte welkom. Dan gaan we deze brengen naar 92.400 abonnees. Zometeen. Hoe laat is het? Het is 5:50. Ja, dan is het eigenlijk altijd. Gerard. Kijk die auto achter ons. Jezus. Gerard. Ja. Dan moet ik eigenlijk al teleurstellen. Maar het is zeg maar een bepaalde tijd. Om eigenlijk in mijn brein te gaan slapen. En dan lekker te gaan eten. Weet je dat ik er wel zin in heb? Ja, lekker eten in ons brein, hè? Daar ja, maar ook gewoon rust. Ja, maar niet om het scenario zeg maar, te ontlopen. Maar het is zeg maar gewoon vooral etenstijd. Kijk die achter ons ook net volgen. Wat heb je ja, ik weet het. Hey, what the fuck? Wat? Geen idee, lijkt mijn auto wel toevallig. Hey, ja, ik ga de auto dan in de garage zetten, Gerard. Dan ga ik naar het Blokkenpark, lekker de drukke plek, doen we dat. Want we worden gewoon gevolgd, ik weet het zeker, we worden gewoon gevolgd. De brand, ja. Wat is er gaande in de stad, man? Wat is er gaande? Ik vertrouw nergens meer iets van, we worden alleen maar achtervolgd. Die motor die hebben we even op zijn bakkes gereden. Ja. Makkers rijdt iemand op zijn bakkes, nou zeggen we er maar van, hè. En dan, die auto achter ons ook, wat moet die? Ik heb geen idee. Ik loop een dikke mevrouw op de kruispunt. Hier hebben kijk, hier hebben we er eentje. Dit is de eentje die ons volgt, hè? Ja. Ja. Kijk eens wat we hier allemaal hebben. Voor gezelligheid. Rot eens even op, idioten. Wie zijn dit? Oh, dit is Reno! Dit is Reno! Oh mijn god, nee, dat het Reno ons volgt? Dat zou ik helemaal wat vinden. Oh, sorry! Dat zou ik helemaal wat vinden als Reno een van de personen was die ons volgde. Misschien is Reno wel de verkeerde. Nee, maar niet op zo'n manier. Daar volgde hij ons pas net. Zo wat een drukte ineens. Wat is dit voor inboxing? Ja, ik weet het niet. We parkeren gewoon onze auto even in en dan vind ik het eigenlijk wel mooi. Hallo, komen zo. Hoppakee. Hallo. Hey, Reno. Hey joh, wat een drukte. Iedereen wil zijn auto parkeren. Anne! Iedereen wil zijn auto parkeren, Gerard. Ja. Iedereen wil zijn auto parkeren. We gaan om 18:06:03 starten. Ja, dat is helemaal prima, want dan ga ik er ook gewoon mee stoppen. Wat een drukte. Hé, hey, jongens. Wat is dat voor gek? Ik ga lekker eten. Want het is natuurlijk gewoon lekker etenstijd. Hé, hey, jullie ook. Saluut van Toos. Saluut terug van Toos. En jij hebt ook weer wat meegemaakt. Ja, Toos was toch wel. Ja, het was gezellig. Ja, jij hebt ook weer wat meegemaakt. Wat sla je mij? Hé, ik spreek je later, jongens. Het is makkelijk. Hetzelfde. Groetjes. Joejoe. Nou, jongens, ik weet niet wat dit allemaal was. Ik weet niet wat dit allemaal moest voorstellen. Maar het is best wel wat. Ik vond het best wel wat. Ik heb iemand aangereden. Jij hebt het meegemaakt, jongens. Normaal hou ik me heel erg in altijd. Maar nu reed hij voor me en ik dacht, ja, weet je wat, dit is gewoon het moment. Hij gaat nu gewoon echt voor zijn kop gereden worden. Ik vond het wel echt een prachtig moment om het eventjes te doen. En dan is het toch tijd om deze stream te eindigen. Om deze hele drukke, gewelddadige stream te eindigen. Het is zover. Het is zover. We gaan toch stoppen, jongens. We gaan toch stoppen. Ik ga hem nu verlaten. Hoppakee. De hele tijd 3500 mensen gehad die meekeken, jongens. Dat was een niet normaal aantal. Dat is echt weer een record. Dank jullie wel voor het kijken. Wat een gekkigheid. 3000 mensen nog steeds. Het slaat echt nergens. Dank jullie wel voor het kijken naar deze stream. Doe maar even een duimpje omhoog. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer dan zeker even. Het is volkomen gratis. Check even of je geabonneerd bent. En dan spreken we elkaar bij elkaar. Althans, ik spreek jullie weer. Jullie mij niet. Ja, sommigen via de chat ligt eraan of ik het lees. De volgende stream. Dank jullie wel voor het kijken. Tot de volgende keer. Dank je wel voor alle donateurs. Dank je wel voor alle mensen die geliked hebben. Ben je nou benieuwd naar hoe dit gaat eindigen? Dat ga ik zeker filmen. Ik ga dit niet spelen zonder dat ik het film. Al komt het in videovorm. Al komt het in de streamvorm. Jullie gaan zien hoe dit verder gaat lopen. Alleen ja, het is nu gewoon etenstijd. Dus ik moet gewoon weg. Ik moet gewoon, ja, weg hier. En misschien dat ik het vanavond verder ga. Niet met mijn stream, maar dat ik het opneem. Misschien dat ik vanavond wat anders doe. Vanavond gaan we niet live. We gaan niet na het eten nog live, jongens. Helaas, spijt me. Maar jullie krijgen het sowieso te zien. Geen zorgen. Jullie krijgen dit allemaal te zien. Al is het later, al is het, weet ik veel, op wat voor manier. En bedankt naar de moderators die ook lekker gezellig erbij waren om mee te helpen. En ja, tot de volgende keer, hè. Tot de volgende keer. Maar wie dan? Jongens. Jongens, pagongons. En dan zetten we muziekje aan. Ja, dat is hem. En we hebben nog steeds 19 nog tijdens het afsluiten. Het is echt insane. Dit was echt weer insane. Dit sloeg helemaal nergens op. Hey, bye.
Bye bye. Ik had bijna op Steam stoppen klikken. Bye bye. Tot de volgende keer. Doei. Dag. Doei. Doei.